Levert dan toch nog een aflevering in 2023? Ik ben blij. We konden we het niet missen? Nee. Ik had die ja. zetel bijna meegenomen naar huis. <laughs> maar uh, ik denk dat de mensen dat op hun de deur wel gaan doorhebben. Onze spelletjes. Ah, onze cliffhangers. Ja. Maar wij zijn gewoon geniale mediamakers toch? Wij, wij geven altijd een spannend einde aan onze afleveringen. Als we het al over onszelf gaan doen, dan zeggen, dan is het einde in zicht. Ja, ik denk ik uh, We hebben ook een mededeling van algemeen nut. Betreffende actie van de Proli. Ah ja. Uh, dus voor United, dat is de jaarlijkse goede doelenactie van de Proli, kan je op dingen veilen. Je kan blijkbaar ook op ons veilen. Niet op ons letterlijk, maar je kan ons ontmoeten. Toch? Zo is het. Je kan een dagje meekomen, kijken achter de schermen bij Mit Ja. Dat lijkt me wel echt een zalige prijs, toch ook? Uh, dat weet ik niet. Ik Mag het eerder klinken als dat filmpje van Severin? Dat was beetje raar. Ja, da, je kunt da, ons niet kopen, hè? Nee, maar in, ja als je moet kiezen op, op wie dat je wilt ontmoeten kiezen dan Severino of ons dat weet ik nu niet <laughs> <laughs> maar ik hoop wel dat we een, een mooi bedrag ophalen toch we zijn toch wel iets waard voor het goede doel hè wat is dan een mooi bedrag voor bij ons een dag meten minstens 150 euro. Ja, oké. Okay. Ah, okay. ja, ja. Okay. Dan hoop ik dat gewoon een gulle donatie <laughs> gaat zijn. Enfin. Uh, onze laatste gast van het jaar is de man van de Amsterdamse theatermaakster. Hij heeft de meeste caps voor de Rode Duivels en speelde onder andere voor Mourinho en Brian Riemer. Graag een daverend applaus voor Jan Vertongen. Jan, welkom. Dankjewel. Alles goed met u? Zeker, zeer ja. goed. Ja. Het is er eindelijk eens van gekomen. Ja. Ik heb het al een paar keer gevraagd. Een <laughs> paar keer maar. Ja. <laughs> maar je doet dat niet graag op zich. Ik doe het eigenlijk wel graag. Ik, okay. uh, ik praat graag over, uh, over voetbal. Het is alleen uh, af en toe wat zoeken naar, uh, naar het juiste moment. En ik, uh, um, ik, ik hou er niet van als ik mensen overal zie. Dus ik. ik uh, ik wil mezelf dan ook niet overal zien, dus ik ben daar nogal, uh, hoe zeg ik dat uh, specifiek in? Kieskeurig. Ja, kieskeurig wat, wat, ik, uh, wat ik dan doe. En uh, uh, vandaar dat ik niet alles uh, aanneem of zo. Maar uh, ik ben ook. Uh, Trouwkijker is een groot woord, maar ik heb toch al, uh, al hele afleveringen van Mit ook uh, gezien en geluisterd. En ik uh, dacht, ja, daar moet ik toch ook, uh, toch ook eens gezeten hebben dan. Goed nieuws, je kunt uh, bieden om hier eens een aflevering te doen. Misschien zal ik straks een donatie doen. <laughs> <Ja. laughs> uh, een gule gift. Nee, want ik dacht, jij wat uh, een paar keer gevraagd en uh, ik had het beloofd, dus uh, here voilà. we are. Hij heeft niet graag... Uh... Dat mensen overal opduiken, Sam. Dus je moet wel beginnen opletten, toch? <laughs> dat is waar. Maar is het dan bewust dat je zo extra time en met mid in, in één week plant? Is dat... Uh, dat, dat was de voorkeur van, uh, van derde. En uh, <laughs> uh, vandaar dat dat nu. Uh, dus hierna verdwijn ik weer voor een tijdje en uh, nee, de, dat, is, dat, is, dat is niet toevallig inderdaad. Maar um, het, komt nu wel, het komt nu wel eigenlijk goed uit en uh, in, ik zit er nu liever dan, uh, dan vorig jaar. Dat was toch, uh, toch wel lastiger. Dat snap ik. Um, Jij ook als, als anderlegd man, dus dat was dat wat, wat gevoelig de, geweest. ga je niet zoveel gestuurd hebben denk ik. Van, uh, ja. Nee, 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 dat viel nog ja, nou, dat, dat nou goed mee. en um, Nee, vandaar dat ik dat nu even in één week inderdaad doe, of in 24 uur zelfs. Maar uh, ik vind het wel leuk om... Uh, het is niet dat ik dat niet graag doe, dus, zeker niet. Nee. Uh, het gewoon het juiste moment moet er zijn. Moeten voetballers tegenwoordig veel interviews doen? Nee, dat vind ik uh, niet. Nee, nee, nee. Ik, vind, uh, ik vind dat heel goed meevallen eigenlijk in, in België, hoe vaak... Uh, nu, nu praat ik over mijzelf. Uh, hoe vaak je naar persconferenties of naar de pers moet. Ik vind dat dat echt nog wel, uh, wel meevalt in Nederland. Bij Ajax was dat veel, heel veel. vond ik. Dat was echt één week verplicht persmoment voor iedereen. Voor dus, iedereen? Voor iedereen. Dus dat was altijd op vrijdag. Wij speelden meestal op zondag. Matchdag min 2. Dan had iedereen het recht daar uh, van de pers om de spelers te pakken. Soms waren je drie, drie uur op de club. Dan had je een voetbal international, uh, een groot interview. Ajax TV, uh, AT5, dat is een regionale zender. En dan natuurlijk hangt er vanaf welke speler en welke status je op dat moment hebt en hoe populair dat je bent. Maar um, daar was het echt heel veel. Dus um, ik vind dat dat heel goed meevalt hier eigenlijk. En als aanvoerder van Anderlecht komt er een aantal verplichtingen um, bij kijken. Daarom dat ik het niet erg vond dat Henrik vorig jaar uh, kapitein was. Ja. Dus ik dacht prima, haalde zo. En, uh, maar als, als, als aanvoerders zijn er gewoon een aantal verplichtingen uh, waar je aan moet voldoen. Maar dat, is, uh, dat hoort erbij. Ja. Maar ik vind dat het meevalt, eerlijk gezegd. Maar je hebt misschien een goede persman die heel veel afhoudt van u. Dat is een buffer eigenlijk. Hè. Uh -huh. uh, hij, uh, hij stuurt wel heel veel door. En dan, uh... <laughs> ja, dat is een job. Tuurlijk, en uh, hij zal ook wel veel filteren. En, en, uh, en vandaar kun je zeggen: van oké, okay, dit is niet het moment. Of uh, ik wil dat wel eens doen, maar uh, nu niet. En uh, ja, dat doet goed. Hij doet een goede job. Ja. Hij is trouwens vorige week papa geworden. Klopt. Ja, officieel. Eerste kindje, denk ik. Ja, dochtertje toch? Ja, 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 ja. ja, 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 ja. daar ben ik nu niet zeker van. Ja. Ik denk het wel. Ja, 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 ja. Dus hij is een week niet op het werk en Jan zit hier. Ja, ja, dat voilà. wel ja, 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 klopt, klopt, klopt. Maar hij uh, is inderdaad papa geworden. ja is geworden hem. Tevreden over de match tegen Antwerpen? Dubbel. Uh, als je uh, 0-1 staat in een 88ste minuut, kun je niet te vrezen. Mijn, uh, mijn gelijkspel achteraf... Uh, als je de kansen bekijkt, het spelbeeld, uh, ja, dan, dan, dan moet je blij zijn met, met gelijkspel. Na de 1-1 schieten ze nog op de, op de paal met Keita. Binnenkant paal eigenlijk zelfs. Hebben ze nog een goede kans met Jansen? Hm. Die daar kan draaien in de box. Ja, nee, het is heel, het is heel dubbel. Um, maar uh, ja, het doet uit. Langs de ene kant pijn, langs de andere kant verdient Antwerpen zeker gelijkspel. Hm. Ja, het kon wel alle kanten op. Ja. denk vooral. Neutrale van, maar toch een zeer aangename wedstrijd geweest. Ja, ik was wel blij om naar die match te kijken. Ik bedoel, dat ging alle kanten op. Anderlecht begon heel goed. Antwerpen speelde een hele sterke in 2011. Dus ja. ik denk dat gelijk speel gerechtvaardigd was. Punt. Ja, Antwerpen wel, uh, wel echt een goede ploeg. Ja. Uh, ik denk de enige ploeg die tegen ons, ook over twee wedstrijden, zoveel kans heeft kunnen creëren. Ondanks dat we in de tweede half echt in een, lage, in een laag blok stonden, creëerden ze echt veel. en... Um, ja, ik heb ze nog woensdag gezien tegen Barcelona. Ik denk dat. Laten we Anderlecht dan daar even niet mee rekenen. Maar de, de enige ploeg is die dat niveau kan aantekenen in, uh, in België. Dat in hun top het, het hoogste ligt, laat ik het zo zeggen. Ik vind u ook een heel sterke ploeg. Maar ik denk dat de piek van Antwerpen uh, het hoogst hm. ligt. Met kijk naar de kwaliteiten die ze hebben. Ze hebben alles eigenlijk. Ze hebben een supersterke as. En ze hebben ook nu uh, heel veel ja, kwaliteit op de flank ingekocht. is dus echt een uh, Vincent Jansen die, uh, die super speelt weer. Dus. Um, Topploeg. Ja. Die kunnen ook zoveel druk zetten omdat verdedigend echt goed staat. Hè. Niet dat die veel weg ja, dus die die ja, gaat. Op een gegeven he? moment die drie dubbele wissel was, het zeker. Ik uh, dacht van uh, tegen is hetzelfde gedaan. We zijn dan geen Charleroi, maar uh, ja, volop de risico. Toby bleef dan ook nog eens voorin de laatste tien minuten. Ze dus hebben jongens die ook één op één heel goed kunnen verdedigen. Wij speelden het dan ook niet goed uit, moet ik zeggen. Uh, het zijn ook wel ploegen die een echt daar pijn kunnen doen, denk ik, als ze, als ze het zo doen. Maar uh, ze durven het en uh, ze kunnen het. Dus, uh, ook respect voor de tactiek van Van Bommel dan. Ja. Had je op training in je carrière en toen je samenspeelde met Toby al vaak tegen hem gestaan? Is dat zo dat je dan switcht als de eerste keer dat je op hem moest verdedigen? Op training, maar ja, dan nog, als als Toby een ander ploeg zit op training, kom je elkaar ook niet tegen, eigenlijk. Want dat staat ook aan de andere oh, nee, kant. Nee, maar um, switcht dan niet als je zo met, met maar een paar speelde? Nee, nooit op hem verdedigd op training. Een, een corner wel eens of zo, maar nooit echt, nee, nee, echt, echt weinig. Um, Nee, dat is was dat, dat was apart. Hè. Ik heb natuurlijk zoveel wedstrijden met hem gespeeld, ik ken hem zo goed. En uh, ja, hij ging zo wat ter spelen en dat kan hij heel goed. Hij heeft dat al bewezen in, in, in een jong verleden. En um, ja, dat is dan wel, wel grappig omdat je elkaar zo goed kent. Dat blijft bijzonder. Maar um, nee, dat was de eerste keer dat hij zo erg uh, in een aanval ging spelen. Hm. Ja. Het loopt wel goed dit seizoen, hè? Bij Anderleg. Bij Anderleg, Bij Anderlecht, uh, ja. Ja, euh, als je kijkt worden, vorig jaar, euh, waar we vorig jaar vandaan komen, dan, euh, dan had ik dit ook niet echt euh, niet direct verwacht. Maar ik zie je nog een beetje twijfelen. Tuurlijk, het gaat toch echt goed? Ja, ja, ja maar ik vraag, het gaat goed, maar ik moest, moest bedenken waar het goed ging. <laughs> euh, maar euh, ja, het gaat goed, maar ik moet, er, zijn, er zijn momenten dat je denkt, oh, zoals in die topwedstrijden, dat je tegen de, 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 de ploegen, laat ik zeggen, buiten de top 7, top 8, doen we, doen we het goed en winnen we onze wedstrijden, zijn we redelijk dominant. We willen alleen in die topwedstrijd ook wel de volgende de stap zetten. Omdat in die, dat is gewoon super belangrijk in, in die play-offs uiteindelijk. En daar kunnen we wel echt stappen maken als je analyseert. Uh, in Genk tegen 10 in Gent. Um, 2,5 tegen Antwerpen, twee keer. 2,5 tegen Brugge thuis. Uh, Union uit. Union, vergeten we nog wat was En dat was een andere uh, ploeg, ja. inderdaad, die er op dat moment stond. We zijn nu zeker veel verder. Uh, maar er zit nog er zit een groeiende ploeg. En uh, ik denk dat we vooral in die topwedstrijden nog, uh, nog beter moeten kunnen. Ja, ik denk dat de groeiende ploeg zal ook komen van het roderen van een Hazard, bijvoorbeeld. Hè? Als die echt top, topfit is. Dat is ja, een enorme ja. meerwaarde ja, die er nog aan ja, zit. Dat om ze niet te vergeten. Ja, ik denk als je die ook kunt brengen tegen Antwerpen. als ze daar één op één staan ja. uh, te verdedigen. dat zijn toch ook jongens die, uh, die je echt mist. En uh, voor de rest, uh, juist, uh, in het middenveld hebben we nu opties. Jari die, die terug is, die op korte termijn al een heel hoog niveau haalt. Ik denk dat ze dat dan. Ja. Wordt, toch, Wordt toch onderbelicht hoe hoog die niet is? Dat vind ik wel. Ja, want hij, speelde, hij kwam terug van zijn blessure. en hij speelde dan eigenlijk direct twee keer basis daar. en in de tweede keer dacht ik. Ah, ik ga niet tegen hem zeggen, voel u, voel u klaar, want dan gaan dingen misschien in zijn hoofd zitten. Hij zal er misschien zelf wel mee hebben gezeten, maar uh, ja, fysiek staat hij er, technisch staat hij er. Tegen Antwerpen is het echt goed. Ja, want dat zijn geen matchjes uh, om zo even iets mee nee, te doen, Nee, nee, als... nee. Dus uh, hij is weer helemaal terug en uh, dat is een speler ja, die, we, die we echt hebben gemist de afgelopen maanden. Vooral aan het einde van vorig seizoen. Hm. Wat mij ook opvalt, een aantal sterke ouders dit seizoen zijn, zijn de jeugdspelers eigenlijk, die er vorig seizoen ook waren. Leoni, Struyckes, Sardella. Het ja. is wel een enorm verschil, ook hun niveau, ten opzichte van vorig jaar. Ja, 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 ja dus, dat is... Je wilt eigenlijk die jongens brengen in een team dat het goed doet. En dat wil je jeugdspelers brengen, rustig, zoals met Vermeer eigenlijk gebeurde bij Antwerpen, een tijd geven om, uh, om te groeien. Maar de jongens als, als Sardella en, en Leoni vorig jaar en Struyckes, die moesten... Dragen. Ja, dragen op een moment, de ander in crisis zat. En, uh, ja, dat is echt geen, uh, geen cadeau. En uh, nu in het team dat het goed doet, die jongens krijgen vertrouwen, die spelen elke week uh, de coach spreekt het vertrouwen uit. Je ziet dat die, die heel erg groeien. En uh, Sardel mij als, als mooiste voorbeeld. Ik, ik was er dan niet bij in een tijd dat hij blijkbaar heel veel kritiek kreeg. Daar kan ik niet over meespreken. Maar. Uh, maar hoe ik, is die dan op training? Want nou, les Sardella zagen die liet wel altijd zo eenstekend allemaal. Ik was een jongen op training. Ik kende, ik kende hem niet toen ik naar Anderlecht kwam, dat ik dacht van die is snel, die heeft, die heeft techniek, en ik dacht van, ah, waar, waarom speelt hij niet? Die heeft eigenlijk. Ook, in een he? verdediging ja. met drie. En toen hoorde ik inderdaad van. Ja, ja, maar in een wedstrijd af en toe heeft hij wat pech gehad. Uh, hij kon publiek, niet met druk om, werd dan gezegd. Ja, hij kon maar, niet met het thuispubliek om ook. Dat is een, een jongen wie ik altijd wel echt potentieel heb gezien. Dat is, dat is een echte verdediger. En je ziet ook ja. de bloks die die deed tegen Antwerpen. Echt, dat is, dat is genieten. En, um, en nu ook die drive naar voren. Je een super goede voorbereiding gehad in Oostenrijk. En toen dacht ik, oké. Okay, ja, um, het kan wel eens een jongen zijn die er echt gaat staan. Hij zat ja, dan ook net Patrice aangetrokken, dus dat was gewoon een concurrentiestrijd. En, en, en hij heeft die op dit moment gewonnen. En uh, ah. Dat doet echt goed. Ja. Ah, die hardheid in duels, dat, dan zie je daar toch een beetje van jezelf in ook, toch? Ja, en nee. Uh, ik weet niet, ik ben toch altijd iemand die nog meer geniet van het voetbal dan van het verdedigen eigenlijk. Het uh, klinkt misschien wat dubbel, maar uh, ja, ik, ben, ik ben er wel trots op of ik geniet er echt van als ik zie hoe, hoe hij zich ervoor gooit en um, ja, ik zie dat ook veel, meer en meer terugkomen bij Zeno de Bast, ook een pure voetballer eigenlijk, hmm. maar die ook uh, vorig jaar heel grote stappen heeft gezet in Villarreal, ook uh, geweldig was en, en daar echt zag genieten van het verdedigen en dat heb ik ook moeten leren en bij mij is dat later gekomen toen was ik al 1, 22 en ik heb dat geleerd van, uh, of ja, opgestoken van Thomas Vermalen. Die ik echt zag genieten van, van spitsen, gewoon uit de match houden. En uh, daarom is die Frank is bij mij wat, wat later gevallen, maar uh, is er ook wel echt gekomen. En uh, die is er nu al bij deze jongens, dus uh, ik vind dat wel echt knap om te zien. Ik Ze zou zeggen, veel over zeven, dat is goed zo nog een jaar naast hmm. die andere hmm. Maar wat leert je hem dan concreet? Wat, is dat dan training Concreet matchen, is dat niet ik, dat ik met hem he? ga zitten, met, met beelden. Um, uh, proberen we ja, gewoon wel, wel uh, fases te, te analyseren op training. Eigenlijk al in de laatste twee dagen voor de wedstrijd trainen we vaak tactisch. En dan inderdaad, uh, Antwerp zet bijvoorbeeld op een heel specifieke manier druk. Totaal anders dan Union of, uh, of Standaard deed. En dan gewoon daar wel die momenten te proberen. En zeggen: oké, hier is de ruimte. Vaak ziet hij dat ook zelf. Want tegen Standaard en, uh, en ook tegen Antwerpen die ruimte vond. In die opposite Sorry. pocket dan uh, elke keer. Ik moet hem niet, niet, veel, niet veel bijleren. Het is niet dat ik, uh, ik Zeno bij de hand moet nemen of zo, maar je probeert gewoon wat, wat, wat dingen duidelijk te maken, zodat ik ook uh, op links doe, of, uh, of zelfs met, uh, met de aanwallers. Uh, hij is heel leergierig, dus dat is fijn om mee te werken. Ja, hij is ook zo door een moeilijk moment heen, heb ja. ik het gevoel. Als hij, hij dat voetballend vermogen, dat heeft hij, dat is waanzin, dat staat nee. buiten kijf Als hij... Dan gaat inzien wat jij ook hebt moeten inzien van man op man hard zijn. Als je de top wil halen als verdediger, als hij dat daaraan gaat koppelen, ja, dan gaat hij niet Maar het is jammer, want vaak nemen. wordt gedacht van ah, jongens die heel goed kunnen voetballen, zoals Zeyn bijvoorbeeld, dat die automatisch niet kunnen verdedigen. Of iemand die heel goed is met links, dat die automatisch geen rechtervoet heeft. Snap je wat ik bedoel? En. Zeno is supergoed aan de bal, maar hij is echt geen, geen slechte verdediger. hoor. Die jongen die, die, die snel, die, die zet zijn lichaam. Tegen Vincent Janssen ook. Tegen, tegen Kanga heeft iedereen het lastig, heb ik ook uh, mm. veel moeite mee. Maar ik vond dat hij het heel goed deed tegen, tegen, tegen Vincent. En uh, ik zie een jongen die er ook echt van geniet. En bij de Nationaal ploeg uh, ook. Die, die staat echt zijn, zijn, zijn mannetje. En hij is nog echt jong en hij heeft nog veel te leren. Maar uh, hij maakt echt, echt wel stappen, en ook in het verdedigen. Mm, absoluut. Je zei vorig jaar, na je transfer naar Anderlecht, dat je je een egoïst voelde. Voelt je je <laughs> nu het nog zo? Ik dat ben... was een opvallende uitspraak. Ja, je, ja. Dat was veruit de, de moeilijkste keuze die ik, uh, die ik in mijn carrière heb, uh, heb moeten maken. Er, was, uh, er is niet echt iets wat, dat wat dichtbij kwam. Um, ja, dat was, dat was heel moeilijk. Mijn ik weet hoe, hoe gelukkig mijn gezin daar was. Uh, vooral mijn vrouw en, en, en ook de, de kinderen. En, uh, in Lissabon dan? In ja. Lissabon, sorry, ja. En uh, ja, ik zal nooit vergeten, ik, ik zit daar op een, een terras eigenlijk, vast 31 augustus of zo. En uh, ik moest de beslissing nemen. Ik, ik belde mijn vrouw en ik zei: Kom, we gaan even iets uh, lunchen en we praten erover, want er moet iets gebeuren. En uh, ik denk dat zij had verwacht dat nou, ik zou zeggen, oké, okay, ik blijf wel en het laatste jaar en, en klaar. En op een gegeven moment zei ik zo van, ja, ik denk dat ik het moet doen. En ik zag aan haar van, oh, het is, het is, het is serieus, keer, weet je, het is, het is over. En zij heeft dan volgens mij nu ook echt niks gezegd. Niet boos of zo, maar meer van, wow, wauw, wat, wat, wat brengt dat allemaal met zich mee? Wat gaat er nu allemaal gebeuren? En uh, dat was twee, twee uur s middags. Om drie uur heb ik dan uh, Anderlecht gebeld. Of mijn, uh, mijn manager. En dan zei oké okay, ja, vanavond om zeven uur uh, mijn vlucht geboekt. Ik zei: Nee, echt niet. Ik kan niet. Weet je. Mijn kinderen zijn op surfkamp. Ik moet die dat gaan vertellen. Ik kan niet opeens weg zijn hier. Dus ja, naar na dat, uh, na dat surfkamp gereden, kindjes afgehaald, ze neergezet op de dijk. Op een boulevard en uh, tranen in mijn ogen. Mijn kinderen verteld dat, dat, uh, dat ik ging vertrekken. Dat was, uh, dat was echt verschrikkelijk. Ik praat ja. er echt nog altijd niet graag over, omdat dat gevoel uh, echt terugkomt. En uh, ja, thuis naar huis gereden, nog uh, daar op het strand gegeten met de kinderen. Een soort laatste avondmaal idee. Uh, die zondag was mijn zoontje jarig, 5 september. Verjaardagsfeestje alles gepland met zijn vriendjes. Eerste verjaardagsfeestje eigenlijk voor hem. En uh, ja, ik was er niet. En uh, de volgende morgen om vijf uur, half zes, een vlucht. En dan ja, ik stond het voor, voor thuis, was het nog donker. Het was echt vroeg. De taxi was er om vijf uur of zoiets. En uh, dat was echt het moment uh, dat ik eigenlijk wil, wil verdringen. Dat was heel moeilijk. En uh, nu super gelukkig, uh, alles, alles oké. Okay, maar uh, dat was een heel moeilijke keuze. Ja. Maar waren zij dan op zo'n korte tijd in Portugal daar zo aan, aan gehecht geraakt? Ja, we zaten er gewoon op ons plek. Um, dat is moeilijk misschien om te, om te zeggen. Ja. Um, die kinderen waren helemaal op een, op een plek op die school. Uh, die, die zaten op surfen, op voetbal, hun vriendjes. Dat was gewoon hun thuis. Mijn vrouw was er heel gelukkig. we zaten er gewoon goed als gezin. En als je in mei of juni die beslissingen neemt, dan, dan overweeg je opties, heb je tijd. Maar nu, dat was echt... Tuurlijk, daarvoor waren er al wat, wat tekenen, maar... Alles zag er naar uit dat ik zou blijven. En op, op zo'n kort moment dat te beslissen, dat was, uh, dat was pijnlijk. Mijn vrouw is ook niet Belgisch. Dus die had ook niet echt veel gesting om naar België te komen. Uh, ik, ook, <laughs> ik ook niet. En uh, ja, dat maakt het wel, uh, wel moeilijk. Maar Lissabon, fantastische stad ook, ja. ook. Ja, ja, ja. ja. Ah, ja en uh, ja. en, en, en zag, ik had ook elke minuut gespeeld van het seizoen ervoor. Hè. Het was niet van. Ja, misschien moeten we eens denken om, om eens iets anders te doen. Ik had ook nog een jaar contract. Ik, uh, er was. Geen, geen teken aan de wand. Totdat er uh, iemand kwam met andere ideeën. Schmidt. Maar je hebt het wel gedaan. Want We je don't zegt say zelf. Is nee. <laughs> <laughs> nee. Want je zegt zelf, ja, Brussel of, of België. Ja, ik, de, ik keek daar ook niet naar uit in mijn carrière om dat nog te doen. Maar je, je doet het wel. Ja, dus er ja. moet toch ook nee, iets heel doe, sterk en... geweest zijn dat u overtuigd heeft. Ja, gewoon toch. de... Wat ik ook heb gezegd. Zo, de, de controle willen houden over mijn carrière. Als ik daar was gebleven. Dan denk ik dat ik was gestopt met voetballen. Uh, deze zomer, deze zomer ja. inderdaad. Want pff, ik ging niet vanuit Benfica Weet het uh, dan nog iets gaan proberen voor een jaar of zo? Nee, dan zouden we blijven plakken. En dan zou ik er nu nog gewoond, waarschijnlijk. En um, dan hadden we op een gegeven moment wel een plan gemaakt over de wat nu. Maar um, ja, ik wou niet zo, niet zo eindigen, eigenlijk. Ik voelde me nog te goed. en um, ja Anderlecht, dat was ook niet wat ik, België sowieso niet, wat ik in gedachten had. Ik dacht echt niet, ik heb er heel vaak met Dries over gehad, Dries Mertens, ook wel zo in dezelfde situatie. Die zei, nee, nee. En, en Toby, <laughs> gaat terug naar Antwerpen, maar Toby zijn verhaal is natuurlijk anders. En hij heeft een fantastische keuze gemaakt, die ik ook begrijp, maar dat, was, dat zat niet in mijn, uh, in mijn planning. En uh, uiteindelijk uh, die keuze gemaakt, moeilijke eerste maanden gehad. Maar ik kan nu echt zeggen, als ik die keuze met wat ik nu weet moet maken, dan maak ik hem direct weer. Ja, want in, als jij zou zeggen in de media: ja, ik kijk wel misschien uit naar een, een stap terug naar België om daar mijn carrière af te sluiten. dan waren alle topclubs misschien wel langs geweest. Nu omdat het zo laat was, ik denk dat alle topclubs misschien er wel langs geweest zijn. Laatst, er er zijn gaan er gaan. Wel, wel daarvoor ook geweest, maar dat was gewoon um, geen optie, omdat ik had gesprekken gehad bij Benfica. Schmid altijd in de basis 11, vanaf de voorbereiding, vanaf dat kwam. Je ziet dat direct, ik ken al die jongens, dit is de 11, dit niet, die waren altijd samen. Dat was heel raar om te zien eigenlijk, ik had dat nog nooit meegemaakt. Kleine matjes, uh, altijd train. Dus voor mij was dat heel raar duidelijk, dat hij koos voor een ander centrum, Otamendi met Morato. Op dat moment. Ook wel raar als trainer om te doen, want je had geen kans om te nee, doen. Nee, ik kwam en, uh, en dat was zo niet. En, en elke, match, elke dag opnieuw. We deden heel veel 11 tegen 11, altijd opnieuw, opnieuw, opnieuw. Dat was ook de oefenmatch die wij speelden. Eerst snel, speelde de basis, tweede helft, de andere. Ik zat altijd in de tweede helft. Dus een paar ja. gesprekken met hem me gehad. Hij zei: ja, Jan, ik ben wel tevreden over u, maar die jongens zijn al drie weken aan het trainen. Ik kwam later door de Interlands. Uh, die doen het goed. Ik zei: oké, okay, ja, die jongen die ook speelde, was ook nog een goede speler. Maar ik was heel eigenlijk rustig, anders dan ik normaal ben. Ik had er vrede mee. Ik kende Schmid van PSV. Die wisselde superveel. Ja. Uh, want we hadden ook het jaar ja. ervoor uh, Champions League kwalificatie tegen PSV gespeeld. Dus ik, ik volgde PSV ook. Uh, ben ik dacht van: mijn momenten komen wel Europees. Twee bekers in, in Portugal ook. Oh, geen probleem als ik uh, 25 matches speel van de 50, van de 60 prima weet je, ik zat er echt zo relaxed in uh, toch nog eens een gesprek gaat met hem oh nee Jan en je komt in de plannen voor en dit en dat en, uh, en wanneer zitten we dan met dat gesprek wat timing gewoon al midden augustus of zo ook oké okay. ja dan denk je toch okay. prima het was ook 2 k dus ik dacht van oké okay, ja ik moet wel perspectief blijven zien en dat gevoel was er en dan is er ergens, uh, ik weet niet, ja, er moet ergens iets gebeurd zijn vanaf boven naar, naar, naar of omgekeerd, ik weet niet wat. Ik moet, op, ik moet wel zeggen, op een gegeven moment hadden ze zes centraal verdedigers. Ze hadden uh, een Braziliaans international, Verissimo, die een kruisbandblessure had gehad, uh, die aan het herstellen was. Ze hadden Antonio Silva, die Portugees, die meeging naar het WK uiteindelijk, maar die gewoon kwam vanuit de jeugd, die meetrainde door de blessures. Ze hadden... Dus opeens dacht ik van: oei, we zitten er hier um, Heel eigenlijk met twee te veel. Hm. En dan ga ik kijken: ja, wie is jong? Uh, wie verdient ja. er? Uh, wie, uh, wie zien we nog potentie? Wie is links? Wie is rechts? En dan, ik heb ook gezegd: als ik ben FICA was, ik begrijp die beslissing echt wel van bij FICA om te zeggen: op een gegeven moment van Jan: we weten niet of dat we u kunnen geven wat dat jij uh, verlangt. Alleen het, de timing en de eerlijkheid was, uh, was bededen, alle pijl. En um, dat, dat neem ik hem wel kwalijk. Ja. Dat snap ik, sier ook niet zo een grote club bij Datfika Nee, toch nee. Ik, heb wel, echt, ik had echt een goede band met de met de mensen, ook van de van het bestuur en een technisch directeur. Uh, nog altijd eigenlijk spreek ik die mensen nog wel. Uh, alleen de timing blijft, uh, blijft een raar verhaal. Ik weet, denk niet dat ik, uh, dat ik alles weet wat daar gebeurd is. Nee. Nee. Maar toen, je, toen je nog bij Tottenham zat, heb je ooit gezegd... Ja, Club Brugge, daar kan ik Compagnie niet aandoen En Anderlecht, daar kan ik mijn familie niet aandoen. <laughs> dus Om... <laughs> dat wordt toch, toch voor Anderlecht aan gekozen. Uh, er zitten wel Club Brugge supporters in je familie, toch? Ja, maar ook Anderlecht-supporters. Oké. Okay. Ja. Uh, mijn onkel hele grote Anderlecht van de, de vriend van mijn moeder heeft al meer heeft al 50 jaar een abonnement op Anderlecht. Dus, dus die de, was super gelukkig. Dat was, ja, die had tranen in zijn ogen, denk ik. Vind ik, uh, toen ik, ik ook uh, wel. Toen ik uiteindelijk eigenlijk voor Anderlecht teken. Ja. Ja. Ik denk, elke fan van Anderlecht dacht Yes. We're uh, back. Ja, uh, nu back. In het begin in, misschien nog niet ja, zo. Nee, nee. Voilà, ze moesten ook nog afwachten denk ik, welke versie dat ze juist uh, ja. gingen krijgen. Maar. Um, ja, ik had een heel goed, uh, goed gesprek met, uh, met Peter Verbeek en, en Wouter van den Houten. En uh, die zijn eigenlijk op, op het juiste moment daar gekomen. En als het een ander ploeg was geweest, was het misschien anders uitgedraaid. Maar uh, ik ben heel blij met de keuze voor, uh, voor Anderlecht uiteindelijk. En, uh, maar je komt dat dan wel aan. Het is misschien het, meteen het zwartste seizoen uit je carrière. Ja, ja zeker wel. Ik heb bij Ajax uh, ook wel wat crisisjaren. Uh, meegemaakt, maar ja, dat was wel echt. Ja, als je alles bij elkaar pakt, dat was wel echt verschrikkelijk uh, in veel opzichten. Ja. Ja, ik, ik zat natuurlijk nog heel erg met mezelf uh, in de knop. Wat ik had gezegd egoïst. Ik voelde mij ook echt zo. Mijn familie zat twee maanden in een hotel. Nee, en, en echt de dag dat wij aankwamen, ik had het gevoel begon dat ja, regenen gewoon voor twee maanden. Dat was het ja. niet normaal. Ja, maar ja, wat had, Dat had je gedacht? In België. Ja, maar, ja, het was echt, iedereen zegt mij wat echt een mooie zomer. Ja. Dat was twee maanden aan het regenen op een hotel met drie kinderen. Huizen zoeken, scholen zoeken. En ja, je had geen huis in Braan. België. Nee, ik heb nee. nooit in België gewoond, hè. vanaf mijn 16 ben er 20 jaar weg, wat ik ook zeg, mijn vrouw is niet Belgisch. Wij, wij hadden hier niks. En, uh, was het zelfs uw bedoeling om naar de carrière naar België te komen? Misschien zelfs niet. Nee, eigenlijk ja. ook niet. Maar wij wisten het echt nog niet. Wij hadden, het idee was: we blijven pakken in Lissabon. Uh, twee, drie jaar. En vandaar we gaan onze planning op het gemak. Vinden we wel uit wat we doen. En uh, qua werk en, 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 en dingen. Maar we nemen een jaartje gewoon om te kijken, eigenlijk, wat we gaan doen. En uh, nee, we hadden niks. Ik heb echt. Het klinkt echt stom, ik heb op tien minuten een huis gekocht. Ik was, ik was zo klaar op dat <gulaan> moment. Met, 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 <jeux> nee, nee, met, dat, <laughs> dat, 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 dat ik van, in België, de huurmarkt is niet nie, zoals in Londen. Ey, je hebt heel veel... Uh, ja, Belgische dus kopen hun huizen. Voilà, ja, dus ah. ik dacht, ik was op mijn huis gaan kijken, huur. Ik had zo wat, wat doorgestuurd. Mijn vrouw die nog in Lissabon zat, een WM week, moest die nog alles, eh, zoals de verjaardag van mijn zoon, afhandelen eigenlijk. Ik had die wel huis gestuurd en... Uh, en en ze stuurde echt terug: van, als dat is, dan, dan, kom, ik niet, dan kom ik niet af. En ik dacht: oké, okay, ja, en toen. Uh, Zij is een stadsmensen, ze komt uit Amsterdamstad. Dus zijn we in Antwerpen in de stad uh, uh, wat meer gaan zoeken. En ik dacht: ik moet hier zo snel mogelijk zorgen dat mijn gezin een thuis heeft. Ja. En als je een huis koopt, dan heb je nog al dat uh, papierwerk. Dus uh, dat was echt zo bij mij: van ja, we zijn er binnen geweest, met mijn vrouw ook wel. We hadden nog een goed gevoel bot gedaan en echt, echt. En erachter nog allemaal van die uh, dingen tegenkomen in de huis. Van, mm. Ik had in de zak gekocht. Hè? Nee, nee dat, uiteindelijk niet, maar uh, toch iets langer over we misschien kunnen nadenken, maar uiteindelijk blij met wat het geworden is. En uh, ik wou gewoon dat mijn gezin zo rap mogelijk een thuis had een huis waar we ons goed voelden. En dat is echt wel gelukt. Ja, en Want was weer vrouwelijk, ja. maar ook wel geen, geen klager. Ik ben wel iemand die, zo, als de situatie zo is. Nee, ja, wel voilà, dat is, de, de die, die, die gaat inderdaad in, echt in overlevingsmodus. En uh, oké, okay, genoeg geklaagd, nu gaan we er vol voor. En die heeft er echt alles aan gedaan om, uh, om, om, een, om een goede school te vinden voor de kinderen. En om het huis warm te maken. Uh, om direct een job te beginnen te zoeken. Zeg, wat, is, wat je zei, nu een in intro. Ze komt uit de uh, theaterwereld. En het geluk was in, Amsterdam, of in Nederland en in België is die jongere theaterwereld heel actief en heel okay. um, actueel ook. En in Londen, ondanks dat veel mensen denken dat het toch meer musical, uh, Broadway-stijl. En in, uh, in, in Lissabon heb je de taalbarrière. En dat was het geluk dat zij heel snel eindelijk weer in haar werkveld terecht kon na tien jaar. En um, dat heeft ook wel geholpen in, uh, in het settelen. Ja. Hm. Jij lijkt me wel iemand die ook wel houdt van de anonimiteit. In Londen was je daar toch wel blij mee dat je ja. gewoon kon leven. Maar dan kom je wel naar Antwerpen. Ja, je gaat toch niet op de Meijer nu kerst aankopen doen? Dat kan je toch niet? Ja, Kunnen ik ben wel, toch. Uh, de die. zaterdag ben ik toevallig nog. Uh, maar het was wat te druk. Maar dat niet van anonimiteit. Maar meer van. Het was met die kinderen. Ik had een fiets meegepakt. Echt <laughs> daar. <is, laughs> <de> keuze. <laughs> uh, dus dat Ja, valt wel anonimiteit. Wel, ja. Uh, dat, Tuurlijk, in België is het het meest, meer dan in Londen, meer dan in Lissabon. Als, als België in België, als Rode Duivel, is dat, is dat verheid het meeste. Maar niet, uh, ik heb er geen last van of zo. Belgen zijn, zijn heel vriendelijk en uh, merci voor de foto. En, en die gaan wij gaan af en toe stellen, die is een vraag. Maar ik heb er geen, uh, die vallen mij er niet, uh, niet meer lastig of zo, echt niet. Nee. Belgen vragen ook een foto, merk ik. Ja, dus, ja, dus, ah, ja ik natuurlijk, als die... je in Napoli, uh, nee, dat, nee, dat, ja. dat, die, komen, die schuiven aan bij jou aan tafel. België echt... hebben er we nog wel, van, die wachten tot je klaar zit met je eten. En dan, uh, nee, nee, dat is, uh, dat is prima te doen. Uh, Je weet waar ik woon in, in de stad, en, uh, maar uh, nee, ik heb, er, ik heb er echt geen last van, moet ik zeggen. Mm. Mm. Uh, wat was het grote verschil in de aanpak van Matsu en die van Riemer vorig seizoen? Uh, ik moet zeggen, ik ben natuurlijk gekomen toen dat seizoen echt al zes matchen onderweg was uh, uh, met Matsu. Ik heb het gevoel dat die, die, die mensen echt geen cadeau gekregen. De kleedkamer die er toen was. Uh, het het na compagnie komen? Na compagnie komen. Uh, ja De financiële situatie, het, uh, het systeem. Uh, hij had ook niet de, de spelers voor zijn systeem, terwijl hij was uh, duidelijk iemand van 3-4-3, uh, of in ieder geval met, uh, met 3-5-2. Die waren er gewoon niet. Uh, ik ben ook niet geen speler dat daar per se op die, in die fase in mijn carrière uh, heel goed inpaste. En waar, waar Riemer. Uh, heel goed heeft gedaan, die heeft dat heel snel herkend uh, de problemen in de kleedkamer en uh, heeft zijn systeem veranderd en, en die twee dingen zijn eigenlijk de, de grootste reden geweest voor de, de ommekeer en uh, dat is niks tegenover Mazu want ik, echt een heel fijne mens en, en iemand met goede ideeën alleen uh, verkeerde moment op de verkeerde plek denk ik hm. hm. uh, Annelecht probeert of spiegelt zich vaak aan Ajax jij kunt oordelen, zijn er veel gelijkenissen? Ja, in die zin, dat ze, dat ze toch altijd met goed voetbal... Dat lukt niet altijd natuurlijk, maar, maar willen doen. gemerkt ook wel aan de successen van de club in het verleden dat daar een bepaalde druk mee komt kijken. Ook, ook, ook van de supporters. Dat zijn ja, ook met heel veel jeugdspelers. En ik denk tegen Antwerpen hadden echt wel vijf jongens van Neerpeet van in de basis zelf. En, en plus ik als Belg, Mats Rits als Belg. Dat er echt wel weer hebben gekeken wordt naar de jeugd, ik denk dat dat heel belangrijk is en uh, de Anderlecht er ook weer heel goed op moet inzetten, ook in de uh, toekomst. Ik denk dat ze met een paar nieuwe mensen die ze nu in dienst hebben genomen, daar, uh, dat ook wel beseffen. En uh, die identiteit ook, ook belangrijk is voor de, voor de supporters, hoe die reageren op, uh, op jongens als Verscharen, Struyckes, Leoni, Sardella nu dan die het goed doet, uh, Zeno de Bas natuurlijk. Dat, uh, dat is heel belangrijk voor een club als Anderlecht, dat die identiteit uh, wel bewaard wordt. De supporters zijn wel echt anders. Ja? Ten opzichte van tien jaar geleden? Nou, dat weet jij veel meer dan ik. Ja, gelouterd denk, ja. door de mindere jaren dan? Of? <laughs> ja, ik weet niet, het is meer een uh, verbondenheid of zo. Oh. Terwijl het vroeger moest er gewonnen worden, ja. moest er mooi voetbal zijn. En ja, die crisisjaren dus... zullen er ook wel ja. mee aan gewerkt hebben. Dat Sowieso. ze denken van, oké, okay, ik snap het, dat ze wat negatief waren in, in die jaren, maar dat ze nu wel beseffen, we hebben elkaar nodig in die, uh, hmm. in die tijd. Ik moet zeggen, uh, Ander legt er ook wel heel erg... Op heeft ingezet, uh, de marketingafdeling. Dat die de, <laughs> ja, jullie spelen uh, met de badge van de fangroep op jullie borst. Ja, dus dat die, Meer dat, de, verbondenheid er, er kan dan. Uh, vorig jaar merkte ik dat niet en, en dit jaar ook met die. Ja, de, de, de fanbeleving, dat er heel erg op wordt ingezet. De, de connectie tussen de, tussen de fans en de spelers. Uh, dat is echt, echt wel, wel, wel fijn. Uh, elke match lijkt. Uh, Soort van nieuw thema, nieuwe show. En uh, ik moet wel zeggen dat dat, dat, dat fijn is om die uh, we hebben natuurlijk met van Imst gehad. Uh, maar er waren nog, nog meer voorbeelden. en Dat is, um, dat is echt een happening, een um, dagje uit eigenlijk uh, ander legt. En als dat dan, dan geboden wordt dan een goed resultaat, dan is iedereen tevreden. Ja, Dat is belangrijk. Ik denk dat je veel dingen vorig jaar niet moest doen. Vorig nee, jaar nee, een, nee, een nee, lichtshow voilà. of een ja. speciaal shirt. Je Laat bent het wel Laat benieuwd. Het licht he? maar uit. Ja. <laughs> Dan, uh, nee, dat is, dat is echt fijn. En ik merk dat ook aan mensen om mij heen. Wauw, uh, dat dat echt. Uh, de andere echt. Ik heb voel dat, 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 dat die veruit uh, de enigen zijn die dat doen uh, op die manier in België. En dat dat, uh, dat, dat, dat weer fijn is om naar andere echt te komen kijken. Mm -hmm. Ik ben altijd benieuwd wat ze weer gaan doen. Elke thuismatch verwacht je nu ook wel iets. Toch? Ja, dus het, is het is ook toch echt... zo cool om andere echt supporter te zijn? vooral als ze hier typisch. Die kiest voor anders, nu is het zo cooler. En ook de sfeer. Ja, vind ja. Ik, ik vind dat wel. Ik merk ook mijn vrouw, die, die is dan veel meer bezig met dat soort dingen dan wat er <laughs> op het gebeurt. En die, uh, ja, die geniet er ook echt van om, dan, uh, om naar Anderlecht uh, te komen en ziet hoe, hoe zij die, uh, die link ook legt met de stad Brussel. En, uh, en die urban scene en, uh, en, het, en het voetbal en de fans. En uh, ja, dat is echt wel, uh, echt wel tof. Om, uh, ze doen ook veel samenwerking met mijn kledingmerken of mijn rappers. Of nu is Zwang die dan de um, hoe zeg dat, MC, de, was. De MC yeah. was. Dat zijn toch dingen, echte Brusselaars. Ja. En uh, samen met de jeugdopleiding, die identiteit voelen van, van de stad, dat is gewoon, uh, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Ja. Hey, uw zijn, dat zijn wel complimenten voor uw vriendin, hè? Zeker niet alleen voor haar, maar. Ze gaat uh, ja, Sam, uh, uh, <laughs> niet voor mij, maar voor Jan <laughs> nee, zeker, ik kom er dan ook vaak tegen op, uh, op de werkvloer en, uh, en het is zeker niet alleen uh, Sofie, de vriendin van, uh, van Sam inderdaad, maar die hele, die hele afdeling uh, doet echt geweldig werk, dat mag gezegd worden ja. Ja. nou, het zijn wel met niet zoveel, dat, dat lijkt misschien als buitenstaande, nee, maar die werken wel echt ja. te hard, maar goed uh, je contract loopt af is zo ja? uh, yeah. dat is nog niet in de media verschenen, toch? Nee. <laughs> Maar wij krijgen de primeur. Gaat ja. uh, Of laat ik het anders kon. zeggen, want ik snap misschien dat je daar geen antwoord op kunt geven, maar nee. van wat hangt dat af? Uh, vooral van die, uh, van die twee enkels hier uh, nee. onder mij eigenlijk. Uh, je hebt me juist op de parking <laughs> aan zien komen. Ik ging dat niet zeggen eigenlijk. Uh, wat was er? Nee, af, ja, het komt nogal moeilijk uit, ja. uit een auto af en toe. Te hoge auto. Nee, um, maar is dat zo? Uh, is dat ja, ouderdom en zo stijf ja, ja, zijn. voetbal toch? Het is eind vorig seizoen, ik heb dat nu al vaker gezegd. had ik echt moeite en toen had ik mijn beslissing genomen. Van ja, dat kan echt niet. Ik uh, kon niet uit mijn bed stappen uh, op een training. Ik had een uur nodig om op het veld te komen. Uh, en dan nog hoe ik op het veld stond, was ook echt al niet goed. En uh, het was echt mij erdoor sleuren. En als, als wij wel playoffs hadden gehaald, had ik ze waarschijnlijk echt niet kunnen spelen. Dat was. Uh, maar dat was okay. niet goed, dus uiteindelijk was dat nog een vergiftigd... Of zeg je dat, geluk bij een ongeluk, ja. dat we die play-offs misten. Ik dacht, oké, okay, vijf weken rust, en dan uh, nationaal ploeg, en dan nog eens uh, alles uh, hopelijk volgend seizoen. Maar ja, ik, uh, ik was naar de halve finale Champions League gaan kijken met, met, met Moussa Dembele en nog twee vrienden. En uh, morgens. Of de volgende dag gingen we in de stad wandelen, en ik moest echt... En toen had ik al vier weken rust gehad. Na een half uur moest ik gewoon ik moest gaan zitten nee, en ik kon, kon, niet meer, kon niet meer stappen. En dat was voor mij echt van, ja, ander legt bel. Ik dacht van, er moet iets gebeuren, weet je, specialisten gezien. Ik moet niet opeens over operaties te spreken. Ja, hoe lang ben ik? Ik dacht, vier weken kan ik misschien nog wel missen. We ja, drie tot vier maanden. Ik dacht, nee, echt niet. En um, ja, toen, om dan terug te komen op afgelopen contracten was voor mij van, oké, okay, ja, nog één jaar en dan... Moet ik in ieder geval toch nog met mijn zoontje kunnen voetballen? En, uh, en dan maar dan, dan is er, ja, ik weet niet. Er is, uh, het is opeens, uh, die enkele heeft zijn plekje gevonden of zo. En, uh, en dat ziet je ook denk ik wel terug in de, in de prestaties. Ik voel, mij, ik voel mij vrijer. Ik denk ja. dat je van januari tot en met mij geen lange bal van mij kunt vinden. Want ik kon geen lange bal spelen. En nu... Allee, ziet je veel meer terug? Ja, dat valt niet op misschien. Nee. Als je die niet, maar ik zeg dat ook niet in februari. Ik, in, in ja, nee. ik kan geen lange bad spelen. Als ik dat zou ja, wel een kolis hebben. Maar echt, nu ook. Ik niks anders ik doen. Ik denk dat je dat veel meer terug ziet in mijn spel nu, die, die switch of play. Maar ik, alleen, sorry. Nu, jij speelt echt op een waanzinnig hoog niveau. Als ja, dus jij nu ik, omdat deze ik, uitleg, ik, uitleg doe, ik, ik echt zie dat. ik door, door, door mijn enkel. Vooral op voetballend gebied kan ik nu. Ik kan veel meer brengen, omdat ik veel meer kan afzetten. Ik kan veel. Dus, uh, maar dat is een soort mirakel dan Mirakel. Uh, ja. goede specialisten in, uh, in België die, uh, die de juiste middelen hebben gehad om, uh, om dat een beetje uh, hoe zeg je dat wat, wat soepeler te maken er, erbinnen en, um, maar ja, moet je ik dan niet veel extra oefeningen daarvoor doen of zo? Nee, uh, ja. nee, het is gewoon behandelen. Uh, nee, want ik moet zeggen dat nu echt wel, wel goed. Ik voel dat wel, hè, dat dat mijn zwakke plek is. En als ik eens een tik krijg, zoals tegen cirkelen, er was ook echt een scheurtje daarna. Of uh, tegen Standaard had ik ook twee momenten dat ik dacht: ah. en dan, uh, dan heb ik momenten zoals vandaag. Um, in de laatste minuut tegen Antwerpen kom ik verkeerd neer en, um, en dan stijft dat helemaal op. En dan ja, kan ik altijd niet goed stappen, maar hopelijk morgen beter. En dat, dat is gewoon, waar hangt dat dan vanaf, zegt je inderdaad. Of ik doorga ja, van dit soort dingen, van hoe lang blijven die duren. Ja, dat snap en, ik. Maar ja, je levenskwaliteit na de carrière is ook belangrijk. Ja, hè? dus uh, ik heb die, die beslissing voor me uitgeschoven en dat is moeilijk denk ik voor veranderlegd. Omdat ze op een gegeven moment ook wel duidelijkheid willen, maar... Ik kan die beslissing nu echt nog niet nemen. En dat, dat, is, uh, dat is zo van. Uh, als ik me nu voel, als ik me vond jou voel, zou ik wel door willen, maar dat is geen garantie. Het kan elke week anders zijn. Dat snap ik. Uh, al nagedacht over na je carrière? Veel. Ja? ja. Uh, Een wielerploeg, toch? Dat ja, wordt altijd nou, ik gezegd. Ik zei altijd van ja. als ik de. Als ik het budget heb, maar. Um, Budgetten tegenwoordig zijn zo hoog dat ik denk: ik moet uh, toch iets hebben. Ik zei altijd: als ik de Lotto win met mijn broers, dat zijn ook uh, koersliefhebbers, uh, start ik een, uh, een wielerploeg. En niet de arrogantie dat ik dat kan, maar dan zou ik de juiste mensen wel, wel vinden. <middelen> Jij doet mee met de Lotto. Nee, ik doe niet mee. <sweer> <middelen> <hijen> ik weet niet wat er moet gebeuren. Er moet ergens iets, uh, een investering uh, over de kop gaan, maar. Um, maar als je ziet, die Tour de titema, die, die ja. heeft toch een proflicentie? Ja, nu wel. Dus he, ja, dat ja, kan ja. wel, ja, ja. Ik, ik spreek hem wel af en toe, Bas Tietema, die dat doet, omdat ik dat fantastisch vind, hoe dat hij dat allemaal uh, opzet en, uh, en de marketingmachine uh, erachter. Dat vind ik echt wel interessant. Uh, maar na de carrière, ik had altijd iets van, iets van, de dag dat ik stop, moet ik iets doen, want thuis zitten, en ja, dat is, dat is voor mij al echt... Vandaag is mijn vrije dag, maar ik, ik plan dat, ex, dit soort dingen expres dan op mijn vrije dag, om omdat ik bezig wil zijn, omdat ik niet thuis kan zitten. En, uh, maar echt, wil je dan niet eens ook? Wel, doordat er nu uh, een paar dingen. dat ik dan heb gezien van de Sar, die een ja. hersenbloeding heeft gehad, overbars. Ja. Uh, dat soort dingen, heb ik me wel echt aan uh, het denken gezet. Klaas-Jan Huntelaar, die mijn burn-out zit thuis. Dat zijn dan toevallig drie -mensen. mensen die van Ajax komen. waar ook heel veel druk bij komt kijken, bij de job die, die zij hebben. die ook uit een, uit een zware periode komen. Dat heeft me echt uh, zoiets uh, gegeven van, uh, oef, misschien toch, hm. kijk wat er op mijn weg komt en niet zoveel druk leggen op het, uh, de dag dat ik stop, moet ik iets doen en moet ik een job hebben waar ik uh, succes mee kan hebben of uh, ik ben heel wat rustiger geworden. Duurzaamheid, En Bele dan, uh, yeah. met wie ik veel contact heb, een goed voorbeeld ervan, die is op zijn gemak en die, uh, die is bezig met allerlei dingen, maar meer van... Pluk de dag en ik zie wel wat er op mij afkomt. En, uh... en ook niet in de spotlight. En dat is het ook. Nee, niemand weet dat nee. die zich er bezig Nee, nee, nee. En uh, die houdt zich met heel veel dingen bezig, maar die, die, die kan er ook voldoening uit halen. En ieder mens is anders. Je hebt mensen hm. die perfect minder kunnen doen. Of je hebt jongens die. Uh, die heel veel moeten doen. Zoals uh, ja, Thomas van der Spiegel, bijvoorbeeld. die dan ook de brains heeft. en, en zowel met basketbal als met wielrennen. heeft vijf jobs. Voilà, uh, met heel veel uh, dingen bezig is. En dat vind ik dan ook wel echt interessant. Alleen, ja, je um, moet, moet uh, de balans kunnen vinden. tussen uh, vader, man. en, uh, en, 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 en werk. Hm? Man, Jan, zoiets. <laughs> maar, <laughs> dat klonk heel ge <laughs> slecht gerijmd. Maar uh, <laughs> daar, uh, die balans. Uh, um, die, wil ik, uh, ja, die moet ik wel, wel goed zien te krijgen. Ja. Ja, je hebt al gezegd dat je niet echt coach wil worden. Hè? Dus wat Steven De Voer gedaan heeft of wat Company nu doet, dan niet. Nee, Toen... er zijn heel veel er mensen waarom dan niet. En er zijn echt vijf of zes redenen waarom ik het niet wil worden. Okay. Het... Dat is veel. Ja, Ook om, ja, omdat ik heb wel die cursus gedaan, maar dat was me meer op te kunnen verplaatsen ik, heb ten, ik heb ten eerste, ik een tijd. Er was een verkorte cursus, dat speelde ook mee. En ook van, ik wil dat wel eens zien. En kijk, ah, misschien als ik met die jongens op het veld sta... Maar hoe bedoel je, je had de tijd? Want je doet of je niet een superdruk leven al jaren. Jawel, dat maar We zijn heel altijd veel weg van duivel. huis. Jawel, maar altijd rode duivel. Dan heb je, je getraind en je zit op hotel. Dan heb je toch een aantal uur per dag. Dan Jij dan kun je kunt dat wel goed mixen. Ja, en... en okay. uh, om drie uur s middags Netflix aanzetten, dat dat kan ik echt niet. S'avonds avonds zo om half negen negen uur is iets kijken dan nog wel. Er staat uh, iets goed op GoPlay tegenwoordig. Uh, uh, <laughs> ja, maar dat, dan ben ik liever bezig en dan heb ik daar mijn tijd in gestoken. En uh, wat ik zeg, die vijf zes redenen, ik heb de passie niet om constant over tactiek na te praten en te denken dat dat het belangrijkste is. Als mensen, als ik zo'n gesprek heb met een coach of met iemand met een speler. Tien minuten kan ik mij geven van hey Jan, wat, wat vind jij hiervan? En dan merk ik echt van oh, nee, alstublieft. Laat genoeg. mij gewoon uh, iets over anders hebben. En, um, dus dat is al het belangrijkste denk ik. En gewoon de, de tijd, de stress. Um, ja, er zijn uh, heel veel dingen als ik dan... Ja, dat kan, ik kan, uh, kan het echt niet... Uh, kan me echt niet in die job zien. En ik heb, ik heb het diploma. Als ik dat over vijf jaar uh, misschien wel heb, dat ik eens wil gaan voelen, zoals Thomas vermalen. Ah. Misschien is assistent zijn in de jeugd of zoiets. Dan heb ik het en dan kan ik het doen. En dan moet ik niet meer anderhalf jaar gaan strijden voor, uh, voor dat papier. waar ik dan ook nog eens niet mee weet of ik het wil. Dus ik heb het. En, uh, en in mijn carrière probeer ik zoveel mogelijk dat soort dingen te doen. En dan, dan heb ik het al en dan zie ik het wel. Uh, um, ja, wordt Schipstrand uiteindelijk en waar ik zal belanden. Dus super veel opties nog. En media? Media. Uh, ja, maar is, uh, er zijn ook zoveel opties daar. Analyse ik vind het wel cool, plezant om, om, ja. om zo te spreken over voetbal en erover na te denken. Maar dan. Uh, ik wil wel, de, net zoals als speler, die verantwoordelijkheid voel naar ander legt. Als ik een job aanneem, voel ik ook wel die verantwoordelijkheid om die ten volle te doen. En daar ben ik nog niet over uit wat dan die job precies uh, zal zijn. En uh, ik denk dat ik het een beetje ga aankijken en uh, er zullen wel. Opties langskomen en, en zo'n beetje te, te voelen, zeker. Dat ja. zeggen leg je ook niet te veel druk op? Nee. nee want ik voel dat je precies moet de perfecte keuze zijn. Maar... Nee, want ja, die perfecte keuze. Ik, ik ben wel jaloers op de mensen die naast voetbal echt een passie hebben, uh, zoals coach bijvoorbeeld worden, of, uh, of, of iets in de bal doen, ik zeg maar iets, uh -huh. of, een, of, een, uh, of een talent hebben. Uh, ik heb natuurlijk het geluk dat ik daar als voetballer. Ik heb het al een heel leven de gehad. Dus, mensen he? zeggen: van, uh, Je hebt in ieder geval iets wat je goed kunt en waar je successen mee hebt behaald, maar uh, ik wil eigenlijk nog steeds iets vinden. Snap je? Dat, hmm. uh, dat is natuurlijk niet, uh, niet gemakkelijk om dan iets te vinden waar je echt uh, je ja, eigen kwijt kunt en uh, een heel veel voldoening uithaalt. Of dat nu uh, uh, het is niet financieel, hè? dat moet geen één euro opbrengen, maar ik wil wel dat ik er mijn kan gooien, snap je? Mm. Met plezier. Hè. Je hebt ook geïnvesteerd in een grasmat technologie. Ah, oké. Okay, yeah, yeah. Stadia? De, ja, ik ben bij... <laughs> uh, ja? Nog vooral de, recent, hè? Vooral de laatste tien jaar, dat is eigenlijk wat gegroeid sinds ik met, met Moussa uh, bij Tottenham speelde. Moussa is de creatiefste geest die ik ken. Super slimme gast, niemand weet dat. Maar omdat hij inderdaad heel veel op de achtergrond blijft, uh, heel slimme gast, alleen het, uh, het praktische gedeelte, de slechtste gast uh, ooit. <laughs> dus Wij passen heel goed bij elkaar, want ik ben heel praktisch, ik zet dingen door. Ik, ik hou van met mensen spreken en, 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 en stappen ondernemen en, en mensen bellen van, ah, kunnen we het zo doen, zo, zo, zo en zo. En met advocaten dan spreken. En hij is degene, het creatieve brein, dus we hebben um, de ondernemersgeest is zo aangewakkerd. Samen, we waren ook een, een, een goed team daarin. Wat ik zeg, omdat wij die, uh, ja, dus elkaar heel goed aanvulden daarin. En uh, ja, daar ben ik nog altijd mee bezig. En uh, Moussa, sinds hij naar China is vertrokken, is het heel moeilijk om daar uh, concreet mee over te spreken. En bij Tottenham wel. Wij waren, zaten elke dag samen. Onze vrouwen, zijn beste vriendinnen, kinderen op dezelfde leeftijd. Dus we waren altijd samen. En uh, nu in België is dat weer wat meer, we zien elkaar weer wat, wat vaker en dan, uh, hij heeft er niks mee te maken met, met deze investering, maar um, ja, door hem is dat zowel wat, wat aangewakkerd geweest en nu toevallig, uh, deze weken zijn in de pers gekomen, ja, een van die investeringen in een, uh, in een bedrijf, een al groot bestaand bedrijf is uh, dat zich inzet op, uh, op grasmattechnologie en daar al heel ver in is in die onderzoeken en uh, ik denk dat dat toevalligerwijs dat wat gelinkt werd aan de slechte uh, grasmat in, uh, in Anderlecht, maar dat dat heeft er dat niks mee te schrijven? maken. En vandaag zie ik zelfs dat misschien een samenwerking komt. Ja, ah, echt. Ah nee, dat, daar ben ik echt niet betrokken bij de okay. dagelijkse leiding daar ja, zij zetten. Maar... Nu heel erg in. Ze hebben al heel veel klanten in de Premier League. Ze zijn heel dicht bij grote samenwerkingen bij, bij de, in Amerika bij collegevoetbal. Uh, het gaat niet puur over de. Over de grasmat, maar ze doen ook heel veel richting blessurepreventie. En ik weet niks van Anderlecht. Daar heb ik echt niks mee te maken. Uh, dat is puur toeval dat ik uh, toeval, toen zei: Van uh, Anderlecht uh, heeft, een, heeft een slecht veld. En op vrijdag sturen zij een per de uit van: uh, <laughs> Ik investeer in, uh, in een grasmattechnologie. Dat is een bedrijf waar ik al maanden mee in gesprek ben. En uh, dat nu toevallig die samenwerking officieel geworden is. Ben je dan een soort zo, ja, angel investor waar dan mensen dingen komen pitchen? Kan, ja, ik, kan ja, 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 ik een idee komen pitchen bij Jan Vertongen? Ja, uh, dat kan. Ik ja, ben benieuwd welke idee ik oh ja, ja. ja, nee, dat, dat, gebeurt, uh, ja. dat gebeurt. En zo zijn er uh, nog een aantal bedrijven waar ik wel in geïnvesteerd heb, of, uh, of dan de beslissing heb gemaakt van niet. Ik merk wel dat het bij mij het gevoel heel belangrijk is. Ik weet niet, dan zie ik een mens en ik heb het gevoel dat ik mensen redelijk goed kan inschatten. En als ik passie zie bij iemand, en, uh, dan wil ik eigenlijk al direct zeggen: Ja, ik, ik schiet, uh, hoeveel, bijspreken, hoeveel heb je nodig? En deze man, uh, Jan, heet die ook uh, van Raw Stadia, die is zo gepassioneerd. En ik dacht van, wauw, jij zegt goed in je job. En uh, mag niet wat je nu de cijfers zijn, die worden <laughs> natuurlijk ook uh, door iemand anders gecheckt. En zo bij een aantal andere investeringen ook. Uh, de mensen. Dat, dat, ja. dat werkt. En uh, ik merk dat ik liever in mensen investeer dan in ideeën. En uh, tot nu toe pakt dat goed uit. Ja. Mooi. Het meest... Goede idee gaat ook niet zonder de mensen, denk ik. Nee, nee maar het meest waanzinnige, denk ik, waar dat je eigenlijk ook wel in investeert, is je foundation. Hmm. In oktober had je weer je jaarlijkse benefit. Ik heb nee. het opgeschreven omdat ik het waanzinnig vond: 274.000 ja. euro opgehaald voor je foundation. Wat al, oh, waanzinnig ja, dat. Ja, in deze dat is? tijden uh, van, van crisis dan, ongelooflijk uh, bedrag. En. Uh, ja, de mensen. Ja, ik zet natuurlijk mijn, uh, mijn gezicht en mijn naam uh, hangt eraan, maar uh, bij werken mijn Geen lange heel... brainstorm voor de naam, denk ik. Nee, uh, <laughs> ik heb. Honderden keren ze zijn moe van mij. Elke uh, bestuursvergadering die hebben, zeg ik: ik wil de naam veranderen. Omdat ik dat. Ja, maar ja. De... Snap waarom? Jij? Het ja, werkt. Ja, het is toch? de beste ja, naam, maar sowieso, ik, dan liever heb ik zoiets van. Uh, move to play. Zo'n naam van. Want ik, ik ben niet graag mijn naam eraan, omdat ik wil dat uh, de ziekenhuizen, de gemeenschappen waar we mee samenwerken uh, dat het minder dat om op u gaat. Ja, dat het niet om ja. mij gaat. Nu is, ben ik een soort van uh, vaak kom ik in een, in een pakket van uh, uh, we doen een, een playground, maar Jan komt hem openen. Ja, nee, ik wil dat dat los van mij uiteindelijk bestaat. Een van de redenen ook eigenlijk dat ik nog nooit gezegd heb dat ik eigenlijk niet in België wou komen voetballen. Om, ik, wil, ik wil niet gelinkt uh, worden aan een club. Snap ik. Omdat nu ben ik Jan. Toen was ik Jan Vertoon van de Rode Duivels en van clubs in het buitenland, maar nu ook Jan van Anderlecht. En ik was bang, ah, wat voor effect gaat het hebben in de foundation, omdat ik wel echt inzet op heel België en op heel Vlaanderen. En we hebben nu een fantastische samenwerking met Ziekenhuis in Luik, maar. Als ik tegen standaard speel, schelden ze mij uit. En weet je, ik wou er echt vandaan blijven. Ook daarom die naam loskoppelen van, uh, van de foundation, van mij als, als voetballer. Maar ja, uw de, 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 de naam eraan geven geeft zo'n waarde aan de en, foundation. Ge, en opent heel veel deuren. Ja. En elke, binnenkort heb ik weer een verhouding. Ik ga het weer opperen. maar uh, ze gaan weer, dat gaat weer afgeschoten worden. Het is al... Uh, ja, nee, ik, ik vind, vind voor je foundation, vind ik dat echt heel logisch eigenlijk. Ja, ja. ja. ik snap 270. wel als je later bedrijven enzo, dat daar ja, dat, dat is iets anders. Ja, maar ja. De foundation, ja. Ja. Iedereen kent het nu ook al. Hè? Ja, toch, wat was misschien dat moet we moeten er toe... straks nee. nog eens over, over nee. spreken. Want jij bent wel de man van de, van, de, van de ideeën. Ik vind toch dat het nog te weinig bekend is. Uh, we hebben een bedrag van 274.000 opgehaald. Dat rechtstreeks allemaal naar de ziekenhuizen gaat. Naar de kinderen. Alles wordt. Uh, elke euro wat gaat daar naartoe. En uh, ja, ik vind dat dat toch nog. Waar is dan naartoe? Ziekenhuizen en Ja, wij, uh, wij faciliteren eigenlijk beweging. Ja. Um, door middel van interactieve playgrounds, in ziekenhuizen te zetten, in gemeentes. Um, mijn kinderen wonen nu zelf in de stad. Ik heb een, een, een tuintje dat kleiner is dan, uh, dan deze studio. En je zit toch altijd op zoek naar ruimte, naar ruimte en, ja. en beweging. En in Antwerpen moet ik zeggen dat dat heel goed is, maar in, uh, in de dorpen en in de gemeente. Um, ja, is er nog heel veel mogelijkheden toe, maar de, de core business zogezegd, is echt richt op, op, op ziekenhuizen, op die samenwerkingen. Het is niet alleen playgrounds, maar ook... Ja, uh, eigenlijk de afleiding bieden van de miserie in de ziekenhuizen. Dan, door, uh, wij gaan heel veel langs in ziekenhuizen, wij organiseren sportdagen voor, uh, voor minder valide of kinderen die er anders uh, minder kans toe krijgen. En uh, in samenwerking ook met... Um, bij andere stichtingen. En uh, dat is geweldig. En dat is ook iets waar heel veel van mijn tijd in gaat nu, nu ik in België woon. Veel meer dan toen ik in het buitenland woonde. Dat is dan weer wel, wel een voordeel, daarvan. Ja, Ja, want ik ben al met 10, 15 events geweest dit jaar. En, uh, of openingen of ziekenhuisdagen. En dat is ook waar ik heel veel van mijn tijd in wil steken na de carrière. En. Um, er, is nog heel veel, er zijn nog heel veel groeimogelijkheden. En um, daarom dat ik zeg, misschien moeten we er straks eens over spreken. Want ik ben er heel veel mee bezig hoe dat ook naar buiten toe uh, aan te pakken. Van hoe kunnen we dat nog meer in de picture zetten? Alleen dan komt weer het verhaal van. Uh, dat was echt. Ach oh man, ik had. Uh, we hadden een meeting gehad <laughs> uh, in Lannaken in de Limburg. En daar waren mij dat waren, ik, ging, ik zat er ook zelf bij samen met de directrice van de foundation de enige medewerker die we hebben en dan konden gemeentes komen spreken van ah Jan uh, zouden jullie met ons willen samenwerken dat waren echt zo uh, Mas Mechelen, iedereen zat daar prima, super goede gesprekken ah Jan, uh, fantastisch ik kook ook heel goed gevoel bij, dat bij al die gemeenten uh, we gaan het doen en dit en dat en zondag die zondag, dus ik had op een Ergens in de midweek had ik dat gesprek in Lanaken en zondag spelen we in Genk. En Genk was echt een match van. Dit seizoen of vorig jaar? Nee, nee, afgelopen seizoen. Ah, ja. um, dat heel veel tumult, hè, met de situatie mee, met de Condé dan, de rode kaarten. Ja, um, en ik dacht: van, uh, ik heb juist acht gesprekken gehad met mensen uit, van gemeentes uit de Limburg, maar. Iedereen heeft me uitgescholden voor het vuil van de straat Een Genk. Waar ik, waar, ik was, daar zat ik echt mee bezig na de wedstrijd. Hè, van, dat is wel zo te van Wat voor en invloed denk. heeft dat eigenlijk op de, sticht, op de stichting of op de foundation? Nee. En uh, daarom, daarom heb ik dat totaal loskoppelen. En een van de redenen dat ik daarvoor niet naar België wou komen, was gewoon: ik wil niet dat, dat, dat mensen dat zo zien. Uiteindelijk uh, gaat dat nu heel goed. en We hebben een fantastisch bedrag opgehaald, en dan hoor ik er ook nul negatieve geluiden over. Maar uh, dat zat toch in mijn hoofd. Een van mijn goede vrienden, Pieten Boer, zit in uw raad van ja, bestuur. Ja, ja. En elke keer als, is hij ook naar, hoe, actief. als hij over uw foundation praat, zegt hij wel hoe persoonlijk betrokken dat jij bent. Hij is daar echt zwaar van onder de Ja, ik heb uh, dus is... wekelijks of dagelijks contact met, met de mensen daar van hoe we nu uh, ja, weer. Ja. Dingen kunnen dingen gaan aanpakken en hoe toch meer visibiliteit te creëren. daar um, Want daar liggen nog echt wel heel, heel veel mogelijkheden, denk ik. Waar gezegd, iedereen kent de foundation, maar ik ben elke keer toch teleurgesteld als iemand uit de sportwereld dan komt en zegt van. Hé, maar wat nee, doen ik, jullie dan precies? Ja, ik en, denk ook niet dat iedereen. Dat nee, kent. ja, voilà. En, maar ja, wat doen die en waar zijn die mee bezig? En dat zou veel meer geweten moeten zijn om toch nog meer kinderen te kunnen helpen. En um, er, er zijn dus nog veel mogelijkheden, laat ik het zo zeggen. Hm. Nou, we hebben er hier reclame voor gemaakt. Zeker, en terecht. Dat is ook al goed, ja, ja. absoluut. Hoe lange intro? Het is <laughs> <laughs> aan de carrière beginnen. Oké, okay, uh, ja, ja. Voilà. ja. We zijn al even bezig. Ja. Voilà. Maar ik, ik, ik zet altijd intro en dat is dan actua en zo wat, ja, wat er nu ligt. Yes, maar dat dan begin ik pas ja. eigenlijk. Dus ah, okay, ja, ik alsof. ben klaar om te beginnen. Dat is okay. ook mijn schuldvak. Ik weet... Te veel uit. Dus doe maar. Nee, dat, is, dat is goed. Het is, het is ook uw podcast. Uh, je begon met voetballen bij VK Tielrode. Jazeker, ja, zeker. En uh, mijn research heeft uitgewezen. Jullie waren wel echt goed. Ja, wij waren echt goed. Ja. Ja, ja. Want ik heb hier de cijfers van één seizoen. Een keer 240 keer gescoord. Maar 16 tegendoelpunten. 22 keer gewonnen en maar één keer verloren. En de meeste doelpunten kwamen van u en uw broer Wart. Ja. Hoe komt je aan die cijfers? Ik had uh, ja, dat is ook wel zo dat je dat kunt vinden. Dus ik heb van mijn zesde tot mijn twaalfde daar gespeeld. Uh, ja, uh, zes jaar. En mijn, uh, ik heb twee broers, maar eentje is een jaar ouder. En we zijn op dezelfde moment beginnen voetballen. En altijd in dezelfde, in dezelfde ploeg gespeeld. En, uh, dat is dan Wart? Dat is Wart. En ja. ik, ben de, ik ben de kleinste thuis. Dus uh, ik heb twee giganten van, uh, van broers. En Wartie was op zijn achtste al even groot als die nu is. Heb ik het goed? Dat was echt een, uh, een soort van Lukaku-type. En uh, ik was dan een soort van de, de, de middenvelder, en hij was de spits. En ja, wij, wij uh, speelden <laughs> eigenlijk samen gewoon alles kapot. En ik uh, moet zeggen dat die andere jongens uh, in het team ook wel echt. Uh, Niveau hadden. Dus ja, dan op zo'n niveau, dan, ga, dan scoort je inderdaad 20, 25 keer per match soms. En vandaar die, die cijfers. Maar, maar was hij dan de betere in die jeugd? Uh, hij, hij was wel degene waar de aandacht naartoe ging. Spits. Ja, hij was de spits. Ik heb foto's echt, maar letterlijk, als je nu foto's zou zien van, van Romolo die bekend zijn, dat was hij. Gewoon anderhalf keer ja. groter dan iedereen en altijd uh, nou, die is niet. Uh, <laughs> Die is wel in België geboren, maar die is niet van, de, van dat jaar of dit of dat klopt niet. Maar die, dat is gewoon uh, een gigantische mens. En uh, ja, als je dan fysiek. Uh, mijn zoontje voetbalt nu ook. Als iemand fysiek uh, iets beter is, ja, dan, dan is het al klaar, snap hm. En uh, we hebben eigenlijk altijd samengespeeld. En uh, dan ook kampioen geweest van Oost-Vlaanderen en, uh, en dat soort dingen. Wat, uh, wat een goed proosje, ja. Maar De, de, de scout die u naar Beerschot haalt, ja. kwam eigenlijk voor uw broer. Ik hoop dat. Niet? <laughs> De, ja, um, scouts zijn er uh, altijd geweest. Dat was dan altijd Lokeren, Beveren. Ik kom uit het uh, Waasland. Dus dan, uh, af en toe kwam er dan eens uh, een ander Anderlecht of, of dat soort ploegen langs. En uh, mijn ouders die wilden dat nooit. Ik eigenlijk ook niet. Op een gegeven moment is ik gaan testen bij, uh, bij Lokeren. Om te kijken of dat ik dat niveau had. Ik alleen, dat was zonder mijn broer. En uh, um, ja, die wilden me direct vastleggen daar uh, die een dag. Uh, dat niet gedaan. En, uh, maar ze kwamen inderdaad altijd wel, denk ik, voor ons, voor ons beiden. Hm. Uiteindelijk ben ik dan de enige die de... Uh, mijn jongere broer heeft later nog bij AMO gespeeld, maar ik uh, ben de enige die uiteindelijk de stappen uh, heeft gemaakt. Maar dat was dan puur omdat het de randzaken geregeld werden. Uh, Urbeaansaar die mij weghaalde bij, uh, bij Toerode om naar, uh, naar GBA te gaan. Legend. Legend zeker. Uh, yeah. uh, die uh, die zeiden van, nee, nee, we komen nu ophalen en school blijft goed. En dat komt allemaal, bla bla, 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 bla. En dat was voor mij, dat was voor mijn ouders het belangrijkste. En, uh, en toen heb ik op mijn twaalfde inderdaad de stap gemaakt, maar uh, ook niet... Uh, jij, jij, toch, jij werd toch ook niet gretig? Nee, zo, ik was of? helemaal niet happig. Uh, nee, nee, net ook. Mama, je had me beloofd dat ik dit niet zou moeten yeah, doen. Ja, en dat was eigenlijk, <laughs> um, dat was eigenlijk zo hetzelfde richting, richting Ajax ook. Dat was... voelde mij goed altijd op die plek en dat is eigenlijk later in mijn carrière ook altijd zo geweest. Ik heb ook altijd overal lang gespeeld. Uh, als ik me goed voel, dan wil ik eigenlijk nooit weg. En uh, ik koester altijd heel erg wat ik heb. Maar ben, uh, mijn ouders zeiden van Jan, probeer het. Is het niks, dan speel je hier volgend jaar terug. En zo was het ook. En dat heeft mij zo wat die zin heeft mij zo wat overhaald van ja, waarom niet? En we zien wel. En, uh, voilà. en hoe was het dan om op dat moment in de jeugd van Beerschot te spelen? Moeilijk die, ja. uh, die stap van Tielrode naar Antwerpen, Be Beerschot was veel zwaarder dan uh, van, uh, van Antwerpen naar Amsterdam. De switch mentaliteit van het dorpse, natuurlijk, dorp-dorp in de puurste zin van, uh, van het woord, ook qua mentaliteit, naar. Wat uh, is dat, arrogantie? Uh, ja, uh, hardheid. De hardheid, vooral, inderdaad. Van uh, er komt iedereen een gast van, van buiten. Dat was echt al mijn pleksje inpakken. Daar bij de voetballen, er is voor iedereen plek. Uh, zelfs voor jongens die niet weten naar welke goal dat je moet shotten. Iedereen mocht, uh, mag, mag, mag voetballen. En daar, dat was echt al zo'n mentaliteit. Uh, ja, andere mentaliteit. Heel het switch van het, uh, het stadse uh, afspiegeling en de mentaliteit die daarbij kwam kijken, daar uh, heb ik wel moeite mee gehad. en uh, Dat was niet altijd even plezant. Uh, Wie op, zat er toen allemaal in je ploeg? Ja, Moussa Dembele zal de, zal de bekendste zijn. Uiteindelijk, uh, ja, Mascherifi, dat is nu samen met Tom de Mil. Mijn, mijn manager speelde toen. En uh, ja, allemaal jongens die, uh, die het later ook nog wel, uh, wel oké okay hebben gedaan. Maar uh, Christophe Maaskeeper, ja, ja. Uh, die speelde een jaar ook. Die is van 88, maar die speelde bij ons. Die heeft dan nog tot profvoetballer gehaald. En later uh, kwam dan nog Stanley Abora bij. Uh, ik vergeet er ze, uh, wie heeft uh, Wat toen ze het Dat, waren, op, dat ja. waren de bekendste, denk ik. Die hadden uh, een goede ploeg dan ook? Nee, we hadden een fantastische ploeg. Ja. We hebben de Europese super, eh, cup, uh, Nike Cup gewonnen in, uh, in Lissabon. Okay. Uh, dus dat was een ploeg met geweldige, geweldig talent, ja. ja. En uh, dat was wel tof, maar to, toch, ook, uh, toch ook niet. Ik miste toch wel die gemoedelijkheid en dat... Rustig en uh, dat, heeft me, dat heeft wel, uh, wel, uh, wel moeite gekost. Ja. Ja. Dan is de, de volgende stap misschien ook <laughs> ja. naar want ja. Gemoedelijkheid en rust zijn twee woorden die ik niet link met Ajax. Nee, helemaal, nee. Uh, helemaal <laughs> niet. Nooit meer, uh, maar dan ging het niet meer echt om de mentaliteit, dan ging het ook hetzelfde weer. Uh, ik was 16 en uh, Ajax zat al een aantal maanden aan uh, mijn Leo Benakker was dat toen. Die, 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 uh, die, die deals deden, samen met Urbe Hazard, van uh, zo aan, aan mijn mouw te trekken. Het jaar ervoor had Thomas Vermalen de, de stap gemaakt. En ik dacht, Jelle ah. Van Damme, denk ik ook. Ja, maar dat was die in de eerste ploeg van Beerschot. Dat was dat niet echt ah, jeugd. Ja, Tom de Mul had, ja. uh, had ook die, samen met Thomas Vermalen denk ik, hetzelfde jaar. Of, uh, of iets... Ja, uh, of ertussen Die stap gemaakt. En dan zat er natuurlijk die samenwerking in een tijd... Slim gezien, hè? En, en uh, ik ben samen met Moussa Dembele uh, en nog twee jongens van mijn team, uh, Yama Sharifi en Loro, Lori Mokamba, zijn we een week op stage geweest. Ze hebben ons er in een hotel gestopt. Als vijftienjarige in de stad. Dat was... In Amsterdam. In Amsterdam, oké, okay, aan, de, aan, de, aan, de, aan de Randstad. Maar toch uh, helemaal alleen, zonder begeleiding. Dat, dat kunnen we nu niet meer voorstellen. Ze komen ons wel ophalen en afzetten, maar voor de rest... En uh, dat zijn nog altijd drie hele goede vrienden van mij. Dus we hebben het er echt nog wel, uh, nog wel over. En daar hebben we dan een stage gedaan. En uh, die mochten allemaal blijven. Alleen Moesa heeft dan gekozen om het niet te doen, omdat Ryan Babel eigenlijk in de spits speelde in die tijd in de jeugd. En uh, Yama is met mij meegedaan, en, en Lori uiteindelijk niet. En uh, ook ik wou het eigenlijk niet doen. Uh, en weer hetzelfde vooral als van Tilrode naar je: Ik zit hier goed. Pff. Maar je moet veel doen dat je niet wilt doen. Nee, nee, nee. En, het, en uh, Danny Veit was toen met een trainer. Uh, bij de onder 16 dan. Uh, de B1 noemde dat toen. Uh, of de, ja, van, uh, van Beerschot. Of een GBA. En hij zei ook hetzelfde. Hij was toen diegene die zei: Jan, ga, ga er naartoe. En vanaf, vanaf Ajax kun je overal naartoe. Hij heeft wel gelijk. Een soort van: als je terugkomt, ja. ga naar daar, naar daar, naar daar. En dat was weer die zin die toen eigenlijk. Mijn moeder had gezegd toen ik twaalf was van ja, ik probeer het en, uh, en waarom niet. En, uh, en die stap was, was eigenlijk, die drempel was veel lager. Ik um, kwam op school daar terecht en ja, dat was, dat was fantastisch. Ik leerde daar mijn, mijn, uh, ja, mijn vrouw kennen, die zat in mijn klas. Dat ja, is nog altijd. En uh, Tom de Bull zat in mijn klas. Dus ik had direct een vriend en een, en een vriendin. <laughs> en hebben uh, de meer nodig. En uh, ik speelde alles in de jeugd en dat ging ook goed. Dus ik kwam er heel, uh, helemaal op mijn plek terecht. En dat was een fantastische periode. En als ik zou moeten teruggaan naar één periode, is het naar dat jaar. Het Want, eerste jaar dan? Ja, ik, ik kwam, mijn moeder zal zeggen van niet, maar ik heb toch het gevoel dat ik vrij streng ben uh, en strikt ben opgevoed. Na school moest ik altijd direct naar huis. Uh, niet buiten de deur spelen. Uitgaan uh, zat er ook niet echt uh, veel in. En um, kwam ik opeens alleen in Amsterdam terecht. Van, vanaf dat, ja, dat was, dat was ongelooflijk van een wereld dat er voor mij open ging. Ja, Het leven uh, begon uh, gewoon. Ja. Het leven begon. En ik had wel echt uh, de zelfdiscipline om ermee om te gaan gelukkig. En uh, Misschien was dat ja. ook wel door de basis van uw strikte opvoeding. Ja, ja. en uh, gewoon, oké, okay, ja, ik gaf nog altijd, ik, ik, altijd alles voor voetballen. Ik was overal op tijd en ik ging op tijd slapen. Maar daarnaast um, ja, had ik wel de vrijheid om, om eens iets te gaan doen hè, met vrienden of zo. En uh, dat, was, dat was toch wel wat minder uh, toen ik nog in België woonde. Want je gaat van Tielrode uh, samen met je broers in een, in een veilige omgeving naar een gastgezin in Amsterdam. Dat is toch allez, een totaal contrast. Dat is toch een moeilijk... Alleen dat lijkt me echt... Ja, dat was, uh, dat was lastig. Er waren ook nog geen smartphones, uh, geen WhatsApp. Geen, ik had geluk, ik had MSN op mijn computer. En een telefoon waar ik af en toe mee belde naar huis. Maar uh, nee, dat was, dat, dat was eigenlijk wel raar, want uh, ik was, was bijna nooit meer... Te, ik probeerde in de weekends nog wel naar huis te gaan, maar uh, ik sprak mijn broers toen ook niet veel in die tijd, want ja, ik was geen smartphone, het is ook niet dat ik die ging bellen, ik was 16, dan, ja. En ja, dat is wel raar omdat ik bedoel. Ja, mijn te bellen, broers zelf ja, ja. waarover uh, spreekte dan. Ik heb nu Ça veel va. meer contact met mijn broer. Ik woon nu in België, dus dat is logisch. Maar in die, in die tijd, dan later veel meer contact uh, beginnen, ook hebben met mijn broers. En uh, ja, dat was uh, dat was wel dat was wel raar, maar ik kwam er echt wel direct op mijn plek. Uh, maar heb je zo één gast gehad? Ook? Ik heb één gast gehad. Fantastische mensen met wie ik ook al, nog altijd contact heb. We zaten twee, twee dochters van. Ik was 16, twee meisjes van 10 en 13, denk ik. Uh, heel fijne mensen ook. Uh, ja, dat was, uh, dat was tof. Ik zat er ook, uh, ook daar op mijn plek. Die had heel goed contact met mijn ouders. Dus die belden ook van. <laughs> op een gegeven moment. Uh, ik leer dan uh, Sophie kennen in, in de klas. En wij, 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 uh, wij werden een koppel. En, je hoort echt een beetje rood, Ja, ja nee, ik, ik, dat komt zo terug. We hadden wel een mooi moment. We gingen samen naar de cinema. En, um, um, Ja, ehm. Um, wij waren al 17, hè. ondertussen. Waren we en Adam en uh, Sophie vroegen, ah ja, blijf je niet slapen. Maar voor mij was dat. Ja, dat mag niet. Mag eerst, dat? Nee, zot. <laughs> Mijn broer had al een, een jaar. Een, een, een vriendin, echt een jaar, super uh, tof meisje. En uh, die mocht er nog niet alleen thuis zijn, bij wijze van spreken. Hij was dan, is één jaar ouder zij was dan 18. En ik, ik, ik belde naar mijn gastgezin. Uh, want ja, ik, ik weet niet hoe, ja, ik belde eerst naar hun, Want ja, zij, gaan ook zij nemen zijn. de beslissing. En ik, ja. ik, ik, ik heb respect voor die mensen. Ik van ja, uh, oh uh, zij kennen Sophie, goed, ook heel goed contact met haar ouders. Ja, um, mag, ik, um, mag ik blijven slapen? Oh, nou Jan, uh, moet ik toch even checken. En, uh, dus zij hey, we weer naar mijn uh, ouders gebeld toen. Uh, ja, ook mond vol tanden. Wow, opeens, ik hier wel, wel heel snel. En uh, het mocht toen. Dus ik uh, helemaal blij, <laughs> Naar huis uh, met Sophie. En uh, mijn broer kwaad. <laughs> Want die mocht nog altijd niet. En uh, volgens mij heeft toen... Uh, zijn, zijn vriendin mocht in die week toen ook eens blijven slapen. En dat, was, uh, dat, dat soort momenten zijn dan, dan wel tof aan, aan een gastgezin. Uh, dat, uh, dat was toen uh, goed dat zij wel heel goed contact hadden met mijn ouders en op één lijn zaten. Dus, uh, ja, want ik had in een interview met je mama gelezen dat als jij dan in het weekend maar een paar uur thuis was, uh, dat ze je wel een beetje ontzag van de huishoudelijke taken ja, 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 ik moest, moest gras niet meer afrijden en zo. Dat, dat, dat is waar. Dat, dat um, het was wel lief dan. Ja, die, zei, die zagen mij ook niet veel. Uh, ik denk nu wel echt veel terug aan die tijd. Uh, ook in die tijd van, uh, omdat mijn zoontjes nu beginnen voetballen bij, uh, bij Beerschot aan in die trein drie keer in de week. En ik snap niet hoe, hoe ik dat heb kunnen doen. Ik was altijd om zeven uur weg en om half tien thuis. Elke dag. Of, of vier keer in de week. En, uh, ja, omdat het, het liefste is dat je doet. Ja, maar ik, uh, ik werd opgehaald aan school om kwart voor vier, vier uur in sint En ik moest naar Antwerpen. Ik zat. Een uur kwart, een uur en een half in de naad om door de Kennedy of Liefke Zoektunnel te geraken. En dan al die andere jongens op te halen van, uh, van Linkeroever en overal. En, uh, wauw, ik weet niet, als ik, als ik mijn zoontje dat nu niet zou moeten aandoen, is, is, een, is een slecht woord. Maar als die dat zou moeten doen. En ik heb volgens mij nooit geklaagd, altijd alle trainingen gedaan. Maar, uh, ik heb er wel eens over met Jari Verscharen. Die heeft echt uh, een beetje hetzelfde gedaan. Die komt ook uit Waasland en uh, altijd die ritten moeten doen en die. Uh, ja, die, uh, die, die zegt hetzelfde. Dat was ongelooflijk. wat, wat wij hebben geïnvesteerd eigenlijk uh, om, om maar te kunnen voetballen elke, elke week. Maar kort uh, ook van zo, mensen die met was het was dat dan? Van Leuven naar Andacht gingen. Dat creëert ook wel vrienden. Ja, en dus, ja, ja maar ik zat wel we van, vanaf Sint-Niklaas. En je had de lange rit. Drie kwartier alleen in de auto. En ik viel volgens mij altijd in slaap ook. Ik was zo moe. Uh, ik reed dan heel vaak mee met, met trainers vanuit de buurt. Uh, Henk Mariman, die ik toevallig twee dagen geleden tegenkwam, die nu een job heeft als head of football bij Anderlecht. Hij was een van de, de mensen die mij altijd uh, meenam naar Beerschot, want hij was daar hoofd jeugdopleiding, samen met bij Ansaert. Dus dat zijn, dat zijn wel deze een mooie momenten om op terug te blikken. Dan uh, zou het uw zo'n... Uh, ja, ontnemen klinkt misschien erg, maar als hij heel graag voetbalt en het talent ervoor heeft, zou ik, ik zou zeggen toch, nee? Ik zou het dichterbij zoeken, denk ik. Primeren dan op een betere opleiding dan ja, misschien? Ik denk het wel. Okay. Denk het wel. Um, dat is natuurlijk, uh, qua persoonlijkheid is dat ook uh, belangrijk. Ik weet niet wat, wat voor die jongen je uiteindelijk gaat worden, maar um, ja, mijn ouders werken allebei fulltime. Ik had twee broers. Uh, er, was, er was ook geen andere optie dan dat, 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 dat GBA de dat op zich nam. En zij wilden dat doen. En ik um, denk dat dat bij clubs als Loker en Beveren wat moeilijker lag. Uh, vandaar dat uh, GBA is geworden. Maar uh, met mijn zoontje nu, uh, die is zes jaar, die traint nu drie keer de week. Dus eigenlijk al, al, al veel. Het is veel. Plus een match in het weekend. Hè. Linksvoetig. Linksvoetig, alle twee. <laughs> alle twee. Mijn ander zoontje ook. Dus uh, dat is mooi. <laughs> Bij jong Ajax had je Van de Brom als trainer. Ja. Lijkt me wel een, een goede trainer op dat moment ja. de carrière voor zo'n jonge ploeg. Ja, eigenlijk, um, ik denk, ik had dan onder 18 was het nog Danny Blind. Die nam dan over van Koeman. Ja. Die ging weg. En ik denk dat, ja, inderdaad, Van de Brom of in onder 18 of jong Ajax ook inderdaad werd dan mijn coach. Nou, inderdaad. Dat is een fijne man. Dat was nog, nog altijd een jonge gast toen, maar die, die voelde ook heel goed die, die connectie met de, met de jeugd. En dat was, dat was een fijne gast om mee om onder te trainen. Ja, ik heb dat één jaartje gehad en toen ging ik naar het eerste. Maar ja, Johan de Brom, ja, die later nog coach van Anderlecht inderdaad geweest, ja. was dat mijn coach. Ja. Wie zat er toen allemaal in die ploeg? Van nu bij Ajax. Ik had bij Ajax een heel slechte lichting. Lapor heb ik ja maar Stanley uh, nooit Zag wel heel die, was, mooi die uit. was altijd doorgeschoven en die maakte okay. ook zijn debuut op zijn zeventiende en die was dan alweer weg toen ik bij het eerste kwam maar uh, van mijn lichting 87, als je nu een lichting zou nemen elke lichting bij IJs, zijn er zeven acht profvoetballers die je zou kunnen kennen zo goed is de jeugd daar misschien nu weer iets minder maar uh, hmm. vanuit mijn lichting Evander Snow oh, ja. zegt u dat iets ja. misschien u niet maar de, Jawel. We hebben Celtic gespeeld, nu zelf toch nog wel gehaald en dan weer teruggekomen bij Ajax onder van Basten. De vana... En Babel die is dat hoog. Babel is van 86, dus die ja. is eigenlijk alweer ouder. De lichting 86 met Urbi Emmanuel, Somtom, om de in Babel, Kenneth Vermeer, die was super. Mm. Maar 87, ik uh, denk niet dat er vier van profvoetbal daar zijn geworden. Dus, uh, maar je hebt trouwens niet. Dat is niet dat is... Nee, ja, is... Voilà, ja, wel. Uh, uh, Want normaal gezien. Is het watervalsysteem van de Plan nee, ja, ja, bestuift heel Nederland? Ja, ja gek, ja, Rijdel Pupon uh, ken ah, je ja, misschien? Ja, Spits ja, van ja. de Graafschap NAC Sparta geweest. Ja. Zo'n zo gasten, maar voor de rest um, 87 was het niet, uh, niet de beste lichting, wel kampioen nog geworden. <laughs> dat was dan uh, tegen het Feyenoord van Jonathan de Guzman, dat toen dus superspeler spe was, uh, ook veruit beste speler, en dan Feyenoord en dan later naar uh, Swansea in Nederland zelf dan nog gehaald, maar um, ook bij PSV en fijner was het ook niet de goede lichting. Nee, Benaldum? Nee, Wijnaldum is 90. Dan denk ik dat hij echt een stuk jonger is. Dat is de lichting van Daily Maar je speelde de hele jeugd ook op middenveld. Ja. Wanneer is dat veranderd? Ah, ik speelde toen net zoals bij GBA. Omdat ze toen die link hadden met zo de eenschuivende nummer vier. En dat was ik dan. En een jaar hoger was dat Urbain Emanuelsson. Dat was dan de. De verdediger die op middenveld kwam, eigenlijk wat Guardiola nu uh, doet met, of deed met John Stones. Dat deden wij toen al. <laughs> <laughs> um, maar um, ja, middenvelder, altijd geweest, echt een box-to-box -box type. Um, ook veel goals gemaakt, altijd in de jeugd. En um, later is dat dan als, als verdediging middenvelder geworden en dan linksbak. Uh, ja, Martin Jolle heeft, is eigenlijk de eerste geweest die mij echt in, in, in AXA aan heeft gezegd, oké, okay, jij gaat centraal verdediger spelen bij mij. Um, en toen was ik echt al 22, hè? dus ja. uh, daarvoor uh, onder Van Basten een heel jaar linksachter gespeeld. Was ook een goed seizoen. Ja, ja persoonlijk wel. Ook ja. niet als, uh, als, als, als ploeg, ook niet echt, want hij is dan ook uh, ontslagen nog datzelfde jaar. Maar uh, voor mij persoonlijk was dat het uh, eerste seizoen dat ik echt alles speelde bij Ajax. Was Jol niet de trainer toen Twente kampioen werd? Ja. Of hij had toen overgenomen, misschien. Joh, was gewoon gekomen. aan het begin van het seizoen Dat ging niet super goed. Uh, maar uiteindelijk wonnen wij onze laatste 16 wedstrijden. Maar Twente ook. Ja. <laughs> en die uh, werden kampioen op doelsaldo denk ik. Dus uh, ja, ja dat, was, uh, dat was onder Martin jol inderdaad. Ja. Uh, de eerste keer dat je Nederland rondging, was met een per ongeluk doelpunt. Ah, ja, ja. Okay, ja, ja. Toen, toen speelde ik nog bij uh, Jong bij Ajax. En, uh, maar ja, het ging wel in heel Nederland rond. Jong Ajax mocht toen nog. Actief zijn in het bekertoernooi. Beker ja. En dat was, wij speelden, was mijn eerste match in de arena. En uh, de bal, ik kende het klassieke verhaal, uh, geblesseerde speler. Wij moeten de bal teruggeven. En uh, maar ik speelde een bal erin. Was dat niet een beetje een express? Het was expres, want uh, ik kreeg een bal van uh, Niklas Moisander, later ook nog uh, ja. Ajax Head geweest. En uh, hij gooide een bal naar mij. Ik zei, ik ga scoren, ik ga trappen. Maar. <laughs> Gewoon echt niet met idee van wat gebeurt er daarna gebeurt als zoiets gebeurt. En ik trap hem, ik trap hem recht naar de goal. En Je trapte wel ziek binnen, moet ik zeggen. Ja, en achteraf, <laughs> en achteraf dan is hij van... Ah, tsch, wat nu? Wat heb ik gedaan? Wat zijn de gevolgen hiervan? Dat wist niemand. En, je deed uh, wel heel verbouwd want het ja, ja, superprobleem ja, was. Ja, moest ook wel, denk ik. En, ja, je uh, kunt niet zingen, je kan scoren. En, uh, <laughs> Mooi is ook dat er is eerder met, een, met rug nummer 6, weet wie, die komt echt met uw vieren. Ja, <laughs> Iedereen uh, is er van, maar alleen jammer En James Vriend van, yes, yes, yes Dat klopt. En uh, uiteindelijk, wie was de coach toen? Man? Was dat van van de Bron? Denk het wel, ja. Het zou wel kunnen, die dan heeft beslist van. Okay, uh, Slim. Ja, dat, toen was, dat was het 2-0, denk ik. Of, en, uh, toen hebben, ja, of de 3-0, zelfs. En uh, die hebben zij toen uh, nog mogen scoren. Ik weet niet of het nu de laatste minuut was en het was 1-0, of dat hij dat had gezegd. <laughs> maar ik was toch blij dat we die match nog uh, wonnen. En dat, uh, dat we het zo konden afsluiten. De mensen moeten het eens opzoeken, want ja. iedereen had altijd van die match die goal zien. Maar je scoort ook een legit ja, goal. Ja, of niet. scoren goal. Prachtige maar... goal, toch? Maar niemand kent die. Ja, niemand nee, kent nee. die. Ik ga opzoeken, alstublieft. De samenvatting opzoeken, ja, sowieso. Ja, uh, maar dan gaan joh, ze ook joh, joh, wel AX zien... Ja. Dan gaan ze ook wel zien, je kon toen wel nog niet juichen. Nee, dat uh, nee, nee, wist, Ja, je wist echt niet wat je doet. Ik denk dat zelfs uitglijdt in het juichen en dan op de grond nog zo wat verder doet. Was... Ik was ook helemaal niet gewend om voor het publiek te spelen toen. En, uh, wij speelden in de arena, toen zat er zo'n... Zo dachten nu bij uh, ja, een klein tribune vol. Uh, met mensen, met uh, fanatieke supporters. En, uh, ik, weet niet, ik, deed, ik weet niet wat ik deed inderdaad, maar uh, ik ging zo wel voor die mensen half juichen. Uh, ik weet niet of ik nu kan juichen, maar dat was inderdaad nog niet, uh, niet alles. Nee. Uh, op je 19, dan definitief naar de Akeren. Ja. Voelde je daar dan eigenlijk buitenlander? Want je zijt een buitenlander, maar. Ja, nee, eigenlijk, eigenlijk niet. nee, nee, nee. Ik, uh, ik was toen al goed geïntegreerd. Um, ik had een goed toernooi gespeeld met... Uh, onder 18. Ajax zat toen nog het, de voorloper van het. Uh, hoe noemt dat nu? Future Cup of zo. Uh, ja. uh, dat was In het Olympisch de Stadion. De ja, ja, wij, ja, wij speelden ja. op blauw-wit toernooi, noemden dat. En uh, dat had ik een heel goed toernooi gespeeld. En toen waren er drie, vier jongens. die mochten meetrainen met de A-kern op basis van dat toernooi. En dan dat was het eigenlijk. Het was meetrainen tot de internationals of de aankopen er waren. En dan normaal gezien terug naar de jonge ja. Maar ik had het heel goed gedaan in die voorbereiding. Onder en ten Katen. Hm? Dat was het jaar dat ze ook jongens als Gabriel en uh, veel Spanjaarden toen... Uh, Olegger? Oleg uh, of Oleg. Kom die later. Ja, kom, ja, we, later, kom later ja. ja. Gabri, wie zat er bij Juan, Fran, uh, Urzaes. Luque. Uh, Luque, inderdaad. Ja. Uh, <laughs> uh, <yeah. laughs> Rare transfers <laughs> ja, allemaal, toch? <laughs> Klaas, Jan, Antelaar zat er al een jaar. Denk ik. Ja, ik weet niet zeker. En uh, ik deed het goed in die voorbereiding. En toen... Uh, ik weet nog, ja, kwam ik Heng ten Katen tegen in de gang en die zei: zo, Ah Jan, je mag blijven. En, uh, en was... je blijft erbij bij ons voor de rest van het jaar. Wauw. En uh, Ajax dat team. was wel een mooi moment. Ja. Dat is toch. Toen, het, ja, dat moment. was dan de ploeg met, met Thomas Vermaelen, Tom de Bel, onder andere. Dus ik kende ook heel veel jongens uit de jeugd, dus dat was helemaal niet raar voor mij op dat moment. Dat, was, uh, dat, voelde, dat voelde goed. Er wordt wel gezegd dat het een extreem harde kleedkamer was. Die kleedkamer van hij. Ja, zoals die Snijder onder andere. En, um, ja, dat was wel... Uh, dat maar wat was is wel, dat dan? Een harde kleedkamer? Ja, want wat doen de die Snijder en Van der Vaart waren toch ja, nog jong uh, toen? net was net weg. Was net weg uh, maar die waren toch ook nog jong toen? Ja, ja. Uh, ja, de prille twintigers, Hintelaar ook. Dat waren, uh, ik was 19, dus zij zouden 22 zijn geweest, zeker zoiets. Hard, ja. in, in Johnny Heidega, ja. dat was uh, ja, toch echt die, die mentaliteit ook, van... Uh, Alles werd benoemd ofzo? Ja, ook. En ik uh, denk dat was ook zo. Okay. Uh, ik weet niet of hij echt Amsterdammer is, maar ook wel echt die, die, dat, soort, uh, dat soort type. Oké, okay, uh, dat lijkt me een super lieve, warme mens. Ja, uh, dat heb ik toen niet zo ervaren, in okay. ieder geval. Um, ik moest toen op maandagavond mijn wedstrijden afwerken met Jong Ajax. Ik speelde toen nog een maandagavondcompetitie, want ik speelde niet bij de eerste ploeg en iedereen die niet bij de eerste ploeg speelde mocht u nog meedoen en uh, bij de bij Jong maar dan moest ik wel op dinsdag twee keer trainen. Ah ja, dat was dat was totaal andere mentaliteit nog en dat was ook niet echt een fijne, fijne periode moet ik zeggen. Dat, uh, ik heb er ook niet heel veel. Ik heb drie matchen basis gestaan denk ik toen op een gegeven moment en toen de keuze gemaakt om ook te vertrekken. En, uh, maar is dat dan met, 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 van schelden en of intimidatie of nee? Dat... Ja, ik, ik nu wel daar, maar ik moet niet zeggen dat ik daar heel veel uh, ja, van heb mee. Ik voelde mij ook niet echt. Om, ik zat ook bijna nooit in de selectie of zo. Dus uh, ik voelde mij. Dat, was, dat voelde ik heb niet echt gevoeld als de start van mijn artscarrière eigenlijk. Um, ze, ze wilden mij ook niet op de bank zetten, want dan, uh, als, als het was om te spelen goed, dan maken we de keuze om te spelen. Maar als om op de bank te zitten, dan hebben ze liever mensen die ze tevreden moeten houden. Uh, oudere jongens of, of aankopen dan gaan ze niet aan, uit de selectie laten dus ik viel ook heel vaak buiten een boot en, ik wat, en te, toen was er geen whatsapp groep dus uh, de, de selectie ging altijd op aan de deur op zaterdag uh, mijn, mijn, mijn veeke of mijn kruisje. ik was zo moe om dat kruisje te zien <laughs> dat ik dacht van ik moet hier echt uh, moet hier echt weg dat was op uw initiatief wel ja, Want ja ze verlengen ja, het was, wel uw contract ja, meteen ook uh, dus ze, ze geloofden wel nog altijd in u mijn uh, contract verlengd toen? Ja. Uh, dat is wat ik gelezen heb. Ah, ik okay, ja, kan het uh, ja, beter weten, maar. Dat was eigenlijk raar, want uh, het was winterstop, januari, en uh, de transfermarkt ging open, en ik had uh, gezegd, mijn wens uitgesproken dat ik uh, wou spelen. Maar het ding was, in die periode uh, overleed mijn vader in januari 2007, en uh, dat was eind januari. En toen moest ik ook een beslissing maken van. Wat ga, ik, ga ik verhuurd worden of niet? Maar ja, ik zat thuis. Dat was echt letterlijk drie dagen er, uh, daarvoor. Uh. Mijn vader overleden en mijn manager belde. Ja, Jan, sorry. Uh, maar we moeten toch een beslissing nemen. En ik zei ze echt van: ja, doe maar, doe maar die club. Het was Willem 2 of RKC trouwens. Dus uh, ja, ja, RKC. Ik zei ze echt letterlijk: uh, geen info, niks. En. Uh, ja, toen ging ik naar, toen ging ik naar RKC. Maar Heftig dat was, wel. Uh, ja, goeie dus ik kwam ook dealen, bij die club. Die wisten van niks. Ik, want die, ja, kom trainen nu, we hebben nu nodig. Die strijden tegen de redactie. Ja, maar ik, ik wil nog niet trainen. Ja, maar waarom? En ik had ook geen goeie om dat hele verhaal te vertellen. Dus ben ik maar gewoon beginnen trainen daar. En uh, ja, dus ik heb zo nergens gezegd die, uh, die aandacht eigenlijk gehad dat op dat moment wel nodig was omdat uh, ik misschien wel wat gemist heb dat lag niet aan Ajax, dat lag niet aan RKC maar gewoon omdat dat net in, die, ja. uh, in, dat, moment, uh, in dat moment viel en toen ben ik naar RKC gegaan uh. je ja, papa stierf aan, aan slepen de hersentumor ja. je hebt bijna niet anders geweten he, ja hij ziekels... was uh, wat was ik, vijf of zo vier, vijf uh, toen, hij, toen hij zijn eerste uh, epilepsie aanval kreeg en uh, hij heeft heel goede periodes gehad, hij heeft eigenlijk nog heel lang geleefd uh, voor wat ja. hij had. Dus dat, dat, dat daardoor jaar konden, jaar, maar... konden wij dat thuis ook echt wel beter, denk ik, een, een plek geven. Omdat op dat moment was het echt van een paar maanden, zei de dokter. Uiteindelijk heeft hij nog veertien jaar geleefd. Dus een heel goede periode, gehad dat, dat ik helemaal niet door had dat hij, uh, dat hij eigenlijk echt zo ziek was. kon hij fysiek naar uw matje komen kijken? Ja, 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 hij heeft zelfs. Kijk, hij is echt wel betrokken nog. Uh, ik heb toen op een gegeven moment het testimonial van Dennis Bergkamp gespeeld. Uh, in de, de opening van in de, van de, van de uh, Emirates, denk ik dat dat zelfs was. Ik uh, ja, um, denk dat dat de eerste match in Emirates was. Dus dat was eigenlijk al de eerste match met de nationale ploeg. Dat was Arsenal-Ajax. Dat was een soort testimonium. maar voor mij was dat een heel serieuze match. En dat heeft hij ook nog bewust meegekregen. En zo dus, uh, nee, Savada hij heeft uh, in de jeugd bijna alle wedstrijden komen zien. En zo dus uh, een heel goede periode uh, ook gehad. Alleen het uh, ja, latere succes natuurlijk niet. Maar uh, ja, ik vind dat wel, dat maakt u, uw slagen bij Ajax en, en in Nederland nog straffer. Want ja, je, moet, uh, je bent weggegaan thuis. Ja, ja, in ik was. Een situatie thuis in, waar je misschien in, in wel liever bij ja, mijn broers hebben dat veel bewuster meegekregen. Hij, hij, hij is thuis overleden. Hij is thuis afgetakeld. En uh, dan hebben mijn broers veel meer meegekregen dan ik. Ik woonde in Amsterdam. Uh, ik belde wel naar huis. Kwam, in de weekenden kwam ik regelmatig naar huis, maar ik kreeg dan ook een relatie uh, natuurlijk. Dus ik ging in de dagen dat ik vrij was, bleef ik dan ook meer in Amsterdam plakken. Ben je blij dat je dat dan hebt ja, ja. meegemaakt? Of? Nu is die. Nee, dan heb je een auto en nu rijd je twee keer op en af in een weekend naar Amsterdam, bij wijze van spreken. Mm. Terwijl toen was dat uh, naar Amsterdam met een trein, en dan moet ik uh, mijn ouders konden mij niet komen ophalen, dus ik moest overstappen op zijn Antwerp Centraal, Sint-Niklaas, dan een taxi nemen. Dat was mm. nu hetzelfde als naar uh, Portugal vliegen, echt een onderneming. Terwijl nu, ja, ja, ik had toen, uh, het laatste jaar had ik dat wel al mijn rijbewijs, maar uh, ja, nu is dat stom. Je denkt van dat is echt. Een uur, 25, een uur, anderhalf uur rijden als je, als je geluk hebt. En dan, ja, je denkt wel eens terug van... Af en toe ja, pikt dat wel eens van... Uh, ah, toch eens uh, toch een dagje meer op en af kunnen rijden, eigenlijk. Uh, Oké, okay, dat is altijd achteraf, maar... Uh, ja. Ik ben blij uh, uiteindelijk die veertien jaar dat ik die wel nog uh, heb gehad in de plaats van... Anders had ik mijn, mijn vader niet eens meer herinnerd, waarschijnlijk. Ja, ik had gelezen in, een, in dat interview met je mama dat hij dat wel eerst had verzwegen voor de drie zonen. Dus nee, ik denk dat wat zij wou doen, was gewoon. Uh, dat, dat zij niet wou dat die ziekte alles overnam thuis. Nee. Dus dat zij dat gewoon het normale leven voor ons uh, aan de gang wou hadden En uh, er was heel veel aan de hand, zogezegd achter de schermen, ziekenhuisbezoeken, bestralingen, chemotherapieën. Maar dat zij gewoon thuis wel. Het, ja, gewoon een, 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 normaal, een normale jeugd in die zin uh, wou ja. geven, wat fantastisch gelukt is. En misschien door. Uh, Gebrek aan empathie van onze kant, of, gebrek, uh, of dat mijn moeder het zo goed uh, heeft geregeld, hebben we eigenlijk ons heel weinig vragen gesteld uh, totdat het echt zichtbaar begon te worden, natuurlijk. Uh, maar dat was ik eigenlijk al naar Amsterdam. Dus uh, wat ik zeg, ik denk dat mijn broers dat heel anders ervaren hebben dan ik. Ja, ja misschien stom, broers, maar terug naar de uitleenperiode, je kost misschien wel eigenlijk de titel. Dat zijn van die... Uh, <laughs> ja, ja, ik tot, ja, ik, ik vind het dat je... totaal niet, maar... Uh, hoeveel wedstrijden <laughs> voor het einde van, de, van het kampioenschap was het? ajax Geen idee. Ah, van, dat, ja, dat, maar dat, maar zeker dat vijf. Niet. Ja, zeker vijf. Dat geloof ik ook. Ah, Oké, okay, ja. Uh, ja. Dus voor de mensen die het niet weten, Ajax verliest die titel van PSV op, op basis van doelpuntensaldo. Klopt, ja. 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 En jij scoort... Dat was de, de, de speeldag dat AZ kampioen zou worden. Ja, die ja. pakte rood op Excelsior toen kwam Ajax opeens in de picture uit bij Willem II, maar PSV thuis was elke minuut aan het scoren tegen Vitesse. was dat en, ook niet zelfs Kluivert bij PSV. nee Kokcu maakte toen ook de winnende denk ik, maar uh, misschien Kluivert, ja. dat weet ik niet. en um, ik was uitgeleend en uh, super slechte regel. Um, Uitgeleende spelers zouden nooit mogen voetballen tegen een club. Dat is, dat is niet goed. Dat is niet goed voor de club, dat is niet goed voor de jongen. Dat, dat vind dan, jij nu. Dat vind ik, en ja. uh, dat is zo. Ja. <laughs> maar, uh, ja. Nee, dat is, niet, dat is niet goed. Stel je voor, wij zitten in een, uh, in een ja. eventuele titelrace met Anderlecht en een jongen uit de jeugd, waar ik was... Uh, ja. Kan aan bij Kortrijk. tegen mij ja, kan ja, voilà. Ik zou een van die klootzakken zijn van, van Ajax toen die mij toen zo heeft aangepakt dat ik een goal had gescoord ik zou, ja, kan dat nu wel in perspectief zetten maar op dat moment kan ik dat ook niet maar je bent zwaar aangepakt door die goal dan Ja. Was... Heeft, en er heeft, was nog geen social media gelukkig ja. weet je maar uh, ik scoorde inderdaad het was 2-2 of 1-1 maar ik scoorde in ieder geval 2, uh, 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 ik scoorde de 1-1 denk ik een kopbal en ik juichte heel erg maar ik me, en nu ik zie iedereen oh, sorry doen en, en alles, ik was aan het juichen ja je juichte ja I extreem erg, maar ik juichte vooral in, om, tegen het onrecht dat ik vond dat mij was aangedaan dat ik niet mocht spelen terwijl ik verdiende dat ik mocht ja. in de selectie. Uh, moest je was gewoon zitten. met jezelf bezig, Ik je, was je was mijn eigen van, situatie. Ja, dat was gewoon juichen ja. tegen, tegen de technische staf eigenlijk, niet tegen ah, de club Ajax natuurlijk. En inderdaad om terug te komen op uw, op je uw, <laughs> op uw, op uw stelling Ajax verloor daarna op, uh, op doelsaldo, maar er was bijvoorbeeld een wedstrijd erna. De Ajax thuis speelde tegen Sparta, waar ze 3-0 stonden na, na een kwartier. En waar ten kate besloten om opeens een dubbele wissel door te voeren. Om nog meer te scoren. En dan was 3-2 bij de rust. Daar dus, was ik die match. Ja, ja voilà. Kijk, ja. ik heb gelijk toch of niet? Ja, ja, ja In voilà. het uh, publiek was ook zo van, ja, wat gebeurt er ja, hier? Ja, We moeten er tien maken. Ik toen als fan op de tribune. Ja. Het was 3-0 na een kwartier. Alles liep volgens plan. En toen ging jij nog eens verdedigers wisselen. En toen liep het mis. Maar uh, nee, ja... Titel misgelopen door mij, dat vind ik. Uh, daar ben ik het uh, niet eens. <laughs> Dat is duidelijk. Als jij, niet, maar, als jij niet scoort, zijn ze kampioen. <laughs> <Ja>. Maar je, <laughs> dat blijft. Uh, niet, maar, ja. uh, maar je kunt, uh, je kunt uh, nooit goed doen als, uh, nee, dat snap ik als, uh, als huurling. Als je het slecht doet. Uh, ik heb dan ook nog eens tegen verhuurde Ajax gespeeld in Ajax. Uh, Janari van der Heijden en Mitchell Donald. Ja. En uh, ik merkte ook dat ik in een match zoiets had van vriend. Gast. Wij zaten toen ook in een titelrace. Um, ja, maar die maar moeten ik, toch gewoon hun wedstrijd spelen, toch? Ja, maar gewoon een wedstrijd ja. spelen, dat is, dat is niet zo gemakkelijk. Ja. Zo. Van, je wilt het zo goed mogelijk doen. Ja, ik ook, ik was er aan het jagen, vol en bak. En dat was tegen een jongen uit Sneijder, Heitinga, Thomas Vermalen. En zeiden die dan iets op het veld? Ik Achteraf waren die om. superboos. Echt? Ja, ja dat ongelooflijk. Ik echt. Ongelooflijk. David Ent, toenmalig toenmalige teammanager, die is, die is dan nog gaan sussen. Uh, in de catacombe, ik zat nog wetende van niks, naïef gastje, mijn best gedaan. 2-2 tegen Ajax, uh, feest. Uh. En dan, uh, doordat er geen social media was en zo, kreeg ik dat toch minder mee. Maar later, uh, um, Ajax-titel verloren en ik moest in de voorbereiding terug met Wesley snijder, Henk en Kaat die mannen de voorbereiding gaan doen. Nee, dat was niet, uh, dat was oh. niet tof. Hè? Wat was het dan als je binnenkwam? Ja. Heb je het nog lang gevoeld? Of? Ja. Niet dat ik er nog alles van weet, maar ik merkte wel dat er, wel, er werden wel opmerkingen over gemaakt. Ook wel lacherig, maar toch, Ajax had al zo lang geen titel gewonnen. Zo dichtbij, zo pijnlijk, eigenlijk alles in eigen hand. Ja. Toch nog, um, ja. dat was, uh, dat was niet, niet de fijnste periode. Nee, nee. Op zich past die attitude die jij had die match wel bij Ajax van. Ik speel gewoon. Ja, match, uiteindelijk ik eh, doe mijn mensen best. die daar zeiden ook van ja, je verhuurt hem dus hij is niet goed genoeg. Dan moet we maar zorgen dat je beter bent. Maar er valt ook iets voor te zeggen. Ja. Maar. Ja, ja. Maar We gaan de nieuwe wet van Jan Vertongen benoemen. We mocht niet als huurspeler tegen een moederclub spelen. Nu nee. denken uh, ze daar ook veel meer over na in de contracten en zo. Dat wordt allemaal nu meegenomen. Hè? Ja, maar uh, We noemen het Marco Cana heeft ook tegen ons gespeeld. Hè? Ja. Uh, Kortrijk, Anderlecht. En, uh, hey, ga, ga er maar aan staan. Hè. Anderlecht, Kortrijk. Strijd voor playoff 1 of binnenkort. Ja. Yeah. Nou, zwaar. Ja, dus je je ja, brengt maar, een maar, speler in een moeilijke ja, omstandigheid. heel moeilijk. Als hij het ja. slecht doet, dan denkt de trainer van ja, hij is er niet klaar voor. Want uh, hij speelt dramatisch. Als hij het goed doet, dan is de vriend die uh, ja, werkgever is. Maakt hij een penaltyfout in de laatste minuut? Dan zeggen ze: Ah, ja, maar ja, het was om zijn ja, vrienden maar te helpen. Rode kaart, hè, ja, hij pakte een rol kaart tegen ons ook. En uh, hij speelde een heel sterke wedstrijd. Maar en uiteindelijk was in het begin van het seizoen, dan, valde, dan zijn de stakes nog niet zo hoog. Nee. Maar uh, ja. Je moet hem terugroepen in januari, want ze kunnen wel verdedigers gebruiken. Hij ja, speelde ook als verdediger, denk ik. Nu. Ja. Maar dat, ja. uh, na het seizoen werd je toen wel voor de eerste keer opgeroepen voor de Rode Duivels. Ja. Dus na dat seizoen, of in die zomer. Ja, uh, ik was... dacht dat ik werd opgeroepen voor de, voor de belofte. Uh, ik moest in, in, in het kantoor komen van, uh, van de coach, Mark Wat. en die zei Jan, uh, opgeroepen voor de nationale ploeg. Zei die. Oh, ja. Ik wist dat de belofte toen tegen zo. Finland of Estland moesten. En, uh, tegenstanders ja, die je daarna nog veel hebt gezien. Ja, ja maar nee, nee, dat was voor de, voor de belofte. Ja. Uh, Op elke match die jij niet meer weet, antwoord je Estland. Ik uh, dacht, daar doe uh, je zoveel tegen. Ja, ja oké. Okay. En dan uh, en zei ze wel tegen Portugal, maar ik dacht, ja, die, weet er, die weet er niks van. Ik speel niet tegen Portugal, weet je. Dus ik ging, uh, ik ging weg. En in een auto werd toen gebeld. Uh, van Walwijk naar Amsterdam was dat. Uh, ik denk door, door mijn moeder. Ik weet niet meer zeker dat voor de. En toen had ik pas beseft dat het voor de echte uh, Rode Duivels. was. Wat, ik speelde tegen degradatie maar RKC. Kun je je niet voorstellen, jongens, voor de Rode Duivels wordt opgeroepen als ze bij RKC spelen. Maar, nee, nee, nee. Nee, maar toen. Dario toen van der Rijken speelt daar. Ja, ja. En uh, totale verrassing, niet zien aankomen. Gede uh, ja. Van der Rijken had het wel voor u hè? Uh, um, maar ik echt even snel wel het. Ja. Man, dat is niet normaal. Sorry, ik onderbreek jullie uh, nee, 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 ik, is... ik kan niet meer normaal denken. Goed, iedereen is naar WC kunnen gaan. Ja. We zijn klaar voor deel 2. Oef. Ja, oef. het hoofd we waren... wel voor de rest nee. van de uitzending. We waren bezig over René van der Rijken. Hij is gewoon toch de jonge René van der Rijken. Dat wordt toch altijd gezegd? Dan ja, kan ik, die nooit ja, voilà, in voetbal. Hetzelfde vooral. Hè. Ja, het is ouder. Ik denk dat daarom wel Van de Rijken het meteen van was, omdat hij zichzelf daarin zag. Dat zou kunnen, ja. ja, ja, ja. ja hij maar heeft het met zou ook altijd een moeilijke beslissing van hem. Hè? Ja, omkoor? zeker. Ja. Maar we waren ook gewoon op zoek naar talenten en spelers. We waren in een fase met de nationale ploeg. Dat, ja, je moet je scope breed houden, toch? Ja, uh, maar je werd niet alleen opgeroepen, je mocht ook meteen starten. Ja, uh, ik was al. Blij de jongens, dat was ook gewoon zo naar wie ik toen opkeek. Mm -hmm. uh, Compagnie, uh, ja, Timmy Simons was uh, die die. Uh, Nationale helden. Ja, ja. dat da, da was gewoon zo. Uh, je kunt er lacherig over doen, maar dat waren de mannen die de mijn ogen allemaal al hadden gemaakt. En ik was al blij. Uh, en ik werd trouwens ook opgroepen van deze keer. En uh, Tom de Mul was er toen ook bij. Een goede maat van mij. Ja. Nog altijd. Dus ik kende daar ook alweer uh, heel wat jongens uit de, uit de jeugd. Ik was al mee trainen met de nationale Ploeg. dat was allemaal nieuw. En dan uh, trainden we dag voor de match op de, in Koning Baudu. Want uh, de match was ja, tegen Portugal de volgende dag. En het waren alleen uh, spelerwattingen En ik kreeg een hesje. En ook uh, alle basisspelers van toen: uh, De Foer, uh, ja, de jongetimissie Monschoon. De gasten die, uh, waarvan ik gewist, dat zijn dus basispelers. Uh, kregen een, uh, een hesje. dus ja, dat was, uh, was direct een, tegen het grote Portugal van, uh, van Deco en Carisma, uh, Thiago, Ronaldo was geschorst denk ik toen, die speelde niet. Postiga, al de mannen die uh, dat Bruxel, was mijn debuut. Ja, ja, want ik heb die ploeg van toen, uh, je stond achteraan met Clement, vermalen Karolukus. Ik stond niet, ik stond middenveld. Uh. Ah, uh, Moedingai stond ja. daar en van voor stond een Penza en uh, Ja. Een heerlijk aanvalsspel. Zeg nog eens oh, de actuele cool. line-up. Ja. Uh, Philippe Clement, Thomas Vermalen, Karel Hoefkes. En Timmy, dan en Timmy dan. Ja, Simons. Ja, ja, ja. Dan. En ik speel en jij, het middenveld ja. met de voer en moet Guy ja, Klopt. Ja, ja. ja dat is, uh, een ander soort ploeg, maar wel een redelijke match voor die tijd. En Of Lord 2 1 zeker. Ja. Uh, Nani, denk ik, dat toen ook, uh, die toen ook de superster hm. net naar United was of net nog niet. Dus dat was een nieuwe Ronaldo toen, uh, zo gezegd. Ja, die had ook al een fantastische ploeg. Maar uh, dat was wel weer zo'n wedstrijd dat goed was uh, voor het publiek, denk ik. Maar ja, natuurlijk verloren. Hm. Het opvallendste ja. aan die match, 2 juni 2007, eerste cap. En op 2 juni uh, 2000 en zoveel, ook tegen Portugal. 100ste de ja, ja? hm. cap, dezelfde dag, cap 1 en cap 100. En dezelfde tegenstander. En, hoeveel, een... en tien jaar tussen. Uh, 2018 was dat in uh, Portugal. Ja. Dus op elf jaar tijd, dat op exact is dezelfde dag. Ja. Dat, is, ja. dat, is dat is mooi. En dan later in ik Portugal heb... gevoetbald Goh, dat, dan kijk. De, dat was ik een heb... cirkel rond. Ik heb nog een mooie. Jella, jij hebt niet gewisseld van shirt. Waarschijnlijk ja, maar... niet, nee. Hoe nee, heet nee. je dat? Nee, omdat, alleen, maar als ik Jan zijn reactie zie, twijfel ik er nu aan, maar blijkbaar. Altijd je eerste match bij een nieuwe club of ja. bij een Nationaal Ploeg, dan wisselt je niet van shirt en houd je daarbij. Ja, ja, klopt. Uh, wij, wij zitten hier wij zijn nostalgisch over shirts. Ja, Alle legends die we hier ontvangen, wij vragen: houd je die shirts? Die dan allemaal zo... Ja, ik, ik, me niet. Nee, ik, 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 ik moet wel zeggen. Ik, heb, ik, ik, ik vond het altijd triestig, jongens die erachter achter liepen. Iemand tegenkomen in een tunnel. Tot daar en toe en Dan ruilen, maar ik ben. Ik heb dat nooit gedaan. En dan. Uh, ik wist al een, toch een dik half jaar van tevoren dat ik wegging bij uh, wanneer ik wegging bij Tottenham. En dan dacht ik van... Uh, toen was het opeens van... oh Shit, weet jij, van, ik heb hier tegen al die legendes gespeeld. Ja, en eigenlijk... Stelbaar. Ik heb Luis Suarez en truiken, omdat ik er vier jaar mee heb gespeeld. Dat was een vriend van mij toen bij Ajax. Die zijn truiken heb ik. Maar voor de rest, ik had echt niks. Ja, van Kane, omdat hij bij mij in de ploeg zat. Of van Moussa of zo. Maar niet... Uh, terwijl ik heb T.I., uh, Drogba, Scholes, Giggs, Lampard, Jared. Ik heb ze tegen allemaal gespeeld in mijn eerste, in mijn eerste jaren. Maar nooit... Nooit de moeite genomen om dat te, om dat te doen. En uh, toen opeens dacht ik: moet ik hier nog wat truikens beginnen ruilen? <laughs> en dan echt random truikens beginnen ruilen gewoon. <laughs> en uh, volgens mij heb ik de dus zonen van Traoré en Vardy en zo. Maar uh, <laughs> cool. uiteindelijk niet. Wauw, ik, ik had van al die jongens, uh, had ik, die ik juist opnoemde, al die legenden, had ik het shirt kunnen hebben. Maar nooit uh, de moeite voor genomen. Uh, die van u zelf wel? Van de eerste Ja, uh, ja. ja het eerste. Het eerste trui van Ajax is, is meegaan met mijn, met mijn vader. Dat ik, maar, dus dat heb ik dan niet meer. Maar de rest nog wel. En nu verhuist een aantal keer de laatste jaren dan. En dan niet kwijt, hè? Uh, kijk, ik had zo'n zak. Oei, oei. En uh, die staat er nog, maar ja. ik moest, mijn huurders gingen uit mijn appartement uit Amsterdam. En blijkbaar stond er ook nog echt een grote zak vol met, met truikers van toen. Die ik blijkbaar toen wel uh, geruild had. En al truikers van Ajax en zo. Dus daar nog eens doorgegaan, echt uh, een paar maanden geleden. En daar vond ik eigenlijk mijn mooiste shirt terug. Wat ik dacht dat ik kwijt was. En dat was van uh, Del Piero. Dus die heb ik, uh, wow. uh, ja. die heb ik uh, wel nog van toen uh, mijn Ajax tegen Juventus speelde. Uh, Goede huurders, dat jij hebt om die zak terug te geven. Uh, maar, ja, ja, ja. En, en, uh, nee, als in appartement. Dat was normaal nee, 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 maat van mij, dus die heeft die zolder gewoon uh, uh. zo gelaten. En uh, eigenlijk wel lief, want uh, ik wou het shirt van Del Piero, maar Oleger had het uh, shirt al van Del Piero en ik had het van Camoranesi. En uh, we hebben geruild. Minder, al. maar ook wel. Dus brood. hij heeft uh, Camoranesi en ik heb nu uh, Del Piero. En dat is voor mij het mooiste shirt. Dat ik heb, maar je denk bent daarin ik. wel ook een romanticus, toch? Van die namen dan. Ja, want uh, er was ergens... Was er, was er, bij zo'n programma ging over shirts. Ik weet niet waar dat, dat was. Was dat misschien... Ja, bij ik u? ben met Van Aken... Ja, en voilà. Dus, dus Hans en... is extreem. Die, ja. die, die, die ja, ja. stuurde... De dag dat wij met Anderlecht van die Paul van Imst... ze speelde, had dingen al aan de lijn. Ja. En dat is mooi, weet je. En dat, dat kost moeite om... Ik, heb, ik wil mensen niet lastigvallen en dit en dat, maar... Als je zijn collectie ziet, dan... Uh, hij is er echt mee bezig. Ja, hè? ja, ja. ja, ja. Maar hij is er echt mee bezig. Ook altijd bij de nationale ploeg, ding, En hij vraagt ook iedereen. En, uh, hij heeft wel een, uh, wel een dikke collectie. En uh, Brugge maakt ook altijd een mooi Europees parcours. En, um, komt... Hij heeft een Messi. En een, hij... een Mbappé. Ja, hij ja. Heeft, heeft hij niet twee Messi's zelfs, dacht ja. ik? Maar, um, Dat kan. Maar ja, je hebt ja dan in Brazië, dus. in, ook bijvoorbeeld in Brazilië, ja. Ik heb ook tegen, tegen uh, Messi. Ui, Messi, ik heb vijf keer tegen Ronaldo gespeeld, maar echt, echt niet, weet je <laughs> Ja, zonde nu. En dan soms ja. degene die dichtst bij mij stond, um, maar veel te weinig. Ik ik heb te Kevin weinig. heeft in de laatste Manchester derby snel met Ronaldo gespeeld. Dus ja, maar Kevin komen. heeft natuurlijk nu zo'n status dat al die gasten ook naar hem komen. Ja. Ja, dus, ja, ik denk niet ik denk, mag, uh, Ronaldo gegeven. niet, maar iedereen onder Ronaldo en Messi ja. zal toch niet het nee, shirt nee, nee. van Kevin weigeren. Nee, en uh, dan, dan maakt het toch al wat, wat gemakkelijker, denk ik. Maar dan, ik denk jij in die tijd, als je het dan toch wel had gevraagd of zo, dat je ja, wel Jawel, als je net 90 minuten tegen Zeg, dat Dan staat. moet dat precies uitkomen dat ik net op dat moment in een tunnel zonder camera's, want uh, ik, ik ga niet als Tottenham Chelsea het shirt van Drogba vragen. Nee, dat snap ik dus ook. dan moet het als precies zo uitkomen. Ik ga zeker niet naar die kleedkamer gaan. Ik wil ook geen blauwtje lopen. Dat risico is te groot. Klopt, <laughs> uh, dus, uh, klopt. Klop. Uh, nee, uh. bijna nooit. Maar ik had dan later in mijn carrière, pas door zo het laatste jaar, van tot dat iedereen dat via de materiaalman speelde. Dus die geven nu shirt aan de materiaalman. En die zeggen uh, dat bij, willen, bij Engeland die geeft hij die vijf truikers. Die gaan naar de kleedkamer. Die zeggen: mannen. En dat is, die hebben zo een onderlinge deal, die materiaalmannen. Die, ja, ja, die spreken uh, Die spreken, die hebben ook... Hey, als je die materiaal uh, ook van, um, van tot Tottenham binnengaat, elk shirtje van, van, van Basten tegenstond. tot, uh, wow. tot uh, Mbappé, allemaal getekend. Die hebben onderling afspraken, die, uh, die materiaalmannen, dat die getekende shirts wisselen. Dus die hebben, die hebben collecties. Daar moet het eigenlijk zijn. Want, uh, dat, is dat is een ander niveau. Is het is de tweede keer dat ik denk, en dat is je dat is job later... Een pleeg, pleegouders zou ik je nog worden, later ah, ja, zo'n jonge ja. voetballers. Ja, graag. En zo'n materiaalman om zo. Al dat soort dingen. Ah, materiaalman zijn. Ik dacht ja. gewoon uh, in die materiaalkoten langs gaan. <laughs> nee, maar daar, uh, daar gaan ze wel ja. vinden. Zo. Het, zou wel, het zou wel mooi zijn als je daar nu in België mee zou beginnen zo met die Belgische local uh, speler die wisselen uh, tegen een kortrijk, uh, tegen een neup. balansscouten hè Man, uh, uh. dat je zo met op schoefjes begint te wisselen ik zo. heb als kerstkado <laughs> trouwens uh, een, hmm? een uh, legendarische van de duivel die ons zijn volledige doos geeft geef krijg die volgende week wat wow, wat gebeurt er ja dat is, het is kerstmis volgende week en, en die aan wie die geef jij dat aan ja ons ja huh? echt ja maar wow. Ik ga nog niet zeggen wie, en wat. we gaan daar volgende week een, een video over maken. Heeft Dries plannen, uh, waarvan wij niet van weet? Dries zou dat nooit weggeven. Uh, uh, uh. Dries is een... ook niet zo'n ruiler, of wel? Nee. Maar die doet alsof dat niet is. Uh, ah, Tot dat... hij in zijn logeerkamer? Dat ah, is ja? ah. allemaal, allee, die heeft echt gigantisch veel shirts. Maar hij in zijn ploeg, zegt, in Signia, dat was een gast, we had het er wel eens over, die het veld oversprintte om bepaalde jongens. Ja, ja, dat doet hem ook wel niet, maar. Ja, hij heeft er, er wel dat, veel. Uh, oké, okay, dat is mooi. Ja. Maar, jij zou... maar hij heeft er veel, want hij heeft veel vrienden. Van u zal vrienden. Ja, ja. ja zeg je dat? Ja, in ja. het voetbal, ja, ja, ja. die onderhoudt dat wel goed of zo. Dus hij heeft van u ook sowieso elk shirt en zo. Dus ja, dat tikt wel. dan wel ja, snel ja, aan, bijna. Ja, ja. ja. ja oké. Okay, ja. Ja, maar um, hij heeft ook wel die echte legendes, dus denk ik. Uh, maar wat ja. kunnen ze u dan blij doen? Een wielrenner? Een shirt van een wielrenner, bijvoorbeeld? Um, dat je daar waren ze mee blij mee. Gisteren heb ik een cadeautje gehad, vier tickets voor Camille, of enfin, like me, sorry. Dus daar was ze blij van, want mijn kon er niet meer aan Dat was een mooie, <laughs> mooi cadeau. Voor de kinderen, ja. Uh, ja, uh, yeah, yeah, maar die weten het nog niet. Dus dat is Oei. wel, ik heb alweer een kerstcadeau. <laughs> en, uh, Oei, die, lust, die ja, kijken papa. toch niet? Nee, nee, nee. nee. <laughs> Allee, ik hoop, ik hoop, en anders pas na, na Kerst. Maar uh, nee, de, blij mee maken. Um, ja. Uh, te spreken straks hier Flanders Classics hier toch, <laughs> dus uh, nee, pff, um, mijn shirtje niet als ja, dus je mocht mij altijd een mesje shirt geven, hè, dat, ja. dat, dat sla ik niet af, maar qua shirt, uh, ik vind het mooi dat ik dat shirt van Del Piero nog heb, dat, ja. dat is voor mij wel, uh, wel bijzonder. Ja. Voilà. Terug even naar het voetbal, uh, jij wordt bij de ploeg van de Olympische Spelen, ja. maar blijkbaar was dat wel, er nipt ofzo de selectie, want je mocht misschien niet deelnemen. Ze te hebben testen het Ja, zo, ja, ja, doen. ja. Wauw. wauw. Je het goede info. Ja. Ik, um, ik was. Of, ik had dat was, nog nooit gehoord, wel, Ik nee. was heel slecht in, uh, in warm weer. In de jeugd al. Ik kreeg altijd hoofdpijn. De, ja, ik, uh, da, dat lukte mij gewoon niet als het warm was. Dat was altijd al nadenken van: oh, moet ik die match hier doorkomen? Later bij. Een, geen last van gaat in, uh, in Lissabon. Maar uh, inderdaad, wij moesten bij Peter Hespel. Nu wel bekend. Uh, wat is dat? Bakkela? Professor in Leuven. Professor, professor in dat Leuven, die, waar alle ja. wielrenners een, een, een test te gaan afnemen. Ja, Vind je ook eigenaar van Quickstep-deel? Dat denk ik. Nee, Bakkela. Ja, ja Bakkela ja, wel, wel, maar het centrum, ja. Peter Hespel, uh, ja. doet die testen. Dus uh, ah, België, van, uh, en we gaan. Uh, het was natuurlijk heel warm in, in Peking toen, uh, 2008, in de zomer. Dus we gaan allemaal testen, voor, uh, van wat dat kunnen we allemaal doen, koelvesten. Dat was echt wel best wel professioneel. En ik moest die test uh, ik moest ermee stoppen in, in het midden. Ik kon gewoon niet in die hoogtekamer. Uh, maar dat is dus niet met de vervuilde lucht te maken? Dat was dan de nee, temperatuur? Dat was puur op temperatuur. Ah, okay. Dus ja, dat dat ik moet die test, uh, ik had al aangegeven van tevoren, dat wordt lastig. Dat was in een hoogtekamer waar ze precies konden simuleren de luchtvochtigheid uh, die ook dan in Peking uh, op dat moment zou zijn. En uh, moeten stoppen, dus dat was voor mij wel uh, een nerveus moment maar ben uh, ben toch meegemogen en uh, ja gelukkig ja, dan maar moet toch ook de, allez, als je dat terugspreekt over uw eerste jaar in Amsterdam als wij daar als buitenstaander kijken dan moet dat ook een zalige tijd zijn geweest dat was fantastisch en um, ik had toen uh, ik had toen een gekocht en ik heb <laughs> ik was echt een, een toerist en ik heb heel, veel, uh, heel veel gefilmd in, in die tijd en um, Logan, maar je zei 30 uur beeldmateriaal. Is misschien Echt heel maar. veel. En, en van die 30 uur, 29,5, niks, te, allemaal onzin. En uh, ik had een camera en dacht, je zelf zo wat. <laughs> ik heb dat amateuristisch begint te, begin te filmen en zo, maar toch nog wel wat, wat leuke dingen. En uh, ik heb die cassetjes nog wel ergens. Ik zou die eigenlijk eens moeten die ah, je hebt ze laten toch nog? Ik heb ze nog. Mijn, mijn bron is dat die per ongeluk vernietigd zijn. Uh, eentje is vernietigd. Ah, eentje. eentje is vernietigd. Okay. Eentje. En niet per ongeluk. <laughs> en niet per ongeluk. Uh, <laughs> en uh, nee, ik heb die eigenlijk teruggevonden in, in een van die. Ik ben dan verhuisd zoveel keer en dan, dan komt je weer uh, dingen tegen. Ik heb er nog vier. Ik heb nog vier cassettejes en ook nog, uh, nog wel wat beeldmateriaal al op de computer staan. Die ik toen zo mijn draadje heb op mijn computer zelf heb kunnen zetten. Ik zou die eens moeten laten digitaliseren. Maar ik wil er zelf bij zijn, want ik weet mm -hmm. niet of alles... Uh, snap je? Ik kan, dat niet ik, ik kan, dat, ik kan dat niet... ik wil dat niet in een shop brengen, want ik durf dat niet. Omdat ik bang ben dat er dingen opstaan die, niet, uh, die niet... Die dan gelekt zijn. Al die, al die bedrijven ja. die dat doen, die maken automatisch backups. Hè? Ja, voilà. Je dus, uh, moet een heel betrouwbare partner vinden. Um, en dat gaat niet om erge dingen. Maar je weet, je nee, nee, vijf ja. gasten in een, in, 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 in een kamer en je zegt... Dom, ja, dat soort... Dus ik wil... Ik had dat wel eens uh, laten doen. En dan inderdaad, dat was op de Olympische Spelen. Dat, uh, we, uh, ja, fantastische ervaring. Dat was mijn eerste toernooi eigenlijk. Wat uh, was dat filmen? Want dat was mij zo het gevoel van, ja, wij kunnen wel eens zotte legends worden en dan hebben we beeldma dan beeldmateriaal al? Of? Uh, dat zou ik nee, dat was echt gewoon toerist. Vinden. Van, uh, we gaan naar de Olympische Spelen. Ik was dus nog altijd super sportliefhebber. Ik wou Olympische Spelen en... We leggen hier uh, zoveel mogelijk uh, vast en zonder idee eigenlijk. Uh, Frankrijk 98, Vikas uh, Doraso, ik weet niet of je ja. die documentaire van, ja. van hem kent. Dat was toen met nog, een nog oudere. Ja. Maar ik denk dat dat toen zo wou, bij mij... Uh, Schitterende documentaire. Ja, speelde ook. van ja. Uh, wat, wat beeldmateriaal, maar zonder... Ik had geen sidekick. Dus uh, eigenlijk <laughs> heb ik gewoon echt... Alles is wat ik zeg. Van, je kunt die beelden bekijken, maar alleen maar... Uh, in de gang gezien, filmt. Niks bijzonders, maar er staan ook wel toffe momenten op. En, uh, ja, de, ik heb daar laatst nog eens uh, nog een deel van teruggekeken. Dat is, uh, je kunt er zeker wel nog iets van maken, denk ik. Dat, uh, <laughs> dat wel. Dat dat wel. Ik voor, voor een, een kwartier laat ik zeggen. Ja. Zoiets. Ja. Ja. Niet, niet langer. Geen hele uitzending, geen documentaire. Maar bijvoorbeeld, jij en was toch dus ook heb... degene die dan ging kijken naar Tia Hellebouw die daar goud won. Ja, dus wij, dat was dat jammer. Hè. De Olympische Spelen, wij speelden. Gewoon in verschillende stadions in Shanghai. En je kreeg helemaal niet die, die vibe mee van de Olympische Spelen zelf. Buiten één dag. Dat wij wel uh, in het Olympisch dorp mochten slapen. Omdat wij dicht tegen oh, ergens speelden daar. Uh, ja, dat was fantastisch, man. Dat was. Uh, dat je zag letterlijk gezien, alle atleten. Gewoon, dus Je had het dorp en dan had je al die restaurants en McDonald's in een, in een grote tent, moet je je voorstellen. Een gigantische tent met allemaal restaurantjes, pizza hut en ook gewoon pasta barren. En dan alle atleten liepen door elkaar. Alleen niet de dream team, zogezegd. Ik denk dat zij de enige waren uh, die op een boot zaten. Ja, die sliepen op een of, uh, Dat was voor veiligheid. Dus ja. die, uh, die waren er niet. Hein? Kobe Bryant en, uh, en de mannen. Maar... Uh, maar dat is in zo'n Olympisch dorp. Nadal, uh, Gabriel Assi, uh, Rudy Gay. Even, nee, niet Rudy Gay, maar Tyson Gay. Toen, uh, de concurrent van, uh, van Bol toen in de tijd. Die, die lopen daar gewoon allemaal rond. En Jean-Michel kwam bij ons zitten. Dat was zo, ja, sorry. Dat waren toen uh, voor ons ook uh, helden eigenlijk. En um, wij, uh, wij sliepen toen in het dorp. En we hadden toen de mogelijkheid om één dag uh, of een namiddag naar. Uh, um, naar het stadion te gaan het birds nest, nest en uh, ja ik als uit direct daar hey, waren mij Marten Marten de Mul Thomas Vermaelen Seb de Rover dat waren zo'n ons, ons, ons groepje eigenlijk en dan kwamen er bij mij niet in dat drie kwart is ik gewoon niet gegaan die wouden dan liever in het dorp of uh, uh, zijn en uh, wat, wat een moment wij zaten echt Antia Tia had aan, aan het hoog, uh, uh, hoogspringen, ja, zeg ik juist? In een bocht. En in, in een bocht waar ook nog eens de 4x400 liep, die een ja, dag, ja. dat uur. En dat was, wij hebben daar echt sportgeschiedenis gezien. En ik had, ik later dacht, ik heb je nu gefilmd of niet, maar ik denk dat ik niet op mijn camera bij had, want dat had natuurlijk helemaal fantastisch geweest. Maar we hebben Tia daar uh, goud zien voor over voor onze neus tegen Vlazic. Uh, dat was uh, Belgische sportgeschiedenis. heb jij, ja, dat ik heb echt, echt, echt nog kippen. Dat was, dat was zo'n moment. Uh, ja, fantastisch. Oké, okay, dus dan zeg je wel, zo supporter op dat moment dat je. als je daar nu kippen van krijgt. Ja, dat is gewoon. We waren echt, echt supporter. En uh, op de Olympische Spelen, wij zelf er ook aan het strijden, eigenlijk voor, uh, voor een medaille. Dat was, uh, dat was een geweldig moment als sporter eigenlijk. En bij uh, vrienden dan om dat mee te, mee te mogen maken. Dat was. Uh, de Borlees te zien lopen, dat, waren, ja, dat is toch uh, iets wat je normaal alleen thuis voor op tv uh, hm. ziet en uh, wij waren erbij. Ja. Hm. Wat ik wel een raar vind is dus in de Olympisch dorp vol atleten die ja, de prestatie van hun leven moeten gaan doen, die krijgen dan McDonald's. En nee, dus en... je hebt natuurlijk ja, de de judoka's bij wijze van spreken die beginnen de eerste dag, maar daarna uh, ah, ja. kunnen die ook blijven plakken. Ik denk dat je zelfs kunt blijven zolang als je wilt en uh, Iedereen beslist wat hij eet. Ja, het, ja, alle opties weg. zijn er. En uh, dat soort atleten hebben vaak wel de discipline om het. Uh, na, als je vier jaar alles opgeeft. kunnen die, uh, die paar dagen ook nog wel uitzingen, denk ik. Maar um, ja, dat was, uh, er was alles, uh, alles beschikbaar. Nog iets wat uit die periode vaak terugkomt. is dat jij goed dieren kon. Ja? ja. Wat? Een baviaan deed je daar blijkbaar vaak naar. Nee? Wauw, wat zijn uw bronnen, man. En... Volgens mij heeft die iemand die in het zak gezet. Nee. Van. Nee, 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 wacht. En in het vliegtuig zelfs een vogel nagedaan. Ah ja, een vogeltje. Een, een vogel nagedaan. nagedaan. En de, de stewards zijn ja, aan het ja, zoeken ja. waar de vogel in het vliegtuig zat. Ja, dat zat. doe ik nog altijd. Wow. Nee, dat is ja. nog altijd mijn uh, partytrik. Een vogeltje. Ja, ja, dat doe ik met mijn kinderen ook nog. Allemaal, wel sterke bronnen, man. Ik moet opletten wat ik hier zeg straks. Maar... Uh... zit daar. Ja. ja. Uh, ja, maar um, ja, dat klopt wel. Baviaan, dat, maar, dat, dat weet ik echt niet. Uh, nee. Oké, okay, dat was dan misschien Als je ja, wilt, ja. kan ik je straks wel een vogeltje... Uh, niet nu? <laughs> ik moet alleen maar lachen. Wacht, hè. Oh, <laughs> nee, jongen. Heel goed. Uh, yeah. Dat is echt maar ziek, Als je denkt u toch echt dat het ja, een vogeltje is? Oh, maar mijn schik, kinderen man. weten al dat ik het ben. Maar mijn kleinste, misschien af en toe kan ik hem nog eens... Uh, is het is, pest is, is ermee, maar ja, uh, yeah. was het goed, yeah? ik vond het heel goed. Ah, okay. Belgium's got talent. Nee, nee ja. meer dan <laughs> Daar ja. dat, dat het op. Mijn vrouw gaat echt lachen als ze deze. Ziet, maar, yeah. <laughs> ja. goed. Uh, terug naar Ajax. Ja. Uh, hoe was Marco van Basta als trainer? <laughs> um, pff, um, ja, dat zijn echt al, dat is al zo lang geleden, maar ik moet wel zeggen dat wij kwamen toen terug van de Olympische Spelen. Hè, dus. Um, dat was natuurlijk in de zomer. En ik denk, zij deden de voorbereiding. We hadden toen uh, Thomas Vermaal en ik. En ook nog jongens, uh, denk ik waaronder Evander Snow. Er waren er ook Urbi ja. Ur Ur Manuelson, die ook met Nederland weg waren naar de Olympische Spelen. Die waren een ronde eerder uitgeschakeld, denk ik. Dus uh, uh, die waren iets eerder terug. Maar de voorbereiding niet meegedaan, teruggekomen, direct basis. Uh, Willem II uit, Linksbak verloren. Um, hm. ja ik vond, vond dat moeilijk ik denk uh, ik kan er eigenlijk weinig, uh, weinig van herinneren ook nog uh, maar ja als Marco van Basten hoofdtrainer wordt van Ajax uh, ja. dat is een soort allee, dat ja, hij, het is bijna toen, een droom hij he? kwam toen wel van, uh, van Nederland zelf dan ja. al dus uh, dat was zijn eerste jong uh, Ajax dan direct, dat kun je niet meer voorstellen werd coach van jong Ajax naar Nederland zelf dan, en toen naar Ajax 1 we hadden wel een heel moeilijk jaar. We hadden het jaar dat we kampioen moesten worden. Suleimani werd, uh, werd gekocht. Dus we hadden een, uh, een voorhoede: Huntelaar, Suarez. En Suleimani, waarvan iedereen had verwacht, die gaat er. Ja, dat is de nieuwe superster. Dus, Je werd in dus zo'n 14 miljoen of zo? Ja, 16, denk ik of 16 zelfs. Dat was echt Suarez linksbuiten, klaas Huntelaar, Spits, Soleimani. Waarvan iedereen dacht, dat wordt uh, dé superster van de drie. Ja, we dachten van, uh, klaar, weet en dat mag Hij kreeg dat eigenlijk niet aan de praat. Zeker uh, Soleimani niet. En dan uh, ook vroegtijdig einde. Um, Komt er ook nog op de, op de bank te zitten onder hem. Maar um, ja, ik denk, ik had het gevoel dat hij heel erg zoekende was in een tijd. Um, ook onder heel veel druk van de, van de pers. En uh, ik denk dat dat, dat, dat hem uiteindelijk uh, de kop heeft gekost, ja. Dat is het seizoen, denk ik, dat Martin Jol overneemt dan, hè? want dat heb je hem Maar de beker pakt. Jool kwam, volgens mij, gewoon, kwam die over, volgens mij, kwam die overal. Volgens mij komt hij gewoon in de zomer, hoor. Ja. Uh, denk het, uh, denk ik wel. Maar uh, ja. het moet echt... toch een speciaal man zijn, Marco van Basten. Ook hoe hij praat over voetbal, hoe hij ja, ermee bezig is. Ja, ja dat, 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 dat was ook uh, was ook natuurlijk wel zo. En, uh, ik denk dat hij dan vooral heel veel moeite had met de superster, de legende die hij was, ja. omdat dan. Uh, die ja, te vertalen naar, een, naar, een, naar ook die topcoach die hij wel wilde zijn, maar dat dat dan uh, ook niet altijd gelukt is. En, uh, ik Als ik hem nu in programma's bezig hoor, snap ik precies wel waarom hij geen trainer is of zo? Uh, ik hoor hem niet heel. Veel, ik lees, meer dingen, hij is wel extreem kritisch nu, uh, <laughs> heb ik het gevoel. Uh, de laatste tijd, zoals ik hem niet kende. Ik had toen uh, had het gevoel dat een hele. Uh, Jovan Schip, huidig coach en Rob Witsche. Dat waren zijn assistenten en dat was een hele toffe groep. Ik had het gevoel dat dat een hele zachte mens was. Dus ik vind het ook raar om hem dan nu zo te zien. Ja. Uh, maar uh, ja, dat was, uh, dat was een heel moeilijk jaar voor Ajax in het algemeen. Want ja, ja dat impact wel uw eerste echte prijs. Ja. Want je, had, je hebt in een zo'n beker ook gekregen, maar daar had je niet in gespeeld denk dat het is oh, ja, nee, dat was ook maar... al niet eens meer... Uh, nee, nee, mijn eerste echte prijs kwam naar mijn gevoel ook het jaar daarna. Ja. Ja, ja. De, de beker en daar zijn <laughs> van het vieren natuurlijk de legendarische <laughs> ja. woorden. Het zijn Marqueu, ja, het ja, kan ja, ja. Oké. Okay, um, van waar kwam de uithaal? Ja, ja van voilà, gericht okay. aan de Feyenoord-supporters. Nee, um, in die tijd was er ook heel veel te doen. Uit en thuissupporten zoals nu nog altijd hetzelfde verhaal was. Of nu nog altijd hetzelfde vooral is. Um, zo erg dat het was ajax feyenoord bekerfinale, Wordt altijd in de KUIP gespeeld. Um, maar we kunnen geen uitsporters meenemen. Dus die wedstrijd wordt over twee delen gespeeld. Wij wonnen thuis 2-0. En wij scoorden al heel snel in de KUIP uh, 1-0. Dus het was, al, uh, het was al direct klaar. En um, onze eerste prijs. Ja, ik speelde toen al vier, vijf jaar in het eerste. En nog niks gewonnen bij Ajax. Kun je niet voorstellen. Nee, nee. Dus dat was voor iedereen een ontlading. Uh, na de match beginnen begint drinken, uh, niks eten. De hele weg uh, voordat je weer in Amsterdam zit. Bent. zit bent ook al goed beschonken. En uh, volgens mij heb ik dat zelfs ook gefilmd. Ik zat ook op die een handicap. Echt waar. Maar ja, Heb ja. je, 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 je dat niet ja? vast? Denk ja, ik ik dus, jawel, jawel, Dat kan ik me herinneren. Dus ik sta als Demi de Zeeuw. En iedereen wordt beurt voor beurt opgeroepen. Demi, uh, als je dit hoort, is uw schuld. En uh, hij, weet dat, hij weet dat zelf wel. En uh, hij zei, Jan, 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 je moet deze zingen, je moet deze zingen. En ik, was, ik had uh, gedronken en ik heb dat nooit gezegd, want de schuld ligt bij mij, ligt niet bij hem, ik heb het gezongen. Maar hij fluisterde mij er zojuist in voordat ik uh, uh, het podium op moest in de arena waar dat de viering toen was. En ik zong dat toen en uh, ja, de schade was, uh, was aangericht. Maar, en, ik dacht dat de aanleiding ook was, want jullie missen daar Nip de titel tegen Twente. Ja. En, en, en Feyenoord. Het was Feyenoord Twente een paar weken eh, Twente, Twee, twee het en, en de supporters uh, van Feyenoord waren ja. zelfs ja. Ja, gedrongen om te zeggen: Jullie gaan wel niet winnen tegen Twente. Want... Ja, ja, het was al. er speelde inderdaad heel veel in die tijd. Juist yes, zoals nu nog altijd het geval is. En uh, ja daarom. En dat was, echt, dat was echt slecht dat ik dat deed uiteindelijk. En, uh, ik weet niet, ja, voor Ajax-fans denk ja. ik dat dat een legendarisch moment blijft. Ja, dat zal wel. Uh, dat geloof ik goed, maar. Uh, <laughs> Wow, dat was maar het is wel, toch uh, spijt van... Allee. Want ik vind, zoiets moet toch ook spijt. kunnen? Dat is toch... Ja, uiteindelijk... Het was meer de sfeer die er toen heerst, die heel agressief was. Dat was olie op het vuur. En daar ja, heb ik wel, wel. Uh, wel spijt van, want dat heeft dingen alleen nog maar erger gemaakt. En daar, uh, daar ben ik niet trots op. Het is grappig, uh, zogezegd. Uh, maar op uh, dat moment was, was het uh, niet... Uh, het was niet het juiste moment om zoiets te doen. Nee. Martin Jol zijn reactie is ook oh. Maar ik heb dat nooit teruggekeken, maar ik heb gehoord dat hij inderdaad zo. Uh, ik kan er ja. echt niet naar luisteren. En af en toe, als iemand mij wil pesten, zet hij dat op, op de achtergrond. Op YouTube of zo, maar ik, vind dat, ik heb dat nooit teruggezien. Nee. Ja. Ja. Okay. Uh, daarna Frank de boer twee keer kampioen geworden. Ja. Hoe uh, was hij als kleiner? <laughs> <laughs> hij paste wel heel erg bij mij, omdat. Uh, hij wist mij wel te triggeren op de juiste manier. Hij gaf mij heel veel zelfvertrouwen. Ik kan me herinneren dat hij kwam... Um, Martin Jules werd ontslagen. En het eigenlijk was... Zijn eerste match was in Milaan. Champions League. Uh, tegen AC. Dat al geplaatst was. Het AC van, uh, van Ibrahimovic. En... Um, um, ja... Ik kan me herinneren dat hij heel veel vertrouwen in mijn uitsprak. We gingen ook op trainingskamp en die zei: die zei Jan, uh, Louis, uh, Suarez ging toen vertrekken in, in die winterse periode naar Liverpool. En jij bent mijn kapitein. En jij bent niet minder dan, dan Piqué. Ik kan me herinneren dat hij zei: die toen hoge ogen gooide bij Barcelona. En ik voelde me echt. Uh, dat werkte wel bij u. Ja, ik voelde me echt wel gewaardeerd en, en belangrijk. En, uh, en ook, ik had toen heel veel. Ja, zo wat momenten dat ik het zo wat liet lopen, dat ik wat te gemakzuchtig was, dat ik uh, wat rauw momentjes. Uh... <laughs> dus hij, heeft er, hij, hij wist er heel goed op in te spelen en mij die, uh, die, uh, die verantwoordelijkheid uh, te geven van uh, dat ik het moest doen uh, voor Ajax in de tijd. En dat heeft uh, misschien deed hij dat bij iedereen. Hè, maar ik voelde mij er in hard. ieder geval uh, goed bij. En uh, ja het, het voelde mij echt uh, supergoed in die periode. En, uh, we stonden toen hij kwam, denk ik, negen of tien punten achter op Tent of op PSV. PSV, ja. PSV en uh, toch allemaal omgedraaid. Hè. Ja, want ik ja, heb... jullie eindigen met 18 op 18. Ja. Hm. Ik, ik, nee, een van mijn beste vrienden is Zware Ajax. Had ook altijd een abonnement. En die zei toen: die periode ging het te gemakkelijk voor u. Speelde hm. je echt in Nederland met de vingers in de neus. En dat straalde je ook uit. Ja. Dat was echt de beste. Dat, gevo dat gevoel had ik uh, toen ook wel dat ik echt uh, je scoorde toen ook veel. ja uh, ik had mijn laatste jaar bij Ajax 10 ik gemaakt ja. maar um, ja ik voelde mij supergoed in die tijd Ik uh, denk dat dat mijn, mijn als voetballer ja. en dan had ik nog denk twee drie echt heel goede jaren bij Tottenham ook maar dat ik dan echt op toppen van mijn uh, van mijn kunnen speelde ook in de Champions League Het uh, moet wel fijn zijn als je dat voelt ja. dat je overschot hebt ja, ja dat, misschien leek dat meer zonder dat dat was, maar ik voelde wel van uh, als ik dat ik het verschil kon maken, ook als, als centrale verdediger uh, bij Ajax. En, uh, Want dat is ook straf, hè, dat vanuit die positie. Ja, dat, ja. Dat uh, uh, hadden. Ja, wat ik gewoon ook een goede ploeg de uh, Tobi speelde ook toen al naast mij en uh, had ik gewoon een heel, uh, een heel sterke ploeg. Maar um, ja ik voelde me wel echt goed in, uh, in die periode ja, klopt is dat niet iets wat je nu ook een beetje ziet als tegen kleinere ploeg. Vind dat ook als Ande ja. het moeilijk heeft ja. dat jij ineens beslist wauw we gaan niet dat dan niet niet meer zo individueel maar door de ja. dat je anders gaat spelen wel de ploeg uh, ja, wel, wel gelijk wel. tegen RWDM bijvoorbeeld Met, ja. ja toen voelde ik me ook wel ik heb zo van die de, de, de goede dagen nog af en toe en uh, <laughs> maar uh, nee dat nu is het totaal anders dan dan toen zeker weten maar um, nu het verschil maken, dat zal nu niet zo rap meer gebeuren. Maar uh, toen was dat wel echt zo het gevoel dat ja. ik in Nederland. En ik had eigenlijk het gevoel dat ik toen ook al die transfer had kunnen maken. Dat eerste jaar kampioenschap. Dat, dat was het interesse jaar. ook, hè? Ja, ja, maar dat, als er concreet interesse was, was ik wel weg geweest. Hè. Dan, uh, maar die was er toen, uh, toen niet genoeg. En, uh, toen, is het een Urban Legend dat dat dan was voor Sophie? Dat okay. is een uh, Urban Legend, ja. Okay. Dat, uh, yeah. Dus, uh, nee, de, als, als de, die interesse van Tottenham er dat jaar was geweest, had ik ook vertrokken. Ik zat super goed op mijn plek bij, bij Ajax, hè, waar ik kampioen geworden en, en ik vond het prima om nog te blijven, maar ik denk dat de Ajax ook wel dacht, die hadden, financieel waren die ook niet uh, toen uh, nee, nee, waar ze nu stonden, of een paar plafond. jaar geleden, dus ze hadden ook echt het geld nodig. Dus uh, het was gewoon omdat er nog niemand was. Nee. Hm. Uh, is dat een speler van het jaar geworden. Mm -hmm. Maar bij Voetbal International heeft hij ook uh, de grootste etterbak van het voetbal. Tweede, hè? Niet. Nee. Volgens mij was tooi van de eerste, tweede, ja. Wauw, je wou me hier iets. Hier hier maar ja. hey, uh. Niet onderschatten ook ja, tooi ja, Er Was nog één ja. voor mij. Ja. ja, en nu dat je het zegt, ik snap het ook wel. Dus wat de gouden de schoen en tweede grootste. dat zijn wel verkiezingen. Ja, maar hoe komt dat, Want, ja, nee, nee, ik denk dat dat, nee, denk dat, dat wel uh, ergens ook. Logisch is. Uh, Toyvo, het was PSV en Ajax in die ja. tijd. Twente misschien nog wel, maar AZ was wel weggezakt. En, en, en Toy was de nummer 10 van PSV. En ik was de centrale verdediger van, uh, van Ajax. We hadden elke match ruzie. Maar echt, <laughs> echt, track, schelden. En uh, ja, ik denk dat, dat gewoon, dat allebei de supporters gewoon heel veel hebben gestemd. En dat er meer ajax zijn dan PSV'ers, misschien zoiets. Maar uh, ja, ik moet wel zeggen. Ik ken die kant van mij ook wel. Hè. Ik ben me er bewust van dat ik op een veld ook ergens naartoe kan gaan. Dat voor de tegenstander, voor de uh, uitsupporters, zal ik zeggen, niet fijn is om, uh, om naar te kijken. Maar ik, ik heb gemerkt in de jaren dat ik minder voetbal, dus mijn laatste jaar bij, bij Tottenham, mijn eerste jaar bij FICA. Ik was die kant wat, wat kwijt uh, van alles ervoor te doen om te winnen, uh, mijn team proberen te motiveren. En ik merk dat dat samen hing met mijn prestaties. Ik heb er heel veel over nagedacht, ook veel met veel mensen over gesproken. En uh, tot die realisatie gekomen. En, uh, en bij Benfica heb ik dat misschien nooit echt gehad. Maar ik merk dat die kans wel terugkomt uh, het afgelopen jaar. En, en dat, dat, ja, dat is stom. Ik heb dat precies nodig om, uh, om wel de, de beste in mezelf naar, uh, naar boven te halen. Om... Ik, ik, als ik wedstrijden zie en als ik veel tegen de scheidsrechter zag of echt met mijn tegenstander. Op die manier uit de wedstrijd probeer te brengen, dan ben ik, heb ik het gevoel, de betere versie van, uh, van mijzelf. En um, ik snap dat als je ge, in, 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 in Genk Of uh, er was uh, laatst misschien uh, nog ergens een wedstrijd, waar dat zo wat uh, uh, supporters zich aan, uh, uitsupporters aan zich gaan irriteerden, maar ja. Ja, ik kan er niet sorry voor zeggen, want ik ben bezig met hoe kan ik Anderlecht ja, ja, na bent... de overwinning. En dan, uh, ja, dat, dat hangt gewoon wat samen. En dat is, dat is, uh, dat is daardoor ook in die verkiezing. Ik, in Nederland ik, dat, dat, had ik dat heel erg. En dat irriteert gewoon mensen, dat snap ik ook. Ja. Maar daarom ik, zeg ik ook net ja. van Als ik, ik, voor ik, ik, uh, als ik uh, van Bommel deed dat ook. en kon die ook niet hebben op het veld. Maar ik vind een, een keer uh, ook extreem. Ja, en er zijn er ja. nog, uh, ja, in, in België, right. ik weet ja, niet, absoluut. zijn er niet zo heel veel, maar. Uh, ik denk dat mensen zich ook irriteren aan een Burgess. Maar ik, ja, of, ik kan dat ook zo hebben birdies, dat, je, zeker, ja. dat je wat dingen op een andere Want manier ja. probeert te beïnvloeden. Uh, niet alleen de scheidsrechter, maar echt ook de wedstrijd uh, op die manier waarnaar je hand probeert te zetten. Of, uh, ik had dan die, die fase met, met die. Hoe neemt die jongen? Ilene Kena. Ik zou dat bij Vincent Jansen nooit doen, omdat ik ken die en ik, ken, ik weet hoe die speelt en dat is, dat, is, dat is mijn maat. Maar ik dacht, die gast hier is 17. Even kijken wat voor iemand dat is. En ik, en ik trek ja. hem naar beneden, zo wat undercover dacht ik, maar ik krijg al wel geel. Maar hij reageert wel. Het duwt u, ja. Snap je? En voor hetzelfde geld duwt hij mij in mijn gezicht en spelen we tegen tien man. En nee, ja, je moet winnen en de betere ploeg moet winnen. Maar ik besef dat dat soms nodig is om een wedstrijd naar, naar onze hand te zetten. En nee, dat komt niet altijd even fair over, maar daar ben ik op dat moment niet mee bezig. En dat is. Ik kan 90 minuten zo daarmee bezig zijn, maar vanaf echt waar, als dat fluitsignaal is, dan is dat echt weg bij mij. En daar, dat snappen heel veel mensen niet uh, dat dat kan. Uh, ja. Er echt... zijn er nog, denk ik. maar... En als ik het, het veld op kom en, en, en ik voel dat, dan weet ik eigenlijk, ah, oh, ik zit goed en ik kan een goede match spelen. <laughs> ik zit goed. Er zijn ook soms momenten dat, ik, ja, dat, 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 dat dat te voelder dan niet is, en dan is dat een, anders. Maar... Sommige mensen zullen dat maten naaien noemen soms. Als uh, je op zoek gaat naar een rode kaart van een tegenstander of zo. Het is niet zozeer dat ik, ik, wil, ik wil die jongen geen rood uh, aan naaien. Maar ik ben wel op zoek naar momenten om een, uh, om een wedstrijd om op een bepaalde manier uh, naar onze kant te zetten. Bijvoorbeeld in Genk. Uh, die jonge jongen. Um, Bonsoe bah. Bonsoe bah. Ja. Na vijf minuten is er een fase. Genk had net Europees gespeeld. We hadden afgesproken voor de match, we gaan zo snel mogelijk elke bal spelen, want ze hadden hey, we willen een snelle match van maken hè. hoog tempo, niet te veel rust dus wat gebeurt er? Een overtreding van die jongen uh, op iemand, ik niet eens mee, denk wie. Ik. op, die ja Neenie. dat was zijn tweede ah, ja. maar de, en ik wil die bal pakken, ik wil snel hervatten maar die had die bal vast dus ik zeg heeft, echt letterlijk, geef die die bal en die scheid, ik, zeg, ik zei het ook tegen de scheidscheids ik wil rap beginnen, dat was uh, ons, die geeft ons alle twee geel uh, spel op de wagen. Heel publiek uh, keert, zich, uh, keert zich tegen mij omdat ik hem een kaart zo aannaai, wat totaal niet de bedoeling was. En dan pakt, uh, inderdaad, die, die, die jongen pakt dan uh, rood door een tackle op, uh, op de Leni. En, uh, en dat was echt. Ik had dat nog nooit meegemaakt eigenlijk. Dat was echt. Het stadion was zo agressief. En, en ik had echt het gevoel van. Uh, dat was de eerste helft. In de tweede helft gebeurden er dingen waar ik. Wel begrip voor heb van de supporters. Maar de eerste afdeling dat ik echt van die jongen pakte rood, maar echt niet dat ik hem van het veld wil hebben. Maar, ik was maar wel je bent op er ook wel snel bij dan om te vragen naar die tweede ook, ook, nee. Uh, ja, dat waarschijnlijk ook uh, waarschijnlijk ja. wel. Dat, was, dat, dat is nog altijd. Dat is een superbelangrijke wedstrijd voor ons. Een topper. Ja als iemand eruit gaat, dan, dan heeft dat invloed op de wedstrijd. Goede kansen bij die wedstrijd. Anders niet eens gelijk spelen. Want met tien man worden ze ook heel sterk. En nee, ik ben niet op zoek naar een rode kaart, maar wel op zoek naar momenten om ons in die wedstrijd te krijgen. En een snelle spelervatting hoorde daarbij. En, hmm. uh, en dan in een tweede helft, uh, daar heb ik me ook voor geëxcuseerd. Uh, weet je, er gebeuren er dingen die er dan niet bij horen. Maar, ja. Is dat dan door de hevigheid die je voelde in de eerste helft? Ja, dat, dat had er wel wat mee te maken. Want er hebben ook al in, in de rust al dingen gebeurd in een tunnel, waar ik nooit iets over heb gezegd. En ik ook nu niet in details al trainen, maar die ook niet door de beugel konden. En dat was wel zo bij mij van ja dat, dat, dat hoeft niet snap je we zijn bezig met de wedstrijd en die jongen heeft rolt door zijn eigen schuld niks met hem eigenlijk wij mee te, ja, nee. weinig Hij mee te maken, fout, vond ik. Ja. en uh, ja dat dat was wel uh, dat vond, ik, dat vond ik wel een, een lastig moment ik heb er wel lang mee gezeten ook uh, na de match omdat ik dan niet dat, dat beeld wil creëren ook dan die fase met de Condé natuurlijk ja, okay, maar, dat maar dat was is zijn schuld. Hè? Hij heeft daar niks te zoeken, vind ik, op dat moment. Nee, nee maar dat hebben ook, uh, we hebben de volgende dag heb ik hem gebeld, heb ik zijn nummer ge gevraagd, hebben ik twintig minuten goed gesproken, allebei, ah ja, gewoon, dat was echt goed. Dus Hoe begint als... je dan dat gesprek? Hé, hey, Dimi, alles goed? Uh, ja, ik stuurde hem een bericht, kan ik even bellen, ik had zijn nummer via mijn manager uh, gevraagd, en uh, jou, van, uh, hey, uh, ja, ik ben gewoon dat ik, ja, gewoon direct, ik ga niet, ja. niet voor bloemetjes en bijtjes, weet weten al allebei wat er gebeurd is, hij was ook direct... Uh, na de wedstrijd had hij al interviews gegeven, dus ja, ik, ik niet, want ik dacht van, ik ga echt niet, uh, ik hoef me niet te verantwoorden, van uh, dit, en, uh, en hij had uh, dat gedaan, dus ik had echt zoiets van, oh, ja, hij heeft zijn kant van het verhaal gedaan, maar ik had helemaal niet mijn kant van het verhaal gedaan, ik heb dat uiteindelijk nooit gedaan, maar uh, daarover gesproken en uh, de kast was eigenlijk, uh, was eigenlijk uh, af, maar ja, uh, dat, dat, dat schept wel een beeld natuurlijk. Om het af te sluiten, het grootste uitpak van het voetbal. Ja. Wie was een derde? Ik weet het. Wacht, wacht, wacht. Dries? Nee, nee. 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 Was iemand uit Nederland. Oh, maar die zou daar ook altijd hoog in scoren, denk ik. Ja, Dries, is, uh, Dries oh. en ik, op dat gebied trekken we heel veel. Uh, maar bij op Dries, Dries durfde zeker toen, later is het uit zijn spel, maar Schwalbes durfde Dries wel echt gewoon doen. Dus. What, ja, ja, Als tegenstander. Het <laughs> maar Als ik iemand zou is, moeten hè? noemen, gewoon bij de nationale ploeg die daar het dichtst tegen aanleunt, leunt, dan is dat Dries. Een kleine match, wij. Dries en ik, dat is water en vuur. Maar wij zijn allebei wel hetzelfde. Wij lopen aan het veld en wij zijn beste vrienden. Dus um, Dries kan dat ook heel goed scheiden. Maar hij zoekt, Dries is ook iemand die naar, op zoek gaat naar, naar triggers en naar momenten om een tegenstander van de wijs te brengen. En um, ja, die Schwabels had hij vroeger ook al. Ja. En zo, als je de Catan speelt... Speel... Nee, doen we, niet meer, doen we niet meer. Afgelopen. Kan niet meer. Dat gaat niet. Gaat niet. Ruzie. ik ruziek. Uh, gaat niet. Gewoon. Uh, je Want... hebt vast wel eens gehoord van de ruzie in uh, Bordeaux, of niet? Nee? Dus bij het EK? Uh, ja? uh, nee, maar wel uh, uh, maar. Katan, kolonisten van Katan. Maar Katan inderdaad nu, dat uh, een, een bekend gezelschapsspel waar je heel veel moet onderhandelen. Wij zitten in Bordeaux en dat was altijd... Wij speelden altijd met dezelfde. Uh, in het WK Brazilië al. Maar daar ging het goed. Moussa Dembele, drie smerts Kevin De Bruyne en ik. En Kevin is een chille. Hè? Maar Moussa, Dries en ik zijn alle drie extreem competitief. Dat is, dus op het veld... We moesten dat niet, maar bij spelletjes hetzelfde. En uh, maar Kevin wint ook veel spelletjes. Uh, ja, wacht. Ja. Een goede kaart, er, maar wacht. Ja. En, uh, maar Kevin was niet zo. Katandi. Die wou winnen, maar niet ten koste van alles. Maar wij waren gasten. Als je moet onderhandelen, we gingen discussiëren. En uh, het is een spel waar je kaarten bij elkaar moet afpakken. En je moet keuzes maken in het spel, bij wie dat je dat doet, voor de mensen die het spel niet kennen. Zwaar aan het spelen. En uh, de irritatie lag al hoog. Hè, waar dat je, waar dat je de, de reder moet zetten. Je weet wel. Uh, ja. En oh, niet bij mij. en hij staat er beter voor. En, bub, 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 en uiteindelijk uh, uh, zei Dries tegen Moussa. Moussa, maar echt. Jij zijn zo. Jij bent domme. Ga jij bent echt dom. Maar, en op een moment. Ik, ik Moussa is de liefste gast in de wereld. Ik zag zo'n klik in zijn hoofd. En dat werd gewoon echt stierende ruzie. En oké, okay, we hebben op basis daarvan we het, het spel opgedoekt, weggestoken, niet meer gespeeld. En uh, dat heeft geduurd tot. Uh, dus in die twee jaar daartussen, nooit meer gespeeld. We voelden gewoon van. Het loopt het gaat de verkeerde kant op. Dus hebben we hebben een WK in, in Rusland, 2018. Ik weet nog, en We zien het staan, stond nog altijd in die spelvak. Even kijken, zo, dus, jongens, wat denkt u? <laughs> ja nee ik zei echt ik echt niet je, echt, ik wil echt niet meer spelen dat, dat, is, dat kan echt onze, onze vriendschap kosten dat was echt zo ver aan het gaan nee 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 jongens kom aan we zijn nu twee jaar ouder kom op we zetten dat spel neer en het was direct weer prijs van nee we hebben het weer weggelegd want het ging gewoon echt niet, ging nee, nee, echt ja. niet. en wij wouden wat ik ging zeggen Kevin iedereen was blij als Kevin won dus snap je? Want dat was, dan had in ieder geval de anderen niet gewonnen. Cool. Dus ze speelden het spel eigenlijk helemaal niet meer om zelf te winnen, maar meer om de andere niet te laten, niet te laten, we, winnen. Niet te laten winnen. Dus de, de context van het spel was totaal veranderd. En nu spelen ze bij, uh, bij Anderlecht. Maar ik heb me altijd niet mee, uh, meegedaan. Ik, ik, ja, ik, ik had, als eh, je niet tegen een Dries, of Moesha zit, ja, maar loopt dat niet zo uit. Ja, handen. toch. Ik heb met Torgan, ook een Fervente Azar, vervente, uh, vervente spelige speler. We hadden gespeeld. Met uh, Torgan Azar, uh, flips. En uh, nog een vierde. En uh, ik voelde direct weer die spanning en ik kijk, zag jongens de laatste keer geweest, kon dat ook niet meer. En um, ja, dat ja, soort ja. Uh, ja. Of Dries wint of niet, bij Catan beslist ook wel veel de moeite op vakanties. Ja, ons. ja dat is echt... Maar Dries is wel, ik, Dries is wel van het veld goed. En dat Dries, is los. Ja. Dries bij een spel als hij verloren heeft, is dat wel niet meteen ja. los, hè? Nee, 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 nee. Dat uh, is ook uh, Ja, dat, dat nemen we mee, mee. dus... wijze ja. uh, dus, uh, beslissing wel, denk ik, om ja? die gezelschapsspelletjes door Ja, maar wel dan dan. we speelden dan veel uh, Weerwolven en Backgammon, maar het heeft er, het heeft er veel tegen gezeten, echt... Uh, ja. Maar weer is niet beter, denk ik. Maar goed. Nee, nee, nee zeker niet. Maar uh, ik was laatst ook weer, dat leek ook aan mijn nationalploeg, was ik ook weggelopen Dat ik de eerst en nog was uitgestemd. <laughs> dus dat uh, is kinderachtig gedrag. Ja. Maar ik wil wel... Maar wacht, weggelopen, want dan ik wil wel. Uit. Dus ik, ik kreeg een kaartje speelde met, met al die jonge gasten. Laat ah, ik kom nog eens wolven lang geleden. We waren echt met 12, 13. En ik was wolf, maar ik ben geen goede wolf. Ik kan, niet goed, uh, ik kan me niet goed verdedigen als ik onder druk sta. <laughs> en, uh, um, Ja, die gasten heb jij zei Wolf. En ik ja, ja, ik was er gewoon alle helemaal klaar mee. Ik ben weg. Ik had ook geen functie meer in spelen spel, want het was eruit gestemd. Maar ik had echt geen, uh, geen goesting meer. Maar langs de andere kant, ik wil ook alleen maar met mensen spelen die echt zo willen spelen. Want, ja, ja. ik had er eens een discussie over thuis. Ja, die zegt dan, ah ja. Ik zeg mij ja, goed gespeeld. Maar nee, je nee, moet kwaad op mij zijn. Je moet mij uitschelden. <laughs> ik, wil, ik wil met mensen spelen die dezelfde haat voelen als ik. Uh, Absoluut dus, willen winnen. Dus bij het kaarten, ja. bij Kengen, bij de Nationaal Ploeg, uh, ook, al, ook al heel veel discussie gehad met Dries en met Yannick uh, Carrasco. Want dat zijn ook gasten die, uh, die tot het uiterste willen gaan. Maar ik vind dat juist het tofste. Ja. En wie is nu eigenlijk uw, uw buddy bij de Red Devils? Ja, uh, de Want staf, medische staf. Moest is weg? Uh, <laughs> uh, weg Vindt is weg? Ja, Toby is weg. Hij is uh, eenza, to eenzaam. Toby, Thomas, uh, heel die hoek is eigenlijk uh, weg van. Uh, Romelu nu. nog? Ja, Romelu, een heel ja. goede man klopt. Uh, Yannick Carrasco, ja, er zijn zo wat gasten. Ja, dat is dat is anders nu natuurlijk. Uh, maar uh, ja, we hebben nog een toffe groep. Maar inderdaad, die, die, die jongens met wie ik echt close was, die zijn, uh, die zijn wel allemaal weg, ja. Uh, waarom Tottenham? Waarom Tottenham? Um, Arsenal was ook ja, echt wel geïnteresseerd. Ja. Uh, die waren er wel, waren maar, of er waren, ik vond dat maar op dat moment, omdat ik <laughs> ja. dacht van, wauw, ik, uh, ik had... Het gevoel dat ik echt wel goed bezig was. Speler van het jaar. Uh, in Nederland. Ja, dus, uh, er waren Tottenham en Arsenal. Tottenham was wel uh, degene die het echt het meest uh, doordrukte. En uh, ja, bij Arsenal zat Thomas Vermaelen. Weet je, die, uh, een van de best verdedigers in de Premier League uh, op dat moment. Ik zag de reden niet om naar daar te gaan. Uh, als Thomas er niet was geweest, dan weet ik niet wat er was gebeurd. Maar uh, toen uiteindelijk bleek wat dat ze me ook als verdediging in middenvelder zagen maar ik had toen echt al voor mij de keuze gemaakt. Ik ben uh, centraal verdediger en uh, toen heb ja, dat was het eigenlijk. Ik heb nooit ook zelf uh, mijn manager wel, maar ik heb no nooit zelf gesproken met mensen van Arsenal. Oké, okay. hm. die onderhandelingen hebben wel lang geduurd. Dat sleepte toch zo'n beetje. Ja, dat aan. was eigenlijk het een maand geduurd Ja, dat gelezen. was vervelend, want uh, ik had eigenlijk mijn, uh, het was wel duidelijk geen vertrekken. Dat was al, uh, ja, ook de laatste wedstrijd Vitesse. Dat uh, was al zo een sfeer van afscheid nemen geweest. Had ik hm. het gevoel? Toen was Tottenham zelf al concreet. Mijn probleem was eigenlijk uh, Mark Overmars. Want Mark Overmars kwam toen van Go Ahead Eagles naar Ajax als technisch directeur. En ik was de eerste uitgaande transfer. En Ajax zat in financiële problemen. En uh, Overmars stond bekend als een uh, pittige onderhandelaar. Heerlijk, ja. En ik was zijn eerste transfer. Dus dat was ook een soort van prestige had ik het gevoel en hij wil het onderstuiten kan en uh, ja dan uh... het ging uiteindelijk om uw geldrecht op 15% of zo dat dus dat is gewoon altijd ik heb dat later ook gezien bij andere jongens en, en afgeraden om er zo'n dingen in te laten zetten want dat wordt altijd, ja, we zijn rond alleen je moet je percentage laten vallen nee want ik heb er recht op we hebben dat onderhandeld hm. ja nee anders gaat een transfer niet door en dat is altijd dat is, dat wordt altijd misbruikt door de, door de club en um, ja, dat was bij mij ook zo. En uiteindelijk, ik was echt iemand die, ik wou de voorbereiding meedoen bij Tottenham, dat duurde al zo lang en uh, ik heb dat laten vallen. Mm. Weet je het dat, wel, dat gaat om veel geld. Uh, maar ik wou gewoon die voorbereiding, en, en, en ze, ze weten hoe, ze, hoe ik ben bij Ajax. Ik ben niet iemand die het hard gaat spelen of uh, op tot de laatste dag, of zei ik blijf zitten dan, ik kan gratis weg. Nee. Zij wisten dat ik die stap was maken en ze hebben dat ook gebruikt en uh, mm. ik heb dat gewoon laten vallen. Maar wel opviel, die, de trainer van Tottenham wordt in die onderhandeling ontslagen. Ja. Harry Redknapp. Dus ik was de laatste dag van de, van de Premier League, was het Tottenham Fulham, Whitehurst Lane, had ze mij uitgenodigd. Was ik, ja, toen speelde het dus al echt al concreet. En uh, toen was Harry Redknapp nog coach. Had ik dus nog zo'n heel raar moment in een tunnel van. Ze hadden mij me meegenomen om de coach te ontmoeten, maar ik had het gevoel dat hij niet wist wie dat ik was. Dus uh. dat was zo van. Uh, ik dacht ook dat hij dacht dat ik een Nederlander was. Of zo. Dat was een heel raar moment, Alsof in, een, in een klein kamertje, in een, in een tunnel. Zo echt puur als trainer, van, ja, dat hij wordt meegetrokken. om even mee, er is een speler die eventueel bij ons komt Zo'n gevoel was dat echt. Dus, uh, en hij wordt inderdaad uh, ontslagen. En Fylas uh, Boas uh, was zijn opvolger. Ja. Maar bij Redknapp zou ik er ook niet van verschieten dat hij daar niet bij stilstaande nee, nee, geweest ja, oh. ja, was. Nee, Ajax uh, was ook niet Ajax van nu. Ook niet zo Europees succesvol. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, nee. dat weinig De Rode Duivels waren toen ook niet zoals ze nu zijn. Dus okay. dat ze niet weten. Nu kent iedereen Bakayoko. Maar uh, het was toen toch echt anders. Weet, uh. Hoe was die, waren die onderhandelingen dan met, met die Levi? Ja, ja alle, allemaal tussen mijn toenmalige manager en, uh, en dingen, Levi. Uh. En geen persoonlijke gesprekken? Nee, er zat ja. nog iemand tussen. Uh, ook waar dat ik wel mee heb gesproken. Maar uh, die is ondertussen ook alweer weg, kent zijn naam ook niet meer. Maar uh, nee, die was toen een paar keer naar Amsterdam gekomen. En toen heb ik met hem gezeten, heeft hij zo wat uh, het plan uitgelegd. Uh, ik zat toen nog, Er uh, waren eigenlijk een paar centraal verdedigers en ja, uh, Ledley King wist toen nog niet of die doorgegaan. In die periode beslist hij ook om te stoppen, dus ik heb nooit met hem gespeeld. En toen, maar, uh, dat was toen ik werd eigenlijk zijn vervanger, wat hij speelde toen, links centraal. En ik werd eigenlijk de opvolger uiteindelijk van, uh, van hem. Die zomer komt Dembele ook. Ja. Van voelen. Ja. Gaan jullie dan, als de hereniging, gaan jullie dan zo meteen in elkaars buurt wonen? Uh, Moussa kwam inderdaad op een van de laatste dagen, net zoals Hugo Loris. Uh, laatste, uh, laatste, ja. Misschien de laatste, laatste dag zelfs. Ik had uh, nog een paar keer Willas Boas overtuigd van pak die, pak die, pak die. Niet alleen als vriend, <laughs> maar ook echt als, als voetballer natuurlijk ja. ook een geweldenaar. En Modric was weggegaan ook. Ja, ook ja Modric blijven. was daar nee. nog. Maar die, die wil niet meer meetreinen toen, uh, omdat hij zijn transfer aan het uh, forceren of uh, veiligstellen was naar, uh, naar Real. Dus Moussa werd eigenlijk de opvolger van, van Modric. En uh, uh, in, de, in de buurt wonen ja, onze vrouwen, allebei uit Amsterdam. Die kenden elkaar toen nog niet. En. Uh, ja, wij, wij woonden wel bij elkaar in de buurt, maar dat was denk ik dan eerder toevallig. Wij waren allebei meer mensen van de, van de stad dan bij Tottenham, volgens bij veel clubs, of gekiest. Gewoon in de buurt van het trainingscomplex, waar de helft woonden, de, de Engelsen vooral. En dan uh, was er ook een deel van de jongere gasten of de buitenlanders die dan. Richting het centrum trok en daar wonen wij, waar nog altijd heel veel jongens wonen. Ja. En daar ook allemaal Watford, Arsenal-spelers, heel veel jongens van die Engels, of de Londense clubs wonen daar. Ja. O, o, wat was meteen dat gevoel dat dit is een verschil met de Eredivisie van Premier League? Intensiteit. Ik kan altijd alleen maar dat woord zeggen. Intensiteit. Um is ongezien gewoon die... Niemand wordt moe zo. Dat is echt raar. Uh, druk zetten, uh, alles oh. gebeurt 100 procent daar. En nu nog veel meer dan, dan toen ik daar kwam. Dat is ondertussen ook al elf jaar geleden. De, de intensiteit van druk zetten, van tackles, van duels. Alles is harder, sneller, uh, intensiever. Ja, dat, is, uh, dat is voor mij het grootste verschil. Je hebt ook technische spelers in België, maar het is is Meer echt de, de intensiteit op de, op de mat te leggen. Ik denk dat er ja, dan moet je het ook anders op trainen dan. Is die training dan niet zwaarder? Ja, ook wel. Um, ook wel, wel, wel heel fysiek en altijd vol. Ik, uh, onder Pochettino was, de, was dat nog meer. Daar hebben we echt die stap gezet met Tottenham naar. Uh, ook op training altijd 100%. Dat was niet normaal. Ja. Tackles, dat ik daar heb gezien. Maar fair, hè? Altijd fair, maar Tekkels. Uh, vol duel zonder. Ook de volgende dag United uit, maakt niet uit altijd vol erin. Ik heb ook weer heel weinig blessures gezien op training, maar uh, dat is niet normaal. Dat is echt uh, Geen superdagen. Uh, nee, echt niet. Daar heb ik onder hem heb ik al echt leren werken. Onder Pochettino. Ja, ja. Die had echt een uh, physical coach. Dat was echt zijn ding. En dat was de, de grootste stap die we hebben gezet, dat was gewoon uh, puur fysiek. Uh, wij speelden toen uh, in een ploeg die zo fysiek sterk ja. was. We scoorden ook heel veel in de laatste uh, al, half uur. Dat was, uh, was ongelooflijk wat er buiten. Uh, Volgens mij buiten Christian Eriksen was iedereen een meter negentig. Ja, en dan had je nog Walker en Rose. Wij dan spreek op de kanten, mm -hmm. maar dat waren ook beesten. Dus, uh... Want ja, in de, de topperiode van Tottenham waar het, was het eigenlijk maar mijn smalle en nou, Die basiself kon je bijna altijd neerzetten. Ja, het die was die altijd hetzelfde. En eigenlijk een 12 was Son. Die kwam ja. er dan ook zo naast. Maar gaat inderdaad, uh, Voorin was het uh, Kane, Eriksen-Deli Alli. En, Deli -Ali. en uh, dat was, ja. Het moet toch ontzettend zwaar zijn, maar ook tegelijk genieten. Omdat je weet wel, ja. Waaraan en waaraf. Ja, ja dat, was, dat treinen, was onze beste periode. Het, onze, die, ons beste jaar was absoluut niet het jaar van de Champions League finale. Die lag, nee, nee. Uh, die, onze beste periode was eigenlijk het jaar dat we de, de titel verloren aan Leicester. Zo die twee jaar, 16, 17, die jaar waren we echt, echt, echt goed. En ja. ja, als ik dan die foto zie van die. Soms zie je uh, nog zo'n foto voorbij komen van, van onze ploeg. En denk ik, ah man, of die opstelling. denk ik, hoe, hoe, hoe waren wij? En en Nassau was als dat seizoen. Hij ja, scoorde ja. ook echt veel. Zou ik even uh, Nasser, uh, elke keer als hij het goed deed en een paar matjes speelde, gebeurde er altijd wel iets hmm. met hem. Dat was ook jammer. Maar uh, wat een fantastische ploeg, Victor Van maar ja. dan nog met Moesa op middenveld Ja, begint er maar aan. Het jaar dat Leicester uh. kampioen wordt, zijn jullie ook de beste verdedigingen. Ja. Jullie pakten bijna. Ja, wat een geweldige, een geweldige ploeg. Een goede keeper en op elke positie een uh, topper bij aan het spreken en, uh, ook ja, wat uh, volgens mij twee keer gelijk gespeeld op White Hart Lane en de rest gewonnen en ja. Leicester en Liverpool speelden gelijk en de rest wonnen dus ja het was een geweldige ploeg maar wie het wel niet zo goed klikt heb ik geleid was die Tim Sherwood uh, alles, ja because, je, een ik was niet de enige ik heb al met meer mensen zo wat dingen schat maar uh, Tim Sherwood nam me over van uh, Villas Boas. Boas toen ik geblesseerd was. Ik had een um, enkelblessure waarschijnlijk. En <laughs> um, um, hij nam me over en hij, ik had een heel goede band met hem, want de hoofdjeugdopleiding wij spraken heel veel. En, uh, en hij was echt aan het wachten op mij: van Jan, kom terug als je topfit zit. Hij heeft me ook uh, de eerste keer ooit aanvoerder gemaakt, Newcastle uit. Dus. Maar toen, uh, toen is er iets gebeurd in, in Chelsea. Wij speelden op Chelsea super. Chelsea, het grote Chelsea uh, toen. En wij uh, waren niet goed op dat moment, we speelden super verdedigend. En uh, was, ik moest linksbak spelen terwijl ik speelde daar niet graag. En uh, ik liet dat toen ook wel heel erg merken. Dingen waar ik me nu aan irriteer bij jonge jongens had ik toen ook heel erg terwijl ik niet <laughs> meer zo jong was. En um, wij speelden bij Chelsea 0-0, ik speelde wel een goede match, denk ik. En dan in, het, in een 60 minuut wil ik een bal terugspelen op de keeper. En ik glijd en die wordt onderschept en 0-1 of 1-0 Chelsea. En um, die combinatie van niet willen spelen op Linksbak en dan ook die fout maken, dat hem misschien ook ergens uh, de kop heeft gekost. Ja, dat wat, uh, en toen uh, heeft hij mij ook, uh, volgens mij in latere wedstrijden, dat wat, ging hij voor TV werken, heeft hij mij ook een paar keer echt uh, zomaar, had ik het gevoel, aangepakt. Ja, dat, uh, maar. Stuur je hem dan? Nee, 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 maar. Um, maar het okay. is niet zo dat jij, want dat is ook een ding. dat er bepaalde spelers wel gezegd hadden: hij moet eruit. Hij ja, zal is... er sowieso wel uh, uh, uitgaan. Orlando en Kapoei heb ik ook geleden. Ja, we hebben nooit zo, echt waar, nooit zo'n gesprek ja. gehad. Maar ik denk, het liep toen ook niet na Villa's Boas. Hij heeft de kans gekregen. En ik denk dat toen uh, duidelijk was voor Daniel uh, Levy om, uh, om gewoon door te schakelen. Ja. Wat ja, want Pochettino dat gedaan heeft, is wel heel uitzonderlijk. Hè? Op dat niveau heeft er vijf, zes jaar gezeten. Ja. Uh, bij één ploeg. Uh, zonder die hoofdprijs zonder te binnen, binnen te halen eigenlijk. Dus mm -hmm. dat is toch tegen teken dat... dat ja, er, moet, er moet toch iets zijn met die man dat, dat enorm gewaardeert. Wat hij gestuurt. goed heeft gedaan, uh, is dat hij gewoon heel de goede problemen heeft herkend die binnen de kleedkamer een mentaliteit heersten. Dus volgens mij het eerste dat hij er was, hebben we nul keer tactisch getraind. Hè? Echt waar. Dat was... De groep was er niet naar, had het gevoel om. De, de spelers die op de bank zaten, waren te sterk. Um, vocaal ook en in de club, om daarmee te dealen of zo. Dus wij trainen eigenlijk heel weinig tactisch. En de, de zomer daarna heeft hij al die jongens eruit ge, uh, gegooid. En, uh, en dan is hij beginnen bouwen. En dan uh, heeft hij, hij had geluk natuurlijk dat Kane doorbrak uit de jeugd. Hij had direct een spits, want de vorige spits rendeerde niet. Um, en uh, ja, hij heeft gewoon die, die samenstelling gevonden. Uh, wat ik zei, we waren fysiek supergoed. En die combinatie van de juiste jongens op het veld, die fysiek ja, heel erg goed waren, heeft, uh, heeft ons die successen, zo gezegd, of het goede spel dan, uh, dan gebracht. En ja, dat was een periode dat we ons echt onoverwinnelijk voelde. Ja. Hoe is Harry Kane eigenlijk als mens? Want voor de superster die hij is, ja, lijkt hij altijd als een van de, van de supersterren. Die ik zie of die ik ken, is hij wel de gast die ik doorheen de jaren het, het meest normaal heb zien blijven of zo. In die zin van, ik denk dat het enorm moeilijk is om voor jongens die top 20 voetballers zijn in de wereld, om hetzelfde: dat kan eigenlijk niet. De, dit is de status die daarbij komt kijken, de mensen die je om je heen krijgt, de, Engelsman uh, in de ...het League, geld. Ja. Nog extra en dan denk ik, als ik dan naar Harry kijk, denk ik van zoveel respect voor die gast. Um, Spits, uithangbord, legende, de aanvoerder van de nationale ploeg en dan bij Tottenham in al die moeilijke jaren nooit één keer met zijn armen gezwaaid van wat, verdediging, wat doen jullie, of geef mij die bal hier. Altijd druk blijven zetten. Uh, tuurlijk enig jaar is een transfer proberen forceren naar City, denk ik, voor ja. dat, uh, vorig jaar of twee jaar geleden. Maar Ongelooflijke kerel. Uh, hard op de goede plek. Uh, een fantastische gast die het geluk van de wereld gunt. En je zag dat ook wel aan de supporters van dat ze hem die transfer uiteindelijk gunden. Liever buiten de Premier League natuurlijk. Maar uh, ja, fantastische kerel. Was dat iemand die veel zijn mond had bedekt in groepsgesprekken? Nee, of? nee. Want die status. Maar door zijn status motto. luistert je naar hem. Ja. En een slimme gast met hart op de goede plek. Dus als hij iets zei. Uh, respecteerde dat. En uh, ja, echt een uh, ja, goede kapitein in die zin van het goede voorbeeld te geven. Ja. dat niveau van afwerken dat hij heeft, dat is toch dat echt heb ik nog nooit gezien. niet normaal. Nee. nee, volgens mij zij netjes, daar rangen je netten niet meer. Allee, wij zo'n spreken dat als links-rechts. Ja. Dat ik probeerde wel eens uit te leggen hier ook, maar dat, uh, het niveau dat hij dagelijks haalde met jongens als, uh, als Son en Christian Eriks op training, dat was je kon, dat is open mond en, en, uh, en genieten. Links, rechts. Gewoon elke dag opnieuw die oefening herhalen. En, uh, hij was er al hè, toen, uh, toen ik kwam in 2012, toen kwam hij terug van een jeugdtoernooi. Ik kende hem natuurlijk niet, hij was 17, 18, hij oh, ja, was wel oké okay, speets, maar weet je ze van, ja, wat had hij bij jou? En, uh, die ja. zat nooit in de selectie en dan is hij verhuurd geweest aan Norwich, Leicester en niks gedaan, maar gewoon door toewijding en, uh, en uh, dedication. Uh, waarom Boel hmm. ook al heeft gewoon die, die ongelooflijke drive om, om beter te worden, dat, dat heeft hij gemaakt tot wat hij nu is. Dat is zo trainbaar eigenlijk in combinatie met zijn talent. Ja, train, ja, echt ja trainbaar. Het moet wel, want de stappen die ik hem heb zien maken door gewoon. Elke dag opnieuw die oefeningen te doen zond hetzelfde. Dat is, uh, ja. dat is echt. Om daar naar te kijken, dat is echt geweldig. Maar dat is gewoon toch talent dat je moet bezitten. Ja, ja dan... De combinatie, zeg, ja. om het wel te kunnen ontwikkelen. En de drive om het, uh, om het te doen. En die, die cultuur, die cultuur heeft, heeft Pochettino daar echt gecreëerd. En ja. dat was het belangrijkste wat hij daar heeft gedaan, denk ik. Zon ja. lijkt mij ook wel een atypische ster. Terwijl hij ook wel echt in de wereld is. Hij is een, ook een, is natuurlijk, hij is nee. een gigantische uh, ster, maar ook. Uh, ja, eigenlijk ook, uh, zo iemand, inderdaad, uh, die gewoon een hele normale jongen is. En uh, in, in, in ja, zover het mogelijk is. Ik denk, als je hem misschien in, uh, in, in, in Azië ziet, dat dat wel nog moeilijker is voor hem. Maar. Uh, ja, hij is een superster ja, ja, voor ja, een ja. continent. Ja. Dat is echt, denk ik. En dat moet maar heel bereikbaar maar voor ook. ons. Um, altijd mee met teamen, Eigenlijk een heel gezellige jongen ook. Um, niet het type aanvoerder per se wat je nu zou verwachten. Maar um, iemand die er ook altijd een winnaar en die er altijd staat. En, um, ja, fantastische gast. Iemand die je ook heel graag ziet voetballen als uh, kijker. Uh, die ja, geeft geweldig. alles. Ja, die heeft zoveel energie in gezien. dat spel. Dat bedoel man. ik met die intensiteit die hij ja. ook op de mat legt. Dat, ja, dat, dat past perfect zin. in de Premier League. Ja. Ja. Speelde je eigenlijk liever op, in het oude stadion of in het nieuwe stadion? Of allebei zijn. Schart, wat ik waarschijnlijk. In het oude stadion voelde, heb ik nooit een nieuwe stadion gevoeld. De, misschien dat, die, dat dat er nu wel is, hè, want uh, ik heb er niet superveel gespeeld, maar op, op White Arlene voelden we ons echt overwinnelijk. Toen gingen we naar Wembley in die tussenperiode. En dat duurde ook, maar uiteindelijk hadden we dat daar ook wel gecreëerd. Dat heeft gewoon tijd nodig. En wat we op een gegeven moment voelde Wembley ook als ons stadion en uh, ja in het begin natuurlijk eerst de eerste vijf zes zeven matchen dat je daar hebt in zo'n nieuw stadion zal de supporters zijn nog zoekende en uh, uh, ik merkte dat ook wel maar ja yeah. het is wel indrukwekkend hè? het is een geweldig het, het mooiste stadion wat er is maar ja weet ik niet maar het zal ja, even, oh, ja, even in de buurt zijn het is echt ja. een, een geweldig voetbalstadion en de, je hebt toch andere mooie stadions maar uh, ja hoe ik daar uh, White Lane, dat was echt uh, dat voelde als als thuis op dat moment en, en onze uh, ons fort zo gezegd ik ja. heb hm. de, de match tegen Ajax de heenmatch hm. gaan zien in het nieuw stadion hm. oh, ja fenomenaal ja. dat is met die gigantische tribunes ook zo nu, maar alles allee, het, is he, het is helemaal het is ja. niet ja. dat je één ding kunt, kunt aanduiden nee, waarom nee, het nee, zo speciaal nee, nee. is het is zo nieuw en natuurlijk ingezet echt op die uh, Zelfs met het geluid komt van de juiste hoeken, weet ik veel dat er allemaal uh, juiste materialen gebruikt om zoveel mogelijk decibels te creëren. En ik um, ben nog niet terug geweest sinds ik, uh, sinds ik weg ben, maar ik zou nog, uh, nog wel eens terug willen, want het is weer tof om naar om te gaan. En, um... ja, die wedstrijd waar ik het over heb, je ja. hebt geweldige botsing ja. met, uh, met Toby en Onana. Ja. Is daar juist gehandeld als je nu achteraf er terug naar kijkt? We hadden, een beeld, we hadden ja. een beeld gezien, dat is ook zo stom, in de, in de, in de, in de analyse naar die wedstrijd, waar de Onana uitkomt en zo'n bal miste. En die bal komt, en ik heb dat beeld in mijn hoofd, en ik, denk dat ik, ik, zal, ik ben niet iemand die met zijn kop overal voorgooit, maar ik dacht van die gast, die durft wel. Een keer is missen Ja, en ik dacht van, ik, ik ga ervoor, en inderdaad, ik heb die botsing met, met hem en. Um, en, en Toby dan, maar meer met, met hem had ik het gevoel. En um, ja, een bloedneus en, en alles erop en eraan. Maar ik voelde, voelde me die tijd voor die wedstrijd ook al niet, uh, niet heel honderd of zo. Ja, dat klinkt vaag om dat nu te zeggen, maar um, er is heel veel gebeurd in die, in die tijd. En uh, ik denk dat het een combinatie was van die enorme klap toen en mij niet goed voelen. Um, want al die testjes zijn gebeurd, welke, welke dag is het, tegen wie spelen, wat is de score. Dat zijn er van vijf, zes vragen die je moet beantwoorden, dat ging allemaal vlot. Maar test je Alleen, daarmee alles? Alleen test je daarmee genoeg? Ge, geen idee. En dan, Denk ik niet. Ik had, ik had echt het gevoel dat ik zo wankel op mijn benen stond. En um, echt mijn benen waren aan het trillen. En, um, We spreken over halve finale de Champions League. Ja. De, je kunt dat niet met wankelende benen spelen. Nee, nee, nee. Uh, en ik, maar ja, ik zeg het, ik voelde me al niet helemaal uh, super. En dan had uh, ik ja, besluit genomen om, om, er, om, om eraf te gaan. En dan uh, ging ik uh, met een kamertje gezeten. En dan voelde ik van. Uh, er is uh, toch uh, iets. Ja, het is toch, toch iets niet, aan de hand. Maar ik, ik kon dat niet goed, niet ja. goed uh, duiden op dat moment door wat dat precies kwam. natuurlijk had die botsing, maar ja, uh, yeah, dat, uh, dat was een hele rare periode. Mm. Maar ik heb. Je leest het, negen maanden nog last van dat nadien. Kop en... Ja, en, en ik heb bij uh, alle specialisten gezien, want ik had, dat was een, een periode dat ik gewoon, ik kon niet in restaurants, ik ben, ben acht maanden niet uit eten geweest, ik ben één keer geprobeerd en ik moest na tien minuten weg, ik kon geen geluid aan. Door de, de drukte. Ik kon geen, uh, de, de drukte niet verdragen, ik viel overal in slaap, ik slaap nooit onderweg. Uh, ik viel overal, ik ben in een restaurant, uh, is, in, is in slaap gevallen ook gewoon. maar Dat is creepy. Uh, uh, ik voelde mij uh, echt, uh, heel, heel, echt, uh, echt heel slecht in, in, in die periode. En inderdaad, dat was het bij mij. Op dat moment was dat ah ja, daar komt door die botsing. Weet je, en uh, dat mm. komt wel weer goed. Maar uh, al die testen gedaan, uh, zoveel specialisten gezien, nee, dat was geen hersenschudding. Nee, dat was geen hersenschudding. Ja, maar wat was het dan? is het, Scheelt er meer en dan ook, uh, ook blijven, blijven spreken dan, daarover. En, en nu hoe ik daar nu op terugkijk, uh, denk ik dat dat gewoon toch zo echt mentaal slash depressie. Psychologisch, uh, psychologisch ja, ja. probleem geweest is. Want ik kan me herinneren wat ik zeg voor die match, in die weken daarvoor voelde ik mij ook al niet. Uh, niet goed, namelijk ook al beslissingen die je anders nooit zou nemen op het veld of zo. Maar ik zeg het, dat is pas later tot besef gekomen. Ik heb altijd gedacht: dat zijn een nauwe van een hersenschudding. In die zomer contact blijven houden, dus ook de Champions League finale ook gespeeld op overleven. Ik was alleen maar aan het aftellen naar de 90 minuut. Ik was niet aan het denken eigenlijk. Niet aan het genieten ook? Totaal niet. Ik was geen Ik ben in slaap gevallen op de bus. Van uh, nou, terug naar het hotel. Gewoon, gewoon oh, ik viel overal te pas en te onpas uh, in slaap. Ja, ik slaap ja, dat op zie de bus, trainen, dat, ja, je dat lichaam trainen. helemaal op. was ja, van jaren omdat, omdat de testen zeiden dat ik, ja. de dokters zeiden dat ik uh, uh, CT's kans laten maken van mijn hoofd en alles was, was goed, gelukkig maar. maar dus, er was gewoon meer. En ik ben nu nog altijd, dat ik, dat ik, geen, dat ik niet weet niet wat het uh, wat precies is. Ik zou het heel graag weten en. Uh, en Krass. dan in die zomer contact blijven houden met de club. Uh, ja, ik, ik zei, ja, ga je lopen of je niet doen? Ik zei, ik kan niet. Het lukt mij gewoon niet om te, om te lopen, weet je, En dan, uh, ik vond dat ik daarin... één een dokter heeft me er heel erg in geholpen. Maar uh, dat ik daar wel een beetje aan mijn lot werd uh, overgehouden. Omdat, ja, ik, ja, je hebt geen blessure. Ze dus, dus zien niks tastbaar. Dus hou je op, weet jij. Men-up, ja, uh, ja, ja. uh, uh, dat was een beetje de mentaliteit toen. Je ziet ook dat ik in dat jaar... Heel slecht speel. Gewoon, als ik nu de match ga kijken, er zijn fases. Ik moet eens kijken naar een match Norwich uit en ook Chelsea uit, waar ik. ik ken die match nog perfect, waar ik me zo slecht in voelde. Dat ik gewoon ballen naast ballen kop en zo. En uh, er is een fase waar Norwich in scoort, die goal wordt afgekeurd, weet ik nog. Dat ik niet eens. Dat ik voorbij een bal loop of zoiets. Dat is echt raar. En dan, uh, dan scoren ze in de, Russel, in de rust. Dat was met Mourinho dat hij zo. En hij zei ze van: hij keek ze naar mij van. Hij bedoelde dan niet zeg maar van: I don't know what's wrong with this guy, but stay inside. Zo weet jij van. Maar ik was blij dat ik gewisseld werd, maar mijn contract liep af. Hm. Moest ik hier zeggen dat ik mentale problemen had? Wat heeft dat betekend dat voor, uh, voor eventuele andere clubs? Maar ik ben niet geblesseerd. Weet je, ik was heel erg uh, aan het zoeken. En uh, ja. Echt heel raar. En, uh, maar was je er zelf van overtuigd op dat moment dat je mentale problemen had? Dat had je dat uh, al achterhaalt? Toen nog niet. Maar ja. dat is misschien iets wat je achteraf ook pas door hebt. Toen, ja, dat was nog altijd. Nee, hersenschudding. Ik heb wel een hersenschudding gehad, dat kan niet anders. Want dat was zo in die periode en met die klap verbonden. En eigenlijk, door mijn, mijn, ik heb mijn, 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 mijn psycholoog gesproken uh, in, in een tijd. En uh, ja, die me er ook zo wel van bewust hebben proberen maken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien is er toch meer aan de hand dan een klap op mijn hoofd. Want ik heb goed gerust uiteindelijk daarna. En, en wat en, was dan de mentale probleem? Het, 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 het zo lang onder zoveel druk zitten? Ja, uit. ik denk. Niet meer ja, ik denk, dingen uh, missen misschien van Ja, privé. ik weet niet wat druk of zo. Ik uh, kan nog altijd niet, uh, niet heel goed duiden. Ik vind dat ook. Ja, ik zal weten wat dat, wat dat geweest is. Maar ik ben nog altijd wel wat bang voor dat dat, 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 dat terugkomt. Hè? Dat, dat, zo, dat er bij bepaalde tegenslagen of zo wel. Uh, dat ik weer in, in zo'n uh, zo moment kan komen. Dus ik ben in mijn leven nu heel erg bezig met dingen te doen die ik graag doe. En niet. Uh, ik merk dat als ik dingen ik heb, gelukkig de luxe dat ik dat, dat ik kan doen wat ik graag doe, ook buiten het veld. Maar um, ik merk gewoon als ik, als ik bepaalde dingen bedoel of tegenslagen heb, dat ik daar heel snel heel down van kan worden. Okay. En um, ik heb het gevoel dat dat daar in die periode gebeurd uh, is en, en dat dat nog wel een tijdje doorgesukkeld heeft bij, bij Benfica. En dan is die periode van corona eigenlijk, waar ik twee maanden thuis zat, eigenlijk... Redding is een groot woord, maar daar ook heel veel blijven spreken en dat daar wat, 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 wat gekanteld is. Ja. Ja, nu totaal, geen... al, al twee jaar voel ik mij echt supergoed en, en geen last meer van, maar ik ben er nog altijd wel heel waakzaam voor. Ja. ja, maar je hebt ook al veel meegemaakt in je leven. Is dat dan niet logisch dat dat soms eens tot uiting komt? Ja. Op een moment dat je ja. dat niet wil of niet verwacht, maar dat ja, kan. Ja, misschien. Misschien is, dat, misschien is het wel zoiets. als inderdaad ook wat ik dan met die die Man over spreken uh, nog altijd, maar uh, ik vind dat het, is, het is makkelijker om te zeggen: van uh, je hebt je been gebroken, herstel zes maanden en, uh, en het is klaar. Ah, uh, je denkt, ik, ik heb nooit mijn been gebroken, gelukkig, ah. maar um, dat, uh, dat blijft nee, wel denk... iets heel raars en um, ik ja, denk dus dat je niet mocht onderschatten hoe als je op dat niveau speelt, zoveel jaren dat je mentaal wel vaak in het rood gaat, ja. maar dat je zo hard gepusht wordt om ja. verder te gaan. Maar ik was je ook altijd iemand die zegt van als iemand down was, uh, je hebt toch uh, geld, je hebt toch een leuke vrouw, ja, ja. je hebt toch toffe kinderen. Ik zal dat nooit meer, nooit meer zeggen. Mensen die, uh, die met depressies thuis zitten, of down zijn, of, of een moeilijke periode hebben in het leven, daar uh, ja, heb ik nu extra aandacht voor. En, uh, ja, het, is, het is heel vaag en je uh, uh, hebt nog altijd mensen die dat veroordelen, wat ik ook snap. Ik heb ook een geweldig leven uiteindelijk, maar er, er is iets geweest dat, dat, dat echt niet, niet, niet klopte en niet goed was. En waar ik gezegd negen maanden, maar voor mijn gevoel was het echt anderhalf jaar, uh, uh, toch echt mee gesukkeld heb. Nee, en dat je dan echt niet genoot van voetballen ook niet? Nee, zelfs van mijn kinderen niet. Uh, okay. Ja, mijn vrouw weet dat natuurlijk het beste van allemaal. Die, uh, ik heb er nooit echt heel uitgebreid over gesproken, maar ik was gewoon echt anders. Um, ik was sla qua slaappatronen, qua humeur. Als ik, jullie zullen dat niet herkennen, maar als ik foto's van mezelf zie in een tijd, ik, ik zie direct uh, dat er dingen mis zijn, dat mijn ogen anders staan. En, uh, je zeker, je ja, ik herken het zeker. Ja, heel down, heel down gewoon. Ik was ja. heel veel down. En uh, mijn familie weet dat ook niet echt. Eigenlijk, zeg ik corona, ik was gewoon heel veel thuis. Ik, weet, ik was ook zelf zoekende. Dus wat, wat moet ik zeggen thuis? Ik voel me niet goed. Ja, ja het komt wel goed. Ja, We moeten zeggen. Dat is dan, ja, eigenlijk uh... moet je dat zeggen. Ja, maar ik, 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 wist, ik dacht toen ook nog altijd: dat heeft met die hersenschudding, of ja, eventueel ja, ja. hersenschudding te maken. Ik was zelf ook uh, zoekende. enige, uh, ja, de, de dokter van, uh, van Tottenham toen. En, uh, en, uh, en, en Sophie dan, die, uh, die echt wisten wat er aan de hand was. En uh, ik ben in die tijd. Ook echt wel mensen tegenkomen. Uh, een goede vriend van mij die, uh, waarvan ik merkte dat hij hetzelfde soort uh, gedrag vertoonde. En toen in gesprek met hem ging, en dat hij ook hetzelfde meemaakte en dat hij ook blij was dat hij dat eens met mij kon delen, dat wij hetzelfde voelden en zo. Omdat je ja, het was moeilijk om er met mensen over te spreken die dat nooit hebben meegemaakt. En. Uh, ja, ik zeg, ik ben blij dat ik, ik me nu veel beter voel en uh, dat ik op een plek zit waar ik graag woon en, en waar ik hey, goed in thuis, in thuis situatie, want het kan, kan snel omslaan. Bij mij dan, hey, dat, dat geldt niet voor iedereen en uh, gelukkig maar. Uh, nee, maar ik vind het wel herkenbaar. En, en je gaat nu dan ook nog altijd allez, om de zoveel tijd naar een uh, psycholoog. Ja, dat, dat was uh, op aanraden van een dokter, een dokter van Tottenham, heeft hij mijn contact gebracht met een sportpsycholoog, waar ik toen heel veel mee heb gesproken, ook nog in Portugal, uh, via online dan. En uh, nu de laatste keer, twee maanden geleden of zo, af en toe nu en uh, als ik het gevoel heb oh, Ik denk dat de het is de prio te aan, kennen, Ja, en tijd. nu, die, die stelt ander soort vragen en ik denk veel meer na over, over mijzelf en over het leven ja. en, en wat ik doe en keuzes die ik maak en uh, ook over na de carrière en zo en um, daar ja, dat is wel fijn om met zo iemand te, te kunnen spreken. En ik heb, dat is raar, ik heb hem dat tegen hem eens gezegd: Ik heb altijd het gevoel dat ik dat thuis, of met vrienden, dat ik mensen daarmee. Ik wil de mensen niet meer irriteren, ja, niet meer ik. lastigvallen. En bij hem, ik zeg ik ben blij. Ah, ik, dat, zijn werk. Ik zeg, ja, dat is Ik heb eens gezegd: ah, Ik ben blij, ik betaal je omdat om, 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 ik een uur lang over mezelf kan spreken. Want ik, ik, uh, ik spreek er eigenlijk nooit over. Uh, thuis ook niet. Mijn vrouw zal ook zeggen: wat zit jij daar allemaal te vertellen daar uh, nu? Maar uh, thuis al uur, kun je er nooit over. Ja, maar je hebt ook gezien met drie kinderen, dus ja, dat moet ik, ook center. Ja, ik heb altijd het gevoel dat mensen dan ook zeggen: van, ah, wat moeten ze zeggen? Ja, komt wel goed en uh, ik ben er voor u, het is ook zo. Maar ik kan ja. daar een uur lang gewoon spitten over hoe slecht ik uh, nu niet meer hè, Maar uh, ja, het is wel fijn om mij zo met te kunnen spreken, vind ik. Ja. Dat snap ik. Ja, ik heb ja. dat ook uh, mijn momenten al gehad. Ik ja. ook. In leven, je gaat, er gebeurt zoveel in je leven. En op dat moment sta je er soms niet bij stil. En pas achteraf besef je: wow, ik moet dat eigenlijk nog allemaal verwerken. Wat er allemaal gebeurt. Voilà. Is. Het gaat ja. zo snel, je zit ja. zo lang in het rood soms, dat je het niet door hebt. Elk eigenlijk in het rood. Ja, zeker uw leven, ja, ja. ik kan daar niet meer vergelijken, maar de prestatie, is prestatiedruk in het topvoetbal is extreem. En dat is heel snel, elke week. Ja, maar ja, dat elke ik, keer ik, ik de, de volgende Ik het eigenlijk match. wel vergelijken, want ja, ik ken natuurlijk unie uh, niet goed, maar ja, iedereen heeft zijn probleem op zijn niveau. En dat kan, kan financiële druk zijn, of, of ziekte thuis, of uh, niet goed voelen op het werk. Dat is, dan is mijn leven echt niet anders dan, dan dat van u. Jij voelt ook een bepaalde druk om je uh, om gezin te onderhouden. Het uh, maakt niet uit, weet je. Dus iedereen op elk niveau kan die problemen hebben. Juist misschien eerder. Uh, 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 jullie wil ik niet, ik niet veralgemenen, maar dan, dan ik. Terwijl ik heb eigenlijk voor iedereen alles wat mijn hartje begeert. Maar dat kan op elk niveau uh, gebeuren. Dus dat is niet uh, dat er bij een eerder. Uh, Minder snel gebeurt dan, dan bij een andere. Ik heb ook wel zo mijn hartje begeerd. Dat Vindes. is mooi, koesteren. Ja, absoluut. Hij heeft dat zijn is... eigen voetbalclub. Ja, Toch. dat is nu misschien... <laughs> Dat zorgt ook voor druk, denk ik. Zorg voor grijze haren. Bro. Nee, maar het is wel <laughs> belangrijk om daar af en toe bij, uh, bij staan, zeker zo. jullie leven waarschijnlijk ook aan, uh, 100 per uur, om af en toe eens te zeggen: van, wauw, ik ben, Toffe vrouw, uh, goede job, uh, en, om, en om niet altijd te blijven chasen eigenlijk naar, uh, naar het volgende, maar af en toe echt iets te zeggen. Ik heb laatst nog eens in de interview gezegd: van ik kan echt zeggen dat ik echt gelukkig ben. En mijn vrouw is iemand die ook altijd heel druk is, en, en, en met allemaal dingen bezig is. En uh, ik heb wel heel vaak dat gesprek met dat ik tegen haar zeg van je, besef, jij bent echt gelukkig, hè, want je hebt gezonde kinderen. En, uh, dus zeg dat af en toe tegen jezelf. Voordat je altijd naar het volgende gaat, want uh, dan kan een tegenslag komen, dan, dan, dan hmm. krijg je terug op een tijd waar het wel allemaal goed was. En, uh, we hebben altijd, altijd we hebben altijd iets om over te klagen. Het weer. Ik over uh, ah, mijn stap naar Ander legt of mijn kinderen uh, op school, of dit of dat, maar uiteindelijk uh, het valt dat allemaal mee. Hmm. Sorry. Nee, nee. Ja. Ik vind het uh, mooi. Sta je zelf genoeg stil? Heb je zelf genoeg genoten van wat je alles verwezenlijk hebt? Nu meer. Hebt? En nu komt dat misschien wel meer, omdat dat dichter bij het einde van de carrière komt, Maar door, door dat proces, de afgelopen jaren waar ik uh, door ben gegaan, meer. Uh, misschien nog altijd niet genoeg. En dan komt dat komt, uh, pas later, als je gestopt zit met voetballen. Maar ik probeer wel echt te genieten van elk moment uh, op het veld. Uh, bij de nationaal ploeg, uh, met mijn kinderen, als die eens mee op het veld kunnen gaan. Of dat mijn uh, familie in het stadion zit. Het kan het laatste seizoen zijn, het laatste match bij wijze van spreken. En uh, ik probeer dat zeker wel, uh, wel meer te doen. Ja. Je gaat het record international. Ik bedoel, dat is toch mm. het hoogst haalbare, lijkt me. Als dat, is man van heel, van VK, dat is wel iets waar ik heel trots op ben. Al die, uh, die momenten dat ik met blessures heb gespeeld ja, of, uh, ja. of toch heb uh, doorgezet. Dat is voor mij, voor mij is dat echt een prijs, eigenlijk. Dat is geen ja, prijs, ja. maar dat is gewoon iets. Uh, Waar ik echt heel trots op ben. Het is toch wel een legacy. Ja, ja ik ook. Ja, de, ja. de hoogste legacy. Denk ik wel, ja. ja Alleen Ro misschien ook, maar zo hmm. topschutter is misschien... Dat is zo Hij kan er wel bij worden natuurlijk. <laughs> dus, uh, Jij ja, speelt uh, ook nog, hè? Voorlopig. 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 <laughs> kan ik ga een kutvraag stellen. Yes. Ja. Uh, je verliest de Champions league na tegen Liverpool. Ja. Welke match zou je het liefst opnieuw willen spelen? Ja. Die match of tegen Frankrijk in de halve finale? Ik moet eigenlijk zeggen, die tegen Liverpool. Maar omdat je, voor Frankrijk moet er nog twee matchen, dat wil ik niet zeggen dat je de finale wint van nee, uh, Kroatië, Kroatië, natuurlijk. Ja, uh, ja maar je, ik win liever één WK dan drie Champions League. Snap je? Dus het is zo... De 50-50 de... kans dat je kon winnen van Kroatië, of de 100% voilà. kans dat je de Champions League Dan verkies ik de Champions League. Ja denk ik. Dan zijn ze ja, zeker. Of, dat nee, je dat ook hebt... zonder vraag is. Ah nee, want je weet... Nee nee. Het nou... is opnieuw spelen. Dus... Ja, nee nee. Ja voilà, dat moet je. Ah. Het nee, dus nee, 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 nog niet zeker dat Je, kunt je ah, Ja. Gelijk, oei, ja wacht Doe soms. dat maar. Doe dat eigenlijk maar twee keer. Liverpool was wel erg sterk. <laughs> <Ja>. <laughs> of bij Moussa, want dat altijd pijn in het hart. Tot hem heeft mijn, mijn oog de beste middenvelder. Op dat moment in de Premier League besloot om te verkopen aan China. Ja, sorry, dat is nog altijd iets <laughs> dat ik denk van. Zonde. Hoe, hoe kun je zoiets doen? Moussa, einde contract, wou ook zelf graag weg. Hè, een stap maken. Maar nu je ziet hoe moeilijk hij doet, met elke speler uh, uh, die wilt mm -hmm. vertrekken. Zwaar. En dan laat je de, de beste middenvelder, dat is gewoon zo. Daar mocht je aan de jongens, die twee, die uh, Sissoko Wings ook vragen, die speelde op dat moment een middenveld. Die is tegenstanders van Liverpool, tegen ja, wie ze willen spelen. Ja. Ze zijn echt niet in weet je. En. Um, als hij, ja, als, 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 misschien inderdaad 70% hadden we ook misschien niet gewonnen, maar pfff, met hebt heb je toch wel meer kans, denk ik. Dat, uh, dus met Moesa, dan Dat is gewoon, ja, en je ja. hebt daar wel een punt. Dat wordt soms vergeten, want ja, die finale, dat is voor mij... Ja, in januari weet je ook niet ja. dat je de finale maar gaat ja, halen. Dat, Zeker in dat, dat seizoen. Maar het gaat er meer om van... Maar Is, 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 dat is het geld vlakken? dat waard ja, ja. Om, om, om zo iemand dan... Ik, ja, maar ik, zou, voor hem... ik zou liever vijf mannen met moes ja. hebben en dan die 3 miljoen. wat zijn dat? ook China? Weg. Toch? Ja, waar ook weg Maar hij, kon, hij, heeft, hij heeft ook niet uh, zijn kont in de krip gegooid. Van ik moet hier weg gaan, ja, anders ga ik niet spelen. Nee, ik wil liefst weg, maar anders blijft hij ook. Weet je, en dan is die transfer vrij. Ja. Hm. Um, ik weet dat wat moet ik nu kiezen. Um, Want Frankrijk is me met Den Belen. Ja, jammer genoeg. Ik denk niet dat we meer match. kans hebben om de match tegen Frankrijk te winnen. Ik denk het eigenlijk ook. Ja. Maar, die low-cost penalty, als ik dat begrip tegenwoordig mag gebruiken, van de finale. Ja, als die niet valt, Oksel met alle respect, zo, maar om zo'n Champions League finale te moeten beslissen, eigenlijk, vind ik toch ook niet kunnen. Mm. Dat blijft even zonde. Mm. Dat is eigenlijk nooit een match geweest. Mm. Dus ik denk dat je daar wel kunt nee, op om die was te winnen. Zo sterk verdedigend. We hebben, hebben die goal niet gezien. Ja, maar ja, je kon tot penalties gaan 0-0. Ja, het was uiteindelijk 2-0. Ja. Uh, ja. uh, het seizoen na die Champions League finale is het heel moeilijk voor Pochettino. Ja. Waaraan lag dat? Was het op, lijkt het dat ze dan zeggen? of denk het. In uh, het was er niet veel veranderd, uh, maar um, ja, het was zo. Pff, het, was, maar het half jaar ervoor in de Champions League finale was ook al echt niet goed. We hadden ja. toen ook al. Team uitmaat op brein niet gewonnen of zo. En hoe we in die Champs League finale zijn geraakt. Ik weet nog, nog, altijd, niet. Ajax. Ik weet nog altijd niet hoe dat we daar uh, dat hebben overleefd. Maar uh, dat was al sinds januari eigenlijk aan de gang, dat we echt heel moeilijk onze wedstrijden wonnen en, uh, en ons beste spel niet meer speelden. Dat is wat ik er juist ook zei: van ons beste jaren lagen echt daarvoor. Uh, en daarna ja tijd uh, op, misschien wel, misschien ook wel van zijn kant dat gevoel dat er. Uh, dat hij minder dicht op de groep stond. Uh, maar hij kwam ook veel minder naar buiten. Het werkte, hij is dan in de laatste jaren eigenlijk zo wat meer in het Engelse, oude Engelse model beginnen werken ja. van uh, de assistenten Kijk, en nemen de, de training vanuit het ja, van, bureau. Ja. bureau. En, en ja. dat was heel weinig betrokken. En ik denk uh, dat, hij, dat hij heeft beginnen borrelen ergens en dat het een beetje op was. Ja. Hm. Wat dacht je toen Mourinho aankwam? Ja, krijg je dat dan nog op je dak zeggen, mij? Mourinho, hij lijkt me heftig. Ja, zeker ik, in de fase waar je dan net zo ja, invoelde, lijkt me Mourinho niet een ideale manager. Nee, ja, ik snap wat ik bedoel. Want Mourinho, die zag het echt wel, uh, wel in mij zitten, had ik het gevoel. Die, 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 ik, in de kleedkamer, nee, in de kledingkamer, in de kantine, hij zat daar, maar ik had hem niet gezien. En ik gaf van zo'n mensen een hand en hij, en hij was te hij, grote hey, Mourinho of. Uh, en ik voelde me al direct schuldig, Jeet, weet je, ik heb hem als laatste een hand gegeven, want ik ga nu tafel rond. En het kwam uiteindelijk pas bij hem, terwijl anders gaat de eerst naar hem, en uh, zeker de eerste keer dat je hem ontmoet. Maar ja, dus, uh, dat zijn joviale mensen, uh, zeker in het begin. En uh, ja, ja hey, uh, ik zat toen in die periode inderdaad met mijn hoofd en hij zei zo, ik kan mij er eens inderdaad, ah, van hij heeft heb migraines wel always. Uh, maar ik, pff, ja, ik wist toen ook niet wat dat was. was, Dat was al een half jaar verder ondertussen. Echt nog altijd diezelfde slaapproblemen en zo. En, uh, en ook op het veld. Maar ik kwam ook toen, hij kwam ook toen ik geblesseerd was. En uh, zei ook direct: als je als fitstijd speelt, gespeeld, gespeeld, gespeeld. Maar hij moest mij wel op de bank zetten, want ik speelde zo slecht. Dat kon niet anders. En uh, er is een moment tegen Stadempten. Uh, ik denk dat Southampton was dat hij mij ook wisselt. En uh, misschien wilde hij er zelf over beginnen, maar dat ik. Ja, is, dat, dat is dat je ja. gaat door Merrie en Benen. Ja, dus ik zit op de bank, maar iedereen denkt: ah ik ben boos dat ik gewisseld ben. Nee, uh, dat denk ik niet. Ik ah, voel het als ongeloof dat jij denkt: van wat, wat dit Ja, is. maar omdat mensen. Op dat moment is mijn verhaal ook helemaal niet, niet bekend of zo, weet je. Dus ik, ik ga van de kant en ik, en ik, ik moet zo dat hele een stuk van het veld rond. En, en, en ik, van daar tot aan de bank, ik dacht echt: van er, is gewoon, er moet iets gebeuren, weet je. Want ik. Ik, ik kan niet meer, weet je, van uh, elke beslissing die ik pakte. Uh, ja, als je dan nu later die matches zou bekijken, zou je het echt zien. Van, ah, ja, dat klopt niet gewoon. Want... Ik vind dat je het ziet in hoe je naar de bank loopt en in die bank. Oh zet. ja, oké, okay, maar ook, ook gewoon moedeloos. Ja, ook man. gewoon in die wedstrijden dat ik zei, Brighton uit, uh, Norwich uit, Chelsea uit. Er zijn zo'n uh, Southampton thuis. Er zijn wedstrijden dat ik er. Ik ben er, maar ik ben er echt niet. En nu zouden dat kunnen herkennen, denk ik. Als je dat terugkijkt. En, uh, maar ik, Mourinho ik, ziet dat toch? Die weet dat dan. Ziet, toch? Ja, maar ook, ook niet. Want die, die mensen. Het ging ook niet goed. Ze dus zijn ook zoveel bezig met de ploeg. En niet met, met ene gast die misschien kopijn heeft of zo. Snap je? Dus dat bedoel ik. Het is wel iets vaag nog altijd in die wereld. Van wat heeft, en uh, uiteindelijk. Ik zit op de bank. En ik heb toen. Um, ik heb toen binnen. Ben ik wel echt uh, gekraakt toen. Um, en uh, ook van. Wat is het nu? En. Uh, en er zijn dan wedstrijden ja, geweest. Erik Dyer, uh, een goede vriend van mij, een uh, heel aimable uh, gast ook. Uh, heel veel mee gesproken ook. En er was een match gewoon thuis dat ik op de bank zat. En vroeger zou ik altijd kijk, kwaad zijn geweest. En, uh, en ik speel niet of ik moet linksbak staan. En is, wij, wij waren op thuis tegen Chelsea. En ik zei tegen Erik: Ik ben, ben echt blij dat ik niet speel. Want het zou echt niet gaan, weet je. En uh, dat was eigenlijk mijn laatste. Dat was coronatijd hè. Dat hm. was mijn laatste jaar bij Tottenham en anders had ik ook, ik speelde, wij speelden Crystal Palace het laatste match van het seizoen en ik dacht van, ik heb niet eens afscheid kunnen nemen van de supporters, acht jaar uh, goede ja, tijden gehad, legend. maar ik was alleen maar aan het hopen dat Mourinho me niet zou roepen van de bank, want ik dacht echt van, zet mij er niet in. Het speelde toen met Sanchez oh. en Voigt. of, uh, of Erik Dier was ook af en toe centraal. Toby, uh, Toby was er natuurlijk nog, dus oh. Sanchez en Toby zal het geweest zijn. Ik was alleen maar aan het hopen. Nee, nee, nee. Echt niet. Echt niet. En dan is er zo'n match op Aston Villa waar Toby ook nog scoort. We winnen twee in laatste minuut. 93 minuut scoort Son na mistaste van Bjorn Engels, denk ik. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Ik herinner het me nog, ja. Bjorn Engels, zeg ik. Ja. ja. En uh, die scoort. En ik was aan het opwarmen. En hij zei, je komt er alleen in uh, als ze nog scoren. Um half uur opgewarmd. En Son scoort. En ik ik loop direct naar de bank, omdat ik ja, ik wist wat er ging gebeuren. En ik was alleen maar aan het open: nee, nee. Gooi die bal echt niet naar mijn kant. Waarom echt niet, echt niet goed, ja? En uh, ik heb er niet over durven spreken, denk ik ook, gewoon puur, omdat. De, um, Dacht, ja, de volgende club, als die, als die lezen ja. ook, die, die googelen ook met een naam, van ah, man, eh, iemand pakken die niet weet waar dat hij zit met zijn kop. Dat Wat moet het eigenlijk weer alleen maar erger zal gemaakt hebben. Sorry? Ook. Wat het eigenlijk ook alleen maar erger zal gemaakt hebben. Ja, ja, ja ik had misschien wel... Ja, en ik, plus dat ik zelf nog zoekende was en... Uh, ja. Maar Mourinho ja, maar is toch... Uh, veel spelers zeggen wel nog altijd, ja, dat is een warme people manager. Maar ik, maar manager, dus maar ik denk, wel als wel ik bij hem had aanklopt en je had gezegd, coach, ik heb, ik, ik heb hulp nodig. Weet je, het gaat echt niet goed dat hij... Die had alles aan de kant gegooid en gezegd: Jan, mijn psych, pak mijn psycholoog, pak twee weken vrij. 100%, ja. maar ik zeg het. Ik, ik wist wow, het ook nee. niet wat er met mij aan de hand was. Dus, uh, dus ik kon ook niet zeggen. Ik, heb, ik neem hem echt ook niets kwalijk. Hij is de coach geweest die, die zei: van, gespeeld, als gefit zijt. Nooit, uh, nou, nooit iets tegen hem gehad. En ook, hij ook niet tegen mij. Dus, uh, mm. dus overal hadden, hadden jullie wel een goede relatie. Ja. En hij ja, je zeker... ook een superprof hè, in een interview. Hij zegt ook: van, ja, je ja je super. Niet Heel goed, alleen ja, op dat moment, uh, als ik Mourinho was, uh, hij heeft mij nog veel laten spelen eigenlijk. <laughs> ja? Ja. ja. vind ik wel, af, omdat ik dacht van... Misschien dacht hij ook, als ik hem er nu te lang uitlaat, ben ik hem helemaal kwijt. Ja, dus dat ja, ja hij, heeft, hij heeft echt wel vertrouwen in mij gehad, dus uh, kan ik hem niet kwalijk nemen. Hoe was het dan om zo'n lang echt extreem gevolgd te worden door die, die Amazon-reeks? Je, raakt, je zult dat misschien ook wel zelf ondervinden. Je, je raakt eraan gewend als je gevolgd wordt of zo. Ja, omdat zoveel is ja. dat ze filmen. Ik zeg, dit was, de, spreken, dit was de microfoon. Die stond dan op tafel. Overal. Overal in je camera's. Maar je, je raakt er gewoon ja, aan gewend. en Op een gegeven moment begin je. Wij spreken ook over de trainer, trodden, terwijl die alle beelden kan zien. Snap je? Ja, je vergeet <laughs> gewoon alles. En, ja. hadden jullie inspraak? In wat mocht gebruikt worden en wanneer. Of ja, uh, wel. maar doorgaan. wij wisten ook, de club die gaat echt niet, uh, die gaat de spelers echt niet voor de bus gooien. Daniel Levy uh, die zal echt wel hebben gezegd: Ik heb het finale woord en alles moet een beetje. Uh, Mourinho was een godsgeschenk voor hem, want Pochettino ja. wilde niks hebben. Die zei: Je mocht alleen uh, daar filmen, daar, daar niet op training. En toen kwam Mourinho en. Uh, alles kon en mocht en dan heb je het figuur Mourinho natuurlijk en Want er uh, waren wel uh, intieme gesprekken te zien in die Ja met, met Danny, Danny Rose en Dalielli inderdaad. Ro dat is toch heftig als uh, ik Dalielli was, had ik misschien ook achteraf gezegd liever yeah. niet. Uh, en dat is toch gewoon gebruikt geweest. Uh, ja, maar je moet ook, je kunt niet alleen maar uh, yeah. de goals laten zien hè. Het uh, nee. succes dus, uh, je hebt dat ook nodig in zo'n documentaire. Was dat een moeilijke jongen Dalielli? Nee, dat is een hele, hele, fijne, hele fijne kerel. Alleen. Hetzelfde, je mocht er niet, niet over, kunt er niet over oordelen, de, de jeugd die hij heeft gehad, uh, ja, maar hij heeft wel. het vooral onlangs uh, zelf ja, gedaan, het dus, dus, anders zou ik kwam, het ja. niet zeggen, maar wat hij allemaal heeft meegemaakt met zijn ouders en, uh, en die adoptie en, uh, en, en drugs in, in, in het huis, dat ik kan wel zeggen van vriend, uh, doe de best is en, uh, en drinkt wel minder wijs dan spreken, maar uh, ja, die jongen komt van zo ver en uh, wat hij heeft meegemaakt, waar hij is gekomen. Ja, dat de clubs misschien ook eerder moeten, moeten herkennen. Uh, ja, dat gaat allemaal om, om vandaag en om presteren. En er is weinig tijd voor, uh, voor de lange termijn. Uh, zeker voor het mentale welzijn. Dus het is, het is geweldig dat zo'n groot figuur daarover heeft gesproken. In een groot interview met, met Gary Neville. Dat opent wel veel, uh, veel deuren voor andere jongens. Uh. Ik denk dat ook. Dat dat de enige oplossing is ook om het er wat uit te krijgen. Taboe en, uh, Want ik heb hem zelf even. nog gezien op, uh, deze zomer. Op de trouw van, uh, van Eric Dyer. En hij zag er... Uh, bij hem kun je ook echt zien in welke periode dat hij gewoon zijn ogen helemaal dicht zitten uh, en zich niet goed voelt. En ik zag hem en ik zag echt, ik weet niet, ik zag gezondheid en, en, en ik zag, hij zag er supergoed uit en uh, was wel geblesseerd, maar uh, je zag dat hij gewoon toch weer allemaal op de rails zat. Dus uh, dat was wel fijn om te zien. Ja. Okay. Uh, misschien nog even over de duivels. Kort misschien. Uh, <laughs> hoe was uw eerste kennismaking met de Desco? Heel goed. Um, ik was wel wat nerveus ervoor. Um, gelukkig had, had, had ik persoonlijk een, een degelijk WK gespeeld. In Qatar, natuurlijk als ploeg niet, maar op zich qua prestaties uh, persoonlijk viel het, uh, viel het mee. En um, ja, nieuwe coach ergens in februari. En um, met iedereen was in een gesprek aan, zeker met de ervaren, ervaren jongens. En um, ik denk dat hij een paar dagen voor mij met Tobi had gesproken. En dat was een goed gesprek geweest, denk ik, met Toby, waar dat hij uiteindelijk heeft gezegd: van, Een soort van uh, respect voor u en de, ja, de beste speelt. En uh, ik reken op u en uh, je moet het laten zien, want ik stel geen spelers op op basis van hun verleden. Gewoon een goed gesprek. En toen ik. Uh, mijn gesprek was in Tubize, in het uh, trainingscomplex van Nationaal Ploeg. Mm. En Frankie Verkouter zat er, zat er toen ook bij. Dus ik was echt wel wat nerveus van: Oké, okay, ja, ik kan hier voor hetzelfde geld, zegt hij van Jan. Toffe gast, het is maar mooi uh, geweest. Het, is, uh, het is mooi geweest en ik laat de eer aan u, maar dat was heel fijn en hij zei van Jan, hij uh, gaf me ook heel veel vertrouwen, hetzelfde eigenlijk van, uh, je moet het laten zien, is iemand beter dan u, speelt hij, Zeg jij beter dan die, speelt een ander en, en uh, ik kreeg er een heel fijn gevoel mee en uh, ik had sowieso niet het gevoel dat ik wou stoppen. En uh, ja, dat viel, eigenlijk viel alles op zijn, alles op zijn plek. Uh, wat als buitenstander opvalt aan hem, is hoe snel hij precies alles voor iedereen duidelijk gezet heeft. Hè? Ja, hij is wel iemand precies, van, hij, van, die van de communicatie. Wist. Dat is echt ja. wel. Uh, ik zag het nog niet veel uh, heb gezien. Hij voelt, hij voelt ook heel veel dingen aan. Hij, hij, hij speelt heel kort op de bal, hij laat niets lopen. Vanaf als hij iets ziet in de groep, in een training of zo, iedereen samen, mensen op hun plek zetten. Hij laat nooit uh, dingen borrelen in de groep en hij uh, heeft dat heel snel door. Uh, Want dat zijn dan groepsprocesdingen. Ja, als er iets bijvoorbeeld, als er veel gezaagd wordt, heeft dan uh, altijd ja. een scheidsrechter mee op training. Als hij dan wat te veel daarop gefocust wordt, op beslissingen van de scheidsrechter, op, uh, of op, 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 op elkaar zagen of. Uh, Revanche tackles ik zeg maar dingen. Hij dat dat laat niks lopen. En, uh, ik vind het heel fijn dat die, hij is heel direct in zijn communicatie, zowel met jongens die een debuut maken als met, uh, met de grotere uh, ervaren gasten, is hij uh, heel direct. En uh, dat is heel fijn in, in zijn communicatie. Ja, ja. Is dat dan het grote verschil met Martinez? Anders. Dat is, uh, dat is wel een, een, een verschil. Ja, uh, hij is toch ook een pak jonger, en dat voel ik ja, precies, maar hij is hij wel echt dynamisch. Hij is wel mijn, echt een sterk karakter. Hij krijgt um, echt geen confrontaties uh, uit de weg en, um, en, en is daar heel duidelijk in wat hij wil bereiken en wat er nodig voor is in een groep. En Martinez was weerder, wat denk ik qua wat, wat zalvend en wat nee, weet je, iedereen tevreden houdt en, en hij is meer van het um, van beslissingen nemen die in belang zijn van het, van het groepsproces. En, um, ja, dat is, uh, wel, uh, ik vind, vind het heel fijn om mee, om mee samen te werken. Dus hij heel duidelijk in zijn ja. tactiek en heel duidelijk uh, in de kleedkamer. Ja. Hm. Top. Ja, dus we gaan naar een EK waar dat je dan toch plots... Allee, plots niet, maar je wordt wel warm van de ploeg die er nu staat. Hm. Dus dan ben ik, ik vind het wel fijn om dan te horen van hem dat dat wel een coach is die zo'n ploeg misschien boven zichzelf kan laten uitstijgen. Ja, ja, we hebben ook wel, uh, wel, wel nog echt veel talent natuurlijk, maar ik denk dat wel... Uh, de Bond ja, een goede keuze heeft gemaakt. Ja, dat is makkelijk natuurlijk om nu te zeggen. Hè. Ik had het ook niet anders zeggen. Maar, uh, nee. maar, dat zou uh, ik je ook afvragen. Ja, voilà. Maar, uh, <laughs> en, maar, uh, nee, maar ik kijk daar dat, nu uh, toch als speler ook zelf naar uit. Als je nu met de Rode duivels ziet hoe dat gaat... Hè, en die jonge talenten die erbij komen... dat is toch fijn? Dat is, dat is dat ja. heel, uh, heel fijn. En dat is eigenlijk een coach die is twee jaar ouder is dan ik, ja. ik. En ik heb dan ook die trainerscursus gedaan. Ik vind het heel tof om dingen te herkennen die... Hoe hij dingen aanpakt en ik heb heel veel vergelijkingsmateriaal, ik heb heel veel trainers gehad. Hoe anders dat trainers kunnen zijn en, uh, in, hun, in hun aanpak. En uh, ja, ik, ik hou wel van zijn aanpak. Ja. Opgevende woorden. Jongen, ik kijk daar zo hard naar uit. Met Doku, Bakayoko, Lukaku in vorm. De Bruine die moet nog beginnen aan zijn seizoen. Dat is misschien ook nog een godsgeschenk. Toch? Ja, ik ga de Courtois-vraag echt... niet, niet, niet stellen, want daar ga je, ga je niet, geen antwoord op geven. Dat moeten ik, maar... ze zelf op, dan moet Courtois en uh, de bondscoach zelf oplossen, toch? Goed. Ja. Uh, ja, ik heb nog twee kleine vraagjes. Eén, uh, misschien moeten we u nog eens terug uitnodigen voor een soort van deep dive in de toernooien met de Rode Maar is dat <laughs> ja. nu nog niet het moment? En ook niet om er nu nog aan te breien, denk ik. Nee, dat nee, zijn er wel te veel. Ja. Uh, ja. Voilà. En twee, waarom zeg je nooit naar Sporthuisgroep gekomen? <laughs> dat is we hier ineens nog op. Oh. Als atleet, ja. Ik, ik, uh, ik ben helemaal aan Londen media. gekomen. Ik heb een hele presentatie voor je gegeven. Echt? Alleen ja? jij en Hazard heb ik dag voor gedaan die niet zijn gekomen. Je zit hier elke dag in zijn kantoor te wenen. Voor ja. social media dan? Ja. Ja, weet je, eerlijk uh, Sam, ik irriteer me echt vaak mateloos. En dat is niet aan, uh, aan, 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 aan <middels> dingen. Nee, gewoon aan te veel social media of zo. Ik weet niet. Dat snap ik. Ik um, heb het niet goed uitgelegd dan. Nee, nee, jawel, want je zei je, je heel goed in wat, wat je doet. Maar um, ik had wel op een gegeven moment iemand ik dacht, van, waar ben ik mee bezig? En ik zet liever zelf zo wat dingen of zo. En uh, ik, ik weet niet, um, ik, 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 ik denk altijd heel erg van, wat vind ik fijn om naar te kijken of zo. En ja, ik weet niet, zo die, 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 die prachtige foto's, zo, dat vind ik... Ik heb liever een, een scheve foto dan, uh, dan uh, een perfecte foto of zo. Een die ik zelf verkeerd heb geknipt. En, uh... Echt? <laughs> De realness. Ja, uh, nee, ja. Um... Dat is lang dat je... geleden, hè? Wauw, tien jaar geleden dat je dat dan uh, met mij hebt I gedaan. Don, ik weet niet, we ze in Het een is niet café, dat je mij nodig zo. had. Hè? Kijk hoe dat je op poten hebt gezet. Uh, ja, maar. <laughs> Kijk, ik ga toegeven dat nu op tijd einde de aflevering, het wel even van mijn idolen echt. Dus. Oh. Uh, maar goed, uh, het uh, is uh, heel mooi dat je naar me hebt bent gekomen. Okay, dat ja, het was dat, doet me meer plezier zelfs dan uh, dan sporthuis. Ja. Oké. Okay. <laughs> goed. Dank je voor het komen. Dank je voor eerlijkheid ook. Yes. Ik denk dat het echt, dit is voorbijgevlogen, Ik denk dat het een record is. Ja. Echt? Het wordt al wow. bevestigd. Het is over de drie uur. Je ziet de klok misschien. Nee, maar. Ik kijk alleen maar vooruit in het licht Het is heel lang, maar dikke merci. Ja. Uh, veel succes Graag gedaan. zo is plezant. Yes. Evert, 23 zit erop. ja bent een knaller van formaat toch wel, denk ik, dat we eruit zijn gegaan. Ik Deze. denk ik mijn favorieten met midafleveringen. <laughs> het zal wel eens ja. Dries iets. <laughs> is Dries hier al geweest? Nee, nee, die moet in mij komen, maar ja. Dit gaat hem toch niet meer kunnen kloppen, ik, denk ik. ik. Ik zet hier een bordje katan en dan komt hij wel, denk <laughs> ik. En uh, chocolate chip cookies. Voilà. <laughs> Goed. Wat maak je wensen voor 24? Uh, een gezonde tweede kind. O, dat is een primeur ook, hè? Voor de kijkers en luisteraars is dat een primeur. Ah, ja, ja. Ja. Oké, okay, voilà. Bij deze gewenst. Uh, aan de S kijkers en luisteraars, tot in januari. Bye. S